The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier al jin de zond. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen Not the zee. Rivers op de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast vandaag is een jonge ster in de Vlaamse comedy scene. Hij studeerde sociaal-economische wetenschappen en geeft les bedrijfseconomie aan de KDG Hogeschool. In 2014, na amper één jaar als stand-upper, behaalde hij moeiteloos de finale van Humos Comedy Cup. Hij werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2015 het tot in de finale week schopte bij de slimste mens van de wereld en zijn debuutshow De Schaamte voorbij. Werd al snel een van de succesvolste comedyvoorstellingen in ons land. Vanaf november dit jaar toert hij door de Vlaamse zalen met zijn eerste eindejaarsconferentie. Mag ik even? En nu is hij hier. Welkom Kamal Karmach. Alles ja, oké? Okay? Ja, goed, mei. Dat is wel een graaf intro. Klinkt dat goed ons moeder deze. Klinkt goed hè? als je dat allemaal op een reis zet. Dan kun je dat al eens uitpakken bij de familie. Toch, van, en wat deed de ga gedaan? Ons moeder zou nog altijd niet onder de indruk zijn, denk ik. Waarschijnlijk niet. Die Waarschijnlijk weet niet wat ik doe. Is dat maar... echt? Ons moeder is nog nooit, echt nog nooit aan een voorstelling of zo komen zien van mij. Nee? Nee. Maar die weet ook dat jij het niet slecht doet. Ja, ze weet dat ik uh, iets doe met mensen laten lachen. En ze is één keer komen kijken naar, naar mijn werk tussen aanhalingstekens. En dat was toen ik ben gaan boksen. Zo mm -hmm. voor Boxing Stars. Ja, ja. En toen is zij wel eens komen kijken. Ja. Omdat ze dat vatten. Zo, echt of vechten Oké, okay, dat is duidelijk. Daar ga ik naartoe. <lacht> <lacht> maar Alder is nog nooit. Die weet gewoon niet wat ik doe. Nee. Ja. Dus als... En hoe legde jij dat dan uit aan uw moeder? Wat zegde jij dan? Ja, de eerste keer was zwaar. Hè. Vooral ons papa was heel boos in het begin. Hè, want ik werkte toen nog als assistent aan de NIF. Mm -hmm. En ze hebben dan gevraagd: oké, okay, wil jij bij de VRT niet komen werken? En ja, comedy was dan, hey, ging dan strapje hoger. Dus dat doet liggen aan mijn ouders, die, die werden gek. Die, wa die waren echt boos onterven boos Dat level. Zo van: ja. Alias, wat is er nu aan toe met je leven? Je zit hier op de NIF, wij hebben hier zo hard gestruggeld, zodat jij even de klant kunt gaan tangen buiten of zo. Ja. En dat heeft dan lang geduurd. En dan, uh, ja, toen dat ze door hadden dat ik er wel echt kon van leven, dan na, zo. Dan zijn ze een beetje zachter geworden. En vooral toen dat ze de sociale impact zagen. Zo. Ja. Kinderen die aan ons moeder in komen zeggen dat ze trots zijn en dat soort dingen. Zo. Toen had ons mama van wauw, oké, okay, hij is wel echt mensen aan het, aan het inspireren of zo. En eigenlijk was dat het moment dat ons mama door had van oké, okay, ik heb er ja. dus iets aan het doen. Ja, dat is wel grappig. Ja, dat dat, ja maar ja, geet dat niet door hoe dat, dat soms werkt bij. Bij een familie met een heel traditioneel idee. Hè. Mijn, uh, mijn papa is gestorven voordat ik bekend ben geworden, maar die had ook altijd zoiets van: God, een diploma, al en doe die iets serieus. Hè. Oh, wow. En niet al die flauwe kul. en die, die dacht ook van: er gewoon nooit iets van in huis komen van die gast. <laughs> dus het is eigenlijk jammer dat hem dat allemaal niet heeft gemokt maar, maar dat is wel zoiets. Ja, mijn mama is toch ook pas overstag gegaan. Toen ze door had, oh, die, die is echt bekend. En mensen vinden dat cool wat die doet. Oh, dus het is een beetje hetzelfde wel. Ja. Was ze erbij in het sportpaleis? Ja, die was erbij. Die komt wel altijd kijken. Dus die, is, uh, die, is, die heeft ook drie, vier, vijf dozen vol met artikels. Van alles waar ik oh, in staan en grap. zo Die houdt dat allemaal bij. Dus dat is wel. Mijn mama is mijn archief eigenlijk. <laughs> ik hou er niks van bij. En die houdt er alles van bij. Dus op zich is hij wel grappig. Want bij ons is dat zo erg dat toen ik, jou, eh, toen ik. Ik uh, ging trouwen met mijn vrouw en hij zat zo met handvragen in toestanden. Dus dan, dan moest, ik, moest ik bij haar papa komen en um, dan vragen die wat, die, wat je doet. In het begin hebben we gewoon formeel afgesproken. zegt gewoon dat je zo werkt op de boekhouding van de VRT of zo. Dus dat was echt heel lang het narratief. Ja, ja dat is echt en stel somate, gaat hem door van... Oeh, uh, en, oma, doe oma, 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 ja, en doe je dat dan op de tv ook boekhouden? Je ja, zit maar, ook maar die, in tv-programma's ja. boekhouding maar te doen. Maar kijken, die kijken niet, nee, Die nee. kijken dan naar Al Jazeera en dat soort dingen. Dus ja. die hebben mij nog nooit bezig gezien. En dat was het makkelijkste... Allee, als papa, om zo door te hebben dat er een kerel met je dochter wil trouwen, is al heftig genoeg. Ja. Laat staan dat dat een komiek dat komt doen. Dus dat was echt. Ja. We gaan dat even stelselmatig. En haar grootvader, die nog in Marokko woont, weet dat nog altijd niet. Dus die denkt nog altijd: die kerel die is gewoon de boekhouding aan het doen van een groot bedrijf. Hè. De nationale zender van, van Vlaanderen. België. Oh, super. En dan zie je ja. zo dingen dat de, dat de boekhouding niet klopt. Ja. Dat die heel geld moeten krijgen. Ja. Ja. Met de besparingen van de VRD ja. stuurt hij berichten naar mij: Van, Doe die werk nu eens ja. Hé, hey, loser, seriously. Ja. Ja. Hoe doe hij werkt werk bij een groot bedrijf. Amai. Probeer anders er niet een Fanszaak, dan zouden nog ontslagen worden, <laughs> 9 van de 10. <laughs> echt Die winnen we dus echt amateurs. Oh, dat is fantastisch. Die moeten door u 40 miljoen besparen. Zo goed zitten dat niet. Ja. kan wel. <laughs> Ja, dan kun je toch je leugens niet goed doorfactureren. Je kreeg het niet verkocht om de belastingen, al die uitgaven. Ja, voilà, uh, dat, is een... dat is wel graag. Dus ik werd niet aan de boekhouding van mijn schoongrootvader komen in Marokko. <laughs> Hij vindt mij niet competent genoeg. Wanneer ga je je vrouw leren kennen eigenlijk? Ik heb haar al uh, vier of vijf jaar de eerste keer uh, leren kennen. Dat was mm -hmm. op de universiteit, daar was ze toevallig, en hebben we voor de eerste keer gebabbeld. En die was zo aan het babbelen over haar dromen. En ik dacht toen: van, man, dat is ook wel veel dat ze wil bereiken. Zo, ik dacht, zo, maar zo, zo met zo babbel. Ik vond dat zo vermoeiend. Jij werd al moe van die ambitie. Ja, ja. Maar, <laughs> en dan hebben we elkaar vier jaar lang niet gezien. <laughs> ja. En dan hebben we elkaar ontmoet, uh, of opnieuw ontdekt, uh, in Rotterdam. Op zo'n uh, zo'n foodtruck festival-toestanden. Ah. En dan is het re relatief snel gegaan. Dan hebben we iets afgesproken. En dan nog eens en dan nog eens en dan nog eens. En dan volgens mij zo. Hopeloos verliefd en dan, en dan uh, is het heel snel gegaan. Ja, en dan moest jij echt naar de familie om voor de hand te gaan vragen. Dat is wel, dat is wel zot. Dat gebeurt hier eigenlijk niet echt hè, bij ons. Wij vragen dat om elkaar en daarna, <laughs> dat zo bij links. Allee, Ik ken toch nog wel mensen die dat gedaan hebben? Ja, ja ik ken er nog. Maar natuurlijk, ja, ik denk dat wij ook zo, we zijn nou zo opgegroeid met dat idee dat is bijna zo'n een middeleeuws of zo een romantisch idee dat je zo bijna op je knieën zit of zo, maar ja. ik ken mensen die effectief wel zo, ja, ja. Heb ik toch even gezegd hebben tegen de schoonvader. Ja. Ah, wel, dat, dat is het ook. Ja. Hè? Het is niet, ik geen toestemming of zo, maar het is mm -hmm. zo bijna van, is het oké okay dat, dat hè, dus wij eigenlijk zeg je, wij hebben al iets, hè, dus, mm -hmm. dus, dus je zit al eigenlijk voorbij die fase wat vroeger wat minder zo was, hè. Mm -hmm. en dan is het eerder van, oké, okay, wie ben jij, wat is je familie, van waar komt je, en dan dan leer je elkaar wat kennen en dan geeft de papa ook zijn zegen. Zo. Ja, is, maar ja, ja. ik kan, kan het niet meer afblokken of zo, hè, want hij weet dat er al iets aan de gang is. Hè. Maar ja, ja, ja. Haar mama wist dat al langer. Ja. Maar ja, de papa is altijd. In welke cultuur? Je hebt altijd schrik van de papa van jullie, denk ik, hè? Ja, weet je lief, Dat weten ze sowieso. Waarom dat ook meemaken? Tegen ons gaan ze het ook niet komen, zeggen ze. Ja, ik weet het niet. Hè. Ik heb geen idee. Ik, ik, ja, ik heb een andere situatie gehad, want bij Jasmin had hij uh, niet echt contact niet meer met haar vader. Haar moeder was dood, bij mij was mijn vader dood. Uh. Dus het was ook niet dat hij zo kon komen, zeggen. Zo, ik zeg, daar voor die urn op de schouw van <laughs> ons ma, en uh, roept hij even, is het oké? Okay? Zo, dat was... Hè. Zo, zo ging het niet eh, bij ons thuis. Ik zei: ja Sorry, je moet toch de toestemming vragen aan mijn vader. Ik, heb het, ik neem deze heel serieus. Eh. Ja, die zegt niks terug, dat is meestal een goede teken. Dat is tof, Hij is akkoord, akkoord. Of zo, die drie dagen laten wachten. Zo. Ik kan u laten weten hoe dat de meest kant wordt. Oh, te goed maar zou het zijn met je dochter zouden we dat niet graag hebben dat is het lief van, van Amy, dat zo jawel tuurlijk je weet, ook, je weet ook al sowieso dat je die dat niet gemakkelijk gaat maken of zo voor een of andere reden heb ik altijd de neiging om te denken dan gonk ik toch zo eventjes twee minuten zo die in zijn maar dat mijn dochter van denkt begint niet hè. begint niet zodat ja. Papa, oh ja. papa. <laughs> ik kon er toch mee trouwen. Ik heb toch niks te zeggen. Ja, dat nou, dat we... weet ik, maar geef me die illusie twee seconden dat ah, ik hier iets over te zeggen heb. Dat is ook zo bij ons, dus. <laughs> dat is exact dat. <laughs> en ons papa in het begin, ik ken nog toen we zo de hand zijn gaan vragen. Ons papa, ja, die is aan, hij is zo wel wat fier op mij en die zegt zo: oh, dat was eigenlijk echt chillant. Ons papa zo tegen haar. Papa zegt. Dat is ook niet niks hè, waar je dochter mee gaat trouwen. Hè? Ja. En die zo, ja, mijn dochter is ook niet niks. En ja. op een gegeven moment waren die ontdoetpakken tegen elkaar over hoe goed dat hun kind is. <laughs> <laughs> en wij eigenlijk twee oh my god, deze is genant. Ja. <laughs> super Ja, ja, we zijn alle twee goed Mogen we naar trouwen? Ja, hoe, nou, zie, hoe zit dat, dat hier eigenlijk? Als ze denk. onze cv's bij hebben, ze die op tafel gegooid, denk ik. <laughs> so, list of accomplishments. Zo'n <laughs> ja. so, so powerpoint-presentatie tegen elkaar op. Zo... De LinkedIn van mijn dochter is wel langer, en maat? <laughs> Oh, te goed. Hoe lang zijn jullie al getrouwd nu? Nee? Ja. Um, nee. Maar ja, fuck. Oeh. Ja, we hebben twee trouwdaten. We zijn in maart burgerlijk getrouwd en in april cultureel. Dus een maand ja, ja. Dus dan denk ik, oh, wacht, sta je in mijn ring. Als... Ah, zo zie je zaan. aan. Ja, ik heb dat ook in mijn ring staan. Dus, maar deze knippen eruit dat ze denken dat ik het gewoon direct wist: hè. Uh, mm -hmm. 4 maart 2017. 4 maart, 4 maart 2017. 2017. Wist oh, ik gewoon cool. direct ja cool kun je nu een micro een beetje lager zetten misschien ah, je ja. hem recht voor je mond staan. Uh, dan klinkt dat beter denk ja. ik Voilà. oké okay. dus je zat er wat verder vanaf zo awesome dus nou in ieder geval um, <laughs> je zit nu oude oudejaarsconferentie de allereerste eigenlijk hè of niet of mij, ik, ja hè ja, ja. Um, ik kwam u denk ik een, iets minder dan een jaar geleden tegen dat jij zo dat dat bekend geworden was dat je dat ging doen ik weet dat je toen super zenuwachtig wordt ja, om dat altijd, te doen. Ja. Nog altijd. Hoe is het aan het gaan eigenlijk? Want je zit nog aan het try-houden. He? Ja, ja. Bijna nu. Ik denk dat als we uitzenden, dan, dan zitten we officieel. Daar ben ik spelen. eigenlijk officieel ja. bezig. ja. Mm -hmm. Het is zwaar, uh, nog altijd, vind ik. Maar het was zelfs zo dat ik. Um, ik had dan zo. Ja, ik wist sowieso dat ik ooit in mijn leven een conferentie wou doen. He? Dus dat was altijd. Daarom ben ik ermee begonnen. Dat is altijd de, de higher goal geweest. Maar ik wou het eigenlijk niet dit jaar al doen. Want ik dacht dat Michael dat nog zou blijven doen. Dacht ik, ik dacht, ik heb ook nog wat kilometers te doen. Ik had op mijn gemak groeien als comiek. Ik ga dat allemaal wat deftig aanpakken. En dan ineens zorg ik, ik bij u dat Michael stopte. Mm -hmm. En dan dacht ik, oh fuck. Nu, nu, nu moet ik concreet nadenken. En dan heb ik alles op een rij gezet. Want. We gingen eigenlijk net mijn tweede avond filmde, gingen we in verkoop zitten. Het dus dat, dat kon geprogrammeerd worden. Dus zover waren we eigenlijk al. Mm -hmm. En plots moest ik zo super hard denken. En, en dat was eigenlijk heel toevallig. Want ik, weet nog wat ik toen zei tegen mijn manager van ja, ik wil Bert Gabriels als regisseur. Hè? Want die vind ik keigoed. Dat was echt. echt dat was dat. Ik had ze allemaal voorwaarden gesteld um, om het te doen. En Canvas was dan ook ineens mee. Maar ik had heel veel alsjes gezegd in de hoop dat dat dan niet. Om een beetje ah, ja. zo'n als verdedigingsmechanisme. Ja, ja, ja. En ik heb zelfs tot en met maart bijna die boot afgehouden. En ik heb altijd gezegd: Tot en met maart kan ik nog stoppen wanneer ik wil. Ik, ik hoef dit niet te doen. Ja. En ja, gaandeweg zo door dat materiaal te schrijven, werd ik wel echt verliefd op dat metje, Want ik vind dat, ja, zo met politiek bezig zijn, dat vond ik dat zo tof. En uh, heel leuk om te doen, ook om het zo verstaanbaar te maken en ermee te lachen. En ook zo emotioneel vind ik dat ook, dat iemand nou zijn ook gewoon die politische jut lacht. Ja, Nu is no turning back op dit mm -hmm. moment. Dus nu is het gewoon knallen. en Ik heb een paar heel goede try-outs gehad, en ook een paar heel slechte, gelijk in Beveren. zo. Ja, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt misschien in het begin zo, maar, zo die, maar echt die try-outs dat je zo. <coughs> <coughs> zo dat, dat dat het enige is dat je krijgt van het publiek, zo iemand die wa, iemand die wat kucht, of zo, ja, ja. anderhalf uur lang. <coughs> mm. oh. yeah. dus dat was echt heel heftig, en heb ik in paniek geschoten en dan. En nu begint de show wat vorm te krijgen en nu is het vooral consistentie namelijk is het altijd grappig hè? voor iedereen uh, in alle soorten zalen. Ik ben nu in die fase en, en bijschaven en doen, maar dat is wel fucked up zo aan zo'n conferentie, want je hebt eigenlijk weinig tijd tegen dat je al het nieuws hebt. Is het eigenlijk over twee maanden is het première. Hmm. Dat is eigenlijk absurd. En dan had ik ik, ik had zo wat gehoopt dat ik al in het begin van het jaar zo wel wat, wat stukken klaar ging hebben en en Michael, die, ik zei dat dan zoiets en hij zo. <laughs> <laughs> en dan dacht ik: allez, dat zal wel meevallen. En hij heeft wel gelijk. Ja, het, je kunt eigenlijk wel deftig beginnen als, als, als het nieuws er is. Bijvoorbeeld Anouna de Wever. In het begin van het jaar was dat nationale held. Het meisje dat ons milieubewust leerde zijn. En nu is dat zo. Oh, ja, die die Anouna weer. Ja, die is zaag. Ja. He, dus dat is, maar dat is, dat is echt letterlijk... De emotie van je materiaal is veranderd. Dus je kunt niet meer zeggen... na wat een held, hè. En ik heb wel eens geprobeerd in het publiek... Wow, wow. Dus alles valt dan in het water. Dus ik heb alles moeten veranderen. En heb ik nog geluk dat dat niet weg moest. Hè? Dus dat is daar nog mijn chance geweest. Maar andere stukken... hè, Dus ja, mensen zullen dat misschien niet allemaal weten. Maar dat is een dude in Mechel die de naar visa, verluidt. Ja. De visa-affaire. Ja. Dus die visa's verkocht aan wanhopige Syriërs voor geld. Mm -hmm. um, ja... Als je erover nadenkt, dat is maf dat dat gebeurt in ons land: hè? dat een politieker visas verkoopt aan wanhopige mensen die in oorlogsproblematiek zitten voor geld. Dat is absurd. Mm -hmm. En als ik het nu zeg, zijn mensen dat vergeten. Ja, 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 ja. Mijn hoofd vat, vat dat niet. Dus... Ja. Maar ja, het probleem is, ik wil dat graag zeggen, maar niemand weet dat. Dus als niemand dat weet, dan is het ook niet zo grappig. Dus dan moeten we dat inleiden. Maar dan hebben we te lang geen joke. Mm -hmm. dus, en dat is dan conference constant. Want ja. je vertrekt niet vanuit jezelf. Hè, dat we, het materiaal of je onderwerp wordt je gegeven door, door de samenleving en door het journaal en door het nieuws. Mm. En daar moeten we mee aan de slag. Dus ik, ik heb het wel. Allez, ik heb het niet onderschat, maar het is nog zwaarder dan ik had gedacht. Dat wel. Ja. En het is ook... Uh, want je hebt, hebt ook een tijd meegetoerd met de Michael. Ja. Ik denk in 2015. die had hier zo'n uh, voorprogramma, voorprogramma ja. gedaan. Toen hij zijn oudejaarsconferentie aan het uh, maken was. Had je daar al iets van opgestoken? waren ze daar al op aan het letten? Wat dat idee gedaan? Ja. Ja, ja, maar toen ik pas begon... trouwens, Ik weet niet of Michael dat zelf nog weet. Maar hij was mijn mentor tijdens de humorklas. Dus ik heb met hem heel veel sessies gehad. En hij heeft mij toen al heel veel geleerd. Ook zo'n woordassociatie en dat soort dingen. Maar dat is niet... Um, het enige dat ik Michael dankbaar ben want ik weet nog, het eerste jaar dat ik met comedy ben begonnen, ik moest ook werken um, dus het eerste jaar dat ik met comedy ben begonnen zat ik ook nog op de unif, was ik mijn master aan het afwerken en ik was ook aan het werken, omdat mijn ouders mijn studies niet konden betalen en ik weet nog dat ik terugkwam van de humorklas en ik zat in uh, Michael, zijn saap. Die had dan zo. Ik ken hem niet. Het zo die oude. Mijn papa je geld, Otto. Hè. Dat is echt zo in zo'n saap. Maar wel over die saap. Even zo, dat gaat hem niet graag horen. Maar die die achterbank was eruit. Want hij kon hem dat ingeven als lichte bedrijfswagen. Als lichte vracht. Ja, lichte ja. Vracht. Dan is het volledig vertrekbaar. Ah, ah. Ja, ja. Oh, te goed. Ja, Michael uh, ja. is ook een econoom. Hè? Dat zal wel zijn. En ik weet nog, ik zat in zijn zetel. Mm -hmm. hè, ik was toen nog volle 210 kilo. En ik kreeg de gordel niet dicht. Hmm. Dus ik moest dan, Michael moest mij dan helpen om die gordel achter mijn rug door te trekken en erin te steken. Want anders ging dat alarmke constant af. Ja, ja, ja. En ik zei toen tegen Michael: ja, Ik wil eigenlijk stoppen met school. Ik hou van kom die, ik wil die doen. En hij keek me aan en zei: Nou, je gaat eens niet doen, maat. Je gaat eerst die master afwerken en dan babbel over comedy. En dat zat erin en ik heb dat dan afgewerkt. Ja. Door, door Michael. Ik weet niet of hij dat zelf wel weet, maar dat had heel veel impact. Dat dan. is wel grappig. Ja, want je, je zou denken dat dat eerder iets is dat van uw ouders komt. Hè, dat dat tegen u zouden zeggen. Maar ja, het is natuurlijk. Je hebt meer de neiging om dat aan te nemen van iemand die dat een beetje een soortgelijk traject heeft afgelegd. Hè? Ja. Want hij heeft ook gestudeerd, hij is ook afgestudeerd. Voilà, ik heb dat nooit gedaan. Sowieso, ja, ja, zeg. Ja. Mijn ouders gingen sowieso boos zijn, dus ik ging mm. er allemaal krijgen. Dus ik had dat ook alleen maar tegen mijn ouders zeggen de dag voordat ik mij zou uitschrijven. Dus dat ja, ja. bij Michael dat ik het sowieso een keer echt oprecht heb gezegd dat ik erover nadacht. En dan heeft hij het niet gezegd en dan was het ook weg. Mm. Zo, okay, als hij dat zegt, dan zal hij wel een reden hebben. Hij heeft het dan ook uitgelegd hoe dat de sector is en dat je dat je ook op je gemak bent als je weet dat je ergens op kunt terugvallen mm -hmm. en daar heb ik mm -hmm. eigenlijk heel veel aan gehad. eigenlijk ja, maar absolu absoluut waar ah, dat is goed maar dan weet hij het nu wel als hij hem luistert hè. <laughs> en die luistert toch nog altijd denk ik dus uh, <laughs> het is altijd cool om weten je zit dan uh, uw oudejaarsconferentie is die van Michael was uh, veel leer of vooral eigenlijk politiek hè. Is dat bij u ook zo? Of pakte jij ook zo wat van die um, entertainment en dat soort dingen erbij? Of, of wat zit er bij u eigenlijk aan? Ja, in? ik vertrek zo vanuit de waan van de dag. Dus ik denk gewoon: oké, okay, wat weten de mensen nog van dit jaar? Of het is politiek of het is iets anders. Hè? Dus politiek zit er heel hard in. Um uh, het feit dat we nog altijd geen federale regering hebben en dat soort dingen, daar lag ik mee. Anona zit erin, dus dat is niet per se politiek. Alleen dat zit er zo wat tussen, dus dat zit er wel duidelijk in. Mm -hmm. Maar Notre-Dame zit er bijvoorbeeld ook in. Daar zit een heel, een heel stuk daarover. Ja. Het Koningshuis zit daar ook in. Maar kijk eens een stukje, aan. Ja. Geert Hoste zal trots zijn. <laughs> hè? Eindelijk ja. iemand dat het nog doet. Want sinds de Geert doet eigenlijk niemand het nog. Nee. Dat moet wel gezegd worden. Maar ja. ik heb het niet gedaan omdat het moest. Ik heb het gewoon gedaan omdat... Dat stuk over Delphine Bowel. Hè. Dus dit jaar heeft ze eindelijk een arrest gekregen van, van, ja, van de rechtbank. dat Albert haar DNA of zijn DNA moest afstaan. Dus mm -hmm. het DNA van Albert is ergens verstopt. maar de resultaten mogen niet kenbaar gemaakt worden. En dat idee vond ik zo grappig dat zijn DNA. Daar... Dat, er is wat DNA lag of zo. Dat ik dacht, zeg, ja, ik kan er nu toch iets mee doen. In een zakdoek naast zijn bed. <laughs> <Ja. laughs> Kijk Geef hem maar mee. Hè. Je moet hem een pak moment mee. Weet je wat de eerste grap was? Daar dat ik al echt fucked op. Ik dacht, als je gewoon zo koninklijke DNA wil, dan moet je gewoon met je hand langs het voorhoofd van Wendy van Wanten gaan. En dan. Maar <laughs> oh, die heb ik eruit gehaald. een beetje ran oh, Ik vind die wel goed eigenlijk. Ik, ik moet er toch al bij lachen. Het is waar, is dus grap. Het is funny because it's true. Ja. Toen maar, uh, die je kleine er trouwens ja, ja. dat is niet normaal. Ja, ja, we, hebben denk... we hebben hier een genet genetica-professor-baas, want <laughs> is oké, okay, ja. Lot, lot, lot maar zitten. zitten, We, ja, we ja. zien het. It's oké, okay. It's, uh, you can tell. <laughs> nee, en Samson zit er ook in, hè. Och, Bijvoorbeeld, kijk eens De, de break-up. Ik had gehoord dat nu Gert Verhulst plots ineens uh, een nieuw baasje heeft gevonden voor Samson. Ja, oh, super superkut, want iemand die een bit valt of staat met het idee dat Samsung nu single is. Dan zien we nu aan het zoeken wie dat, ja, dat is. Dat, dan... dat is natuurlijk het goede aan, aan een oudejaarsconferentie. Het moeilijke tegelijkertijd, maar ook het goede, het moet ook maar voor een paar maanden goed zijn. Hè. En dan kun je eigenlijk al werken aan wat dat volgende is. Ja. Maar je hebt vaak ja, met actualiteit dat de actualiteit je inhaalt. Hè. Of dat je een joke hebt waar je echt van denkt, die kan ik nu niet meer doen. Nee. Want, want wat is uw insteek bij, bij Anouna nu dan? Omdat dat zo eerst de heldin was van iedereen. En dat is nu ja, overduidelijk niet meer echt het geval. Hè? Ja, bij Anouna uh, zijn er zowat twee insteken. Namelijk uh, één over het feit dat we die eerst leuk vinden en nu irritant. Dus daar heb ik een stukje over. En dan gaat het vooral over. Ik had dan toevallig in de knak gelezen dat hij zei dat ze zei dat ze het heel jammer vond dat er, geen, dat er zo weinig allochtonen meedoen mm -hmm. uh, met het klimaatspijp. Dus dan ga ik, gaat het daarover, zo wat echt vanuit mijn perspectief, ja. van waarom spijbelen wij? Allee, want wij hebben dat uitgevonden, hè? Ja. Dus dan, en, en, en dan gaat dat zo, en dan gaat dat zo wat verder, en ook over dat ze we heel... hebben dat het gevonden. Ja. <laughs> dat is al goed. <laughs> allee, dus daar gaat dan <laughs> dan ja. gaat het nog verder. En dan gaat het nog verder over dat het ook heel politiek correct is. Hè? Dus dat ze mm -hmm. ook zo eens een keer zei van, allee, dat ze over haar gender en zo, dat ze daar allemaal wel ook een mening over had. Mm -hmm. Dus dan, dan het, is niet meer, het was vroeger veel groter, omdat ik heel dat stuk erbij had ik heb vooral heel veel nu moeten schrappen en dat is dan uh, dat is wel jammer maar bijvoorbeeld ik had een heel stuk over miljardairs en dat ging over Jeff Bezos dat die kerel dus de baas van Amazon die die had dan meer dan 100 miljard dollar dus die kerel is de rijkste man ter wereld die is dit jaar gescheiden van zijn vrouw zijn vrouw of ex is nu de vierde rijkste vrouw ter wereld en hij is nog altijd de rijkste man ter wereld en dan een heel stuk over, over hoe absurd dat, dat is. En twee weken geleden in de krant, Jeff Bezos is niet meer de rijkste man ter wereld, het is nu terug Bill Gates. En ik dacht, ja, het zal nog altijd wel geloofwaardig zijn. Dus ik nu, tijdens hey, de try-out, ja, Jeff Bezos, hè. Dat, is nu, dat was dit jaar de rijkste man ter wereld. Hè, en hij is nu gescheiden. En zijn vrouw is nu de vierde rijkste vrouw ter wereld. En hij is nu de tweede rijkste man ter wereld. En mensen: zeggen, ja, ja, Dat werkt niet meer. Dat he? werkt niet meer. Nee. Dus, dus weg. Terwijl ja. dat een heel blok was, hè. Gewoon. Ja. Weg. Gewoon ja. weggooien. Ja. Gewoon weg. Dus dan moet hij iets weer bijschrijven. Dus dat is ook weer het naald. Dan moeten we weer iets bijschrijven, want die minuten moeten wel halen. Ja. Oh, mijn, dat is echt, echt trafakken, jongen. Oh, man. <laughs> <laughs> Dat is wel grappig toen dat Bert Gabriel zat, een paar maanden geleden, dat was het bijna identiek hetzelfde inderdaad mm -hmm. ja? Ja, is dezelfde problemen. Zo, want, ja, ja. Wat in januari nieuws is, is dat in maart al niet meer. En inderdaad, ja, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het begint er gewoon uh, in november aan en het komt goed. Ja, dat is wel wat, uh, wat Geert Hosten ook altijd deed. Hè. Die begon na de grote vakantie. Hè. Dat je altijd zei van eerste, de eerste helft van het jaar, ik hou dat allemaal bij. Hè, want dat moeten we wel doen, omdat je wel moet weten wat er allemaal gebeurd is. Maar die zei, eigenlijk is dat al bijna irrelevant wanneer je er in september, oktober om begint. Want dan ga je al direct zien wat er nog relevant is en wat al, wat al ingehaald is door iets anders. Ja. ja, ik heb dat ook nu... Ik wist wel in april al... Alleen met de Notre-Dame wist ik, ja, dit is het. Dit ja. wordt iets. Allee, de mm -hmm. Notre-Dame, iedereen gaat dat terug weten. Als je het aanhaalt, zijn mensen terug mee. Anuna wist ik ook, zij wordt persoon van het jaar. En dan is het na de verkiezingen even wat afgekabbeld. Want mm -hmm. Groen was dan plots niet meer de sterkste. Dus ik dacht, oei, mensen gaan Anuna vergeten. En dan heeft ze terug weer iets doms gedaan. En dan was ze terug relevant. <laughs> ik denk, yes! Gelukkig deed hij weer iets toe. <laughs> Want dat is eigenlijk toch ook een klein beetje wat dat ook wat heeft. Zeker als je met actualiteit heel hard bezig bent. Voor een of andere reden. Um ja, je zit er niet op te hopen, maar je weet dat dat alleen maar goed is als er zo een of andere mega ramp gebeurt, of er gebeurt iets vreselijk, of er komt iemand gruwelijk om de macht. Dat is, voor u is dat wel yes. He, voor de rest van de wereld is dat niet, maar voor komieken is dat zo alright. We hebben weer iets om over te praten. Ja, ik heb me op betreft dat ik dat eigenlijk wel heel erg vond, want ik ben zo heel politiek boos altijd, omdat er wordt geen regering, alleen geen federale regering is, nog altijd niet, terwijl ons begrotingstekort is 11 miljard euro. Dat is, dat is ridicuul veel. En ik heb me erop betreft de vorige keer dat ik zo dacht oh my god, eso, oh nee, fuck paars schroen wordt misschien iets. Ik hoop nu echt niet dat er een regering is voor januari. En eigenlijk was dat echt niet oké okay. dus, dus mm -hmm. dat ik bereid ben om, om heel Vlaanderen in hack te zitten of heel België een hak te zetten, omdat het beter past in mijn conference. Mm -hmm. dat, dat je dat toewinst is eigenlijk niet goed ja. en daar wordt er dan allemaal, allemaal bij maar dat is het dat is, is, dat is dat het... misschien ook niet een teken dat, dat, het, dat de tijden veranderd zijn dat, omdat het zo snel gaat want eindjarenconfrances dat is iets dat bestal al heel lang. Hè. ja zeker zijn dat, dat gewoon ja moest dat nu uitgevonden worden dat dat misschien niet zou kunnen uitgevonden worden omdat dat gewoon praktisch onhaalbaar is maar dat dat echt dateert in een tijd dat iets dat in januari begon waarschijnlijk tot na de zomer doorgetrokken kon worden ja nieuws dateerde vroeger ook minder ja. snel ja, voilà. alleen dat is ook de dingen die dat je het, is is toen worden ook heel afhankelijk van de traditionele media en van wat dat je te weten kwam daarvan en dan ja dan was dat eigenlijk ook veel meer een soort. Uh, want uh, in Nederland was dat vooral de oudejaarsconferenties. Wim Kahn was er zo. Een van de, de grote toppers. Hè, die dat dat elk jaar deed. En het, het, het was ook altijd een soort jaaroverzicht. Heel ja. vaak vroeger. Ja. Hè, van wat er dit jaar allemaal gebeurt. Is een beetje de kalender. Maar dan met je moppen. Hè. Ja. Maar als je nu, ja, je als je nu bezig bent met. met met een oudejaarsconferentie, dan merkte met de, de manier waarop dat een tijd geëvolueerd is, dat je nu ook een soort tijdsgeest moet proberen te vatten. Hè. Dat vond ik dat Michael heel goed. Deed. Ja, dat weet je inderdaad. Heel... Dat onderscheidde hem ook heel hard van ja. Geert Hosten, vond ja. ik. Want Geert Hosten is eigenlijk veel meer traditionele, traditionele oudejaarsconferenties op die manier. Die gaf u echt een overzicht van wat er allemaal gebeurd was, ja. met moppen erbij. En dat was minder een mening of minder een. Wat ik heb gezien, of waar we nu zitten als maatschappij, is hier. Ja, wel, ja, dat vind ik eigenlijk ja. de grootste verdienste van Michael. En, en ik denk dat dat ook de reden is waarom dat genre in Vlaanderen is blijven verder bestaan en zich verder heeft ontwikkeld. Omdat mensen... Allee, er gebeurt zoveel, inderdaad, het gaat zo snel. Mensen weten niet meer. Oké, okay, maar wat is nu eigenlijk de rode draad van dit jaar geweest? Waarom hebben we gedaan dit jaar wat we hebben gedaan? En als je alleen maar een overzicht geeft. Dan, dan is dat wel dan is dat super tof en heel leuk en entertaining. Als de mensen het nog weten, hè, want dat is nu het probleem, dat mensen het zelfs niet meer weten. Maar als je daar dan nog eigenlijk een soort van structuur aan geeft in eigenlijk de onheil en de, en, en, en de, de stroom van informatie, dan geven de mensen bijna ook wat rust zo Dat je zegt, ah, oké, okay, daarom hebben we dit jaar gedaan wat we hebben gedaan. Oké, okay, va. ik kan nu mee, ik kan alles wat beter plaatsen. Dus dan heeft dat bijna iets verwerkend. En, en Michael heeft dat, denk ik, vind ik heel goed toegepast. Mm -hmm. En ik probeer daar nu eigenlijk heel hard te blijven, want ik ik wil niet zo de analyses maken die Michael maakt, omdat ik weet waar ik kan en waar ik niet kan. Dus ik, mm -hmm. ik, Michael kan zich zo, allez, als je als je dat zo ziet, kan zich echt ergens inbuiten en graven tot hij snapt waarom en hoe en en, en ik heb dat niet, kan dat niet zo. Mm -hmm. um, maar wat ik wel heel graag doe is zo uh, heel conceptueel denken. Zo, wat is het idee? Wat, allez, hoe was onze positie van mensen van politici ten opzichte van alles wat er is gebeurd? En voor mij was dit jaar de conclusie dat de politici zich dit jaar echt als kinderen hebben gedragen. En mm -hmm. de kinderen hebben zich dit jaar als leiders gedragen. Dus dat stuurt nu ja. mijn verhaal wat naar voren. Ja. En dan geef ik daar wel een conclusie aan. Maar dat is in een soort van middenpunt. Zo in een soort van midden-emotioneel moment tussen aanhalingstekens. En dan ga ik terug verder met lachen. Zo. Mm -hmm. dat, was, dat is zo wat idee. Dus dat is, dat is een beetje de stijl waar, waar, waar ik mij wat comfortabel bij voel. En dat ik kan op dit moment. Maar ik is ook wat ouder. Hè. Hij is ook wat rijper. Dus. Van hem accepteert je veel harder een gedegen analyse en zo verder. Ik moet ook snappen dat ik jong ben, dus wie ben ik om even aan de mensen te zeggen die 10, 15, 20, 30 jaar ouder zijn: om eens even te zeggen: ja, dit is volgens mij het jaar geweest. Neem het maar van mij aan. Mm. Dus ik ga veel meer vanuit. Vanuit onder vertrekken. En daarom heet de show ook mag ik zo. Je ja, ja. hoeft niet naar mij te luisteren, maar mag ik even wilde. Hè? En als je komt, dan verwacht ik wel dat je luistert. Dat je me laat. Hè? <laughs> dus, dus in de show neem ik wel meer mijn ruimte in. Maar tot die tijd ben ik eigenlijk heel voorzichtig. Mm -hmm. Omdat ik ook echt heel hard wil dat, dat mensen gewoon wat achteruit zitten en zo wat relaxen en chillen. Ah, ik kom gewoon iets wat lachen met de kamal. Dat is voor mij echt heel belangrijk. Ja. Zo. Ik heb nu niet. niet ik, heb, ik heb veel liever dat mensen zo vier dagen daarna denken van: Ah ja, schat zich. Inderdaad, je moet je zien naar het nieuws. Dat is inderdaad een beetje wat Kamal heeft gezegd, hè. Ja. Dus Dat heb ik liever voor mijn stijl dan wat ik had met Michael als ik naar buiten kwam. Dat ik echt dacht, fuck ja, dat is eigenlijk wel waar. Ah, ja, dat zo bijna... Fuck, de wereld is nog de kloten. Dat was het eigenlijk vooral bij de Michael altijd. <laughs> nee, nou. de van elk jaar dat je er zo zat. Oh God, is nog erger dan vorig jaar. <laughs> ja, maar ik had allee, ik, bij mij was dat niet, niet zo. Mm -hmm. um, <laughs> maar maar ik, ik kan wel snappen dat je dat denkt. Maar bij Michael was hij nou, fuck ja, dat heb ik eigenlijk niet. Ja, dat is eigenlijk... Allee jongen, Allee, mm. dat kan toch niet zoiets. Mm. Dat, dat, dat deed maar. Want hij was ook altijd heel... Ik heb het overleefd en ik ga even zeggen wat ik moest overleven dit jaar. Ja. Dus dat paste heel goed bij hem, maar dat kan ik niet. En dat snap ik. Dus dan doe ik gewoon heel graag goed wat ik denk dat ik goed kan. Ja. En dat wat voor mij al uh, moeilijk was, uh, want ik, ik neem aan uh, dat dat vanaf nu, of is het de bedoeling toch dat, dat, dat je dat elk jaar gaat doen vanaf nu? Dat gaat van, dat gaat van, van het publiek afhangen. Als ik ja. voel dat, uh, dat er respons is, Allee, qua tickets is er nu veel respons, dus da daarover mm -hmm. mag ik niet klagen, we hebben nu een vierde Aremberg Open gedaan, ja. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar het is ook achteraf, het draait om hoeveel mensen willen terugkomen. Ja, 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 hoeveel mensen hebben de eerste keer in het zak kunnen zetten? Het gaat over wie <laughs> bereid is om een tweede keer... Maar ja, ik neem aan dat je sowieso het pas weet wanneer je er een tweede doet. Dat je eigenlijk kunt zeggen, eigenlijk deze is succesvol want kei veel uitverkochte zalen, zoals je ja. zegt, als je een vierde naar een berg moet open doen, ja, dan is er al drie uitverkocht, dus, ja. dus daar zal het al niet aan liggen. Nee. He, dus er is zeker een, een soort uh, gewilligheid van het publiek om er naar te komen kijken, ja. dat al sowieso. He, je doet een megatour staan, ik heb het ook al gezien. Het is eigenlijk een beetje de Michaels een tour. He. Als je het ziet, dan denk ik, oh ja, dat is ongeveer wat dat die deed. Ja. Doe die jij nu? En dan denk ik, ja, dus. Als je dat elk jaar gaat doen, hè, ik weet niet, voelde dat al dat er een, een soort moeilijkheid gaat zijn van ja, hoeveel verandert er eigenlijk ah, op een jaar? Ja, ja, amai. Want dat is waar de Michael enorm hard oh, mee zat hè. Ik had dat vorige week dat ik eigenlijk al zei van fucking hell jongen, liefst waarste repeat, want ongeveer deze periode was ik had ik gehoord dat Michael ermee ging stoppen mm -hmm. en was ik ik aan het nadenken van oké, okay, stel ik nu deze maand iets wat zou het dan zijn? En ik voel dat nu deze man hetzelfde is. Allee, vorig jaar, dit, deze periode, ze hebben gestopt, allee, is, is N-VA uit de regering gestapt door het Marrakesh-pact. Dus we hebben geen regering. Guess what? Hoe stil doen wij voor? <laughs> 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 dus dan? Dus wat ga ik. Dat is exact dezelfde insteek. Dezelfde, allee, de waarom is wat anders, maar het is wel mm -hmm. het is exact hetzelfde. En dat is zo absurd. Dus daar heb ik heel erg veel schrik. Eigenlijk moeten we bijna elk jaar hopen dat er een ramp is. Of een figuur zoals Anuna, of mm -hmm. om, 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 om je show deftig te kunnen vullen. Want met, met de klassieke manier van nieuwsscharing en zo verder... Ja, snap ik dat Michael zei van... Oh, hier, ik kan niet elk jaar opnieuw weer datzelfde gatje terug open doen. Hè? Mm -hmm. Want uh, als je wond blijft open doen, dan wordt dat een korst. En als je dat blijft doen, is dat een litteken. Dus ik snap ja. dat hij zegt... Ik ga mijn eigen nummer kastijden. <laughs> dat snap ik volledig. Ja, ja. ja, daar heb ik heel veel schrik voor. Ja. Ja, Want je, iets wat we vaak zeggen over, uh, oh, tegen comedians toch, hè? zeker omdat je ook met actualiteit bezig bent, en dat is denk ik elke comedian dat daar zelf dan op reageert: Allee, Donald Trump, daar redde toch uw handen aan vol. Nee. Nee, nee. nee, Nee. een echte komiek laat Donald Trump met rust, ja. denk ik, <laughs> om twee redenen. Eén, elke mop is al gemaakt. Mm -hmm. Elke mop is al gemaakt maakt door mensen. maakt hem meestal ook al zelf, hè? Ja, dat is al voilà. een van de ergste dingen daaraan. De realiteit van Trump is, is, is beter dan de mop die je kunt bedenken. Maar vooral elke mop over Trump is door mensen gemaakt die leven met Trump dag in dag uit. Wij bekijken dat vanuit een afstand mm -hmm. uh, of vanop een afstand. Dus niet alle gesukkel zijpelt bij ons door. Dus zij hebben echt alles van Trump gezien. Dus zij hebben echt van elk aspect hebben ze al een mop kunnen maken. Dus wat ga ik? Hé hey, hey, mannen. Even, ik kan ook iets zeggen over Trump. Mm -hmm. Dat gaat niet. Je raakt daar nooit over en dan doe ik dat liever niet. Uh, tegelijkertijd. Ja, maar je merkt dat zelfs ook heel. Als je nu bijvoorbeeld hè, op Netflix. Hè, er is om de vijf botten een nieuwe special van, een nieuwe, hè, van, van comedians. Van gevestigde namen ja. tot gasten die je niet kent. Ja. Er zijn er heel weinig dat daar veel materiaal over doen. Hè, over Trump. Hè. Bijna niemand. Maar nee, Daily show alleen al doet bijna elke week. Elke mm -hmm. dag een, een, tien minuten over Trump. Dus ja. elke mop is daar al gepasseerd. Dus je, kunt, je wordt heel snel een dief benaderd als, mm -hmm. als je dat doet. Je kunt wel nog lachen met wat hij heeft gedaan. Ja. Op een gegeven moment zei hem. Um, hij die had aan een muur gezeten en hij zou. It's, it, it's a fantastic wall. En zo, hey, je kent zo typisch Trump. En hij zo. Um, en dat is met een speciaal materiaal gemaakt, hè, dus op de grens van, van Mexico. En hij zei, als de zon erop schijnt, it's, it is, it's so hot, you can... You can, you can hoe zeg je dat? Een eibakje? You can, ah, ja, bacon you can egg. bake an egg on ja, it. Ja, you yeah. can bake an egg. Like, dude... Waarom zou ik in godsnaam een eibekje op een muur? Ja. Waarom is dat de vergelijking die je gebruikt om mij te overtuigen dat die 3 miljard dollar ja. ja. dat dat gerechtvaardigd dat, dat, dat is? Dan zou je hem nog eerder beter kunnen zeggen: It's so hot that a Mexican will burn his ja, hands on voilà. it. Dat je denkt: voilà. Oké, okay, daar nou snappen we waarom dat jij deze ja. een coole muur vindt. En dat is ook de echte ja. reden. Ja, 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 absoluut. Dus het feit dat hij zo ver gaat om te zeggen: Je kunt er een eibekje. zegt eigenlijk heel veel over de reden die hij wilt camoufleren. Mm -hmm. Dan begin ik soms te denken. Misschien is Trump slimmer dan wij denken. Ja. En verstopt hij zich achter dat clowneskje om eigenlijk dat perverte dat hem echt doet en dat hem weet dat hem aan het is, te verbergen? Ja. Daar heb ik eigenlijk schrik voor. Ja. Nu, ofwel overschat ik hem, mm. dat kan zeker, um, maar als het het geval is dat ik soms denk dat het is, dan gaan we later nog heel veel lijken uit de kast zien vallen. Ja. Ook zo de impeachment, hè, dat, is, dat is politieke cultuur die je gewoon aanvaardt, gelijk hier. Bij wijze van spreken, dat verwachten we van politici. Als je iets doet waarvan je denkt, nah, dit is niet echt oké, okay. ik ben een leider, ik heb moreel gezag, ik ga stoppen. Hè, voor de veiligheid en, en de continuïteit van een land. Maar dat jij, na al die schandalen die er al zijn geweest, nu plots blijkt dat je een president van Oekraïne vraagt om iemand uh, in doog te Iemand ja. in zodat je dat kunt gebruiken in uw verkiezingen. Dus, dus dat, dat je is, eigenlijk een ander land laat mengen dat met uw Verraad eigenlijk, hè? Dat yeah. is high treason, hè? Dat is high treason, hè? En dat mensen zeggen: stop ermee, want dit is niet oké. Okay, dat jij zegt: Nou, nah, ik heb niks gedaan. Dat je dat niet ziet, niet snapt, is oftewel een soort van narcisme en, en een besef dat je niet hebt van wat je echt aan het doen bent. Of je weet dat wel. En dan zijn er fucked-up dingen aan het doen waar we pas later de effecten van zullen zien. Ja, en die misschien zo fucked-up zijn dat ook al de rest zegt ja, dat gaat niet pakken, we gaan die niet kunnen afzetten want dan gaat dat en dat en dat uitkomen en dat willen we helemaal niet. Eventueel, ja, voilà. En ik denk dat ook heel veel mensen schrik hebben om, 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 om hem te impeachen. Want ik denk dat, dat, ja, ik denk dat hij inderdaad één, heel veel deurt heeft en twee... Impeachment is niet zo makkelijk, hè. Daarmee hebben we bijna half van politici verwachten dat ze zelf ontslag nemen. Dat gebeurt mm -hmm. het meeste, hè? Mm -hmm. hij heeft ontslag genomen als voorzitter, als dingen, omdat het heel moeilijk is en hij weet dat. En hij zegt: ik ga niet mee in jullie morele spelletjes. Fuck jullie. Nou, ik niks doe en nee, je het wel gedaan. Hè? Met Watergate, die niet voilà. zelf die niet ja. zelf afgetreden. Voilà. Dat Allee. is een andere een tijd, hè? Want ja. Nu zitten we in een tijd dat zelfs. Ja, waarom is het zo moeilijk? Omdat er ook geen 100% draagvlak is. Je moet echt, die mensen hebben al vreselijke dingen gedaan, maar toch is een half van deze land gezegd: Ik weet het niet, ik voel dat zo niet. <laughs> Vooral en gulle ge, zegt dat, maar is dat zo niet? Ja, voilà. ja, dat ja. Want dus, dat is het ook, hè? Het is, ja. het is heel die. Uh, ik denk als er één ding is waar Donald Trump uh, sowieso over gaat herinnerd worden, uh, for good or for bad, is het zijn, zijn manier van omgaan met de media en, en het, dat, het fake news gegeven, hè? Het feit dat je in ons land een Dries van Langenover ziet zitten, die letterlijk geconfronteerd wordt met wat dat een post en zegt: ja. kunnen ga gaan zeggen? Ja. Dat is niet zo. Zeg nou toch dat even een, ziek, een ja. beetje erstreks eigenlijk. Er ja. was een heel, grappig, een heel grappig verhaal over, over uw ouders. Hè, dat die, dat die, dat ah, ja. Van de boekhouder en zo. Maar we nou toch iets serieuzer bezig zijn. Um, het, wat ik mij dan afvraag: als, als, als uw ouders eigenlijk niet goed weten wat je doet, omdat ze al niet naar het nieuws kijken. Um, zijn dingen als Dries van Langenoven en he, mensen die eigenlijk een beetje gezien worden als de vijand van de integratie, uh -huh. zijn die daadwerkelijk een probleem voor mensen zoals uw ouders? Nou, voor mijn ouders niet, mijn papa is een dopgat, maar uh, <laughs> ik denk dat er, uh, ja, is dat een probleem voor de integratie? Weet u wat het probleem is? daarmee wil ik zeggen, als je niet, hey, omdat je nu, is, dit, zijn die, is dat real? Of is dat gewoon, ja, als ik niet op de televisie zie, ja, dan weet ik het niet. Liggen, liggen, liggen generaties, uh, liggen bijvoorbeeld de, de mensen zoals uw ouders, van die generatie, liggen die wakker van dingen... ...waarvan, van de wij, waarvan, waarvan, waarvan wij denken dat die er mm -hmm. heel wakker van liggen. Ja, ik denk dat de media ook een beetje is veranderd. He. Je mag niet vergeten, ze hebben nu 18% gehaald ongeveer. En ze spraken van de nieuwe Zwarte Zondag. Terwijl een paar jaar de vorige verkiezingen, of de verkiezingen hadden ze 22 of 24. He. Dus ze staan niet op hun top. He. Ze hebben eigenlijk al veel beter gedaan. We hebben het gewoon beter opgeklopt. En we hebben hen meer aanvaard als een mainstream gedachte. Dat op zich uh, vind ik niet zo erg. De, de verkiezingsresultaten van het Vlaams Belang. Waar ik wel meer moeite in heb. Is hoe dat de media zich laat doen. Daarmee bedoel ik. Ze hebben zo vaak van zichzelf gehoord dat dat een linksbastion is en journalisten ze laten zich doen en als een linksbastion, ze zijn tegen ons, dat ze bijna in de schrik of zo, dat voel bijna overcompenseren. Dat ze nu constant, bijvoorbeeld na die brand in Bilze wie is er dan in de afspraak dat komen uitleggen? Dat zijn allemaal mensen van, van het rechtse politieke spectrum. Maar waar is dan hun tegenstem? Er is toch iemand die tegen hen moet durven zeggen van is dat misschien ook niet waar een klimaat die jij hebt gecreëerd? Dus de kritiek. Naar rechts is weg. Naar rechts bestaat op zich, daar kan ik niks tegen hebben, want dan zou ik mijn politieke mening hoger zetten dan die van die mensen. En ze zijn bij 18% in, in, in Vlaanderen alleen al, dus ja, wie ben ik? Maar waar ik wel wat meer moeite mee heb, is de vierde macht. De vierde macht is een vierde macht, hè, media en journalistiek. Ze hebben eigenlijk die macht gekregen om eigenlijk te zeggen, zie ervoor dat die drie andere machten, dat zij deftig hun werk doen. Dat als dat ooit fout loopt, dat het volk dat weet, zodat ze desgevallend, zoals bij de Franse revolutie, gewoon dat paleis binnenstormen en die slechte eruit halen. het moment dat de vierde macht eigenlijk mee een onderdeel wordt van een van die drie machten, dan heb je een probleem. Want dan is er geen checks en balances meer, alleen geen externe niet meer. En daar heb ik veel meer schrik voor. Hoe dat de media door fake news, door... Uh, druk van, van economie, hé. dat vind ik eigenlijk een veel, veel enger gedachtegoed. Ik heb er nooit bij stilgestaan, tot voor kort. Ik had aan, ik had aan, ik had aan de morgen een interview gegeven, een heel lange, zoals nou, tien bladzijden met foto's en alles erop en eraan. En dat ging over de conferentie. En in heel die opbouw hebben ze gezegd: Kamal, hoe was u, uw jaar dit jaar? En ik heb dan heel lang nagedacht. Ik vond dat ik eigenlijk een heel leuk jaar heb gehad, want dit is mijn droom. Als, als kind keek ik naar Geert Hosten. Ik, mijn ouders konden geen Nederlands, ik moest dat nu uitleggen. En ik ben hier nu fucking 28 jaar. En ik doe datgene waarvan ik als kind dacht onmogelijk. Dus ik ben super gelukkig en, en super blij. Maar emotioneel, allee, de, 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 persoonlijk was het, zo, was het niet makkelijk. In de zin van ik was zo hard met mijn werk bezig en zoveel druk dat, dat, dat ik mijn relatie eigenlijk heb verwaarloosd. Dat is mijn schuld. Nu, ik had dat in de morgen met zo'n hele context heel schoon uitgelegd. Waarom en de emotie daarachter. En wat heeft dan. Het laatste nieuws gedaan. Ze hebben dat stuk eruit gehaald zonder context. Op het laatste nieuws frontpage gezet. Mijn foto van mijn vrouw, waarbij die vier jaar geleden is getrokken geweest, zegt Kamal is bijna gescheiden. Maar ik vind dat sowieso een belachelijke kop. Kamal is bijna gescheiden. Eigenlijk is er gewoon: kamal is ruzie gehad met zijn vrouw. Ja, ja. <laughs> dat is echt exact waar. hoeveel koppels Ja, En ik zie hier weg. Hè? Ik kom niet meer terug. Hè? Dat, is, dat is letterlijk, ja, ja. om de drie maanden bij elk koppel. En op het einde hebben ze dan gezegd, ja, ze zijn nu wel gelukkig, maar ik dacht, waarom doen we dat dan? Want in de morgen vond ik de context heel duidelijk. Hè? Dus mensen die dat lezen, die gaan er bijna... Clickbait, ah, ja. baby. Clickbait. Ja, dat is maar, wat dat is. Maar mijn vrouw is daar wel ja. slachtoffer van. Want ja, er absoluut. zijn berichten die rondgingen van familie die, die ja, zeggen, hoe huh, zijn jullie gescheiden? En heel veel mensen die praten harder, over spreken harder over aan. Mensen zijn ook van de familie boos, maar waarom gooi jij nu vuile was op straat? Snap dus dat heeft zo'n persoonlijke impact. Vooral dat ze de foto van mijn vrouw mee op het laatste nieuws hebben gezet, vind ik niet oké. Okay want zij koos daar niet voor en ik heb het daar nog gezegd. Mm -hmm. Weet je wat Thomas? Dat was drie of vier jaar geleden. We gingen samen naar een theaterstuk van Sven de Ridder uh, van de Sven de Ridder Company en uh, ik herinner me dat we in de auto zaten en ik zeg "Oh, ik zei nog: oh maar daar zitten allemaal zo van die fotografen van het laatste nieuws en dat allemaal die gaan weer een foto willen. En me, maar ik zei op zo'n manier van oh, ik heb er geen goesting in. Mm -hmm. Maar mijn vrouw is dat geïnterpreteerd is dus, ah, meneer wilt met mij geen foto's maken of wat? Hè? Schande jij je voor mij? Allee, dat is niet wat ze zei, maar dat was ja, zo, ja, ja. ik voelde dat dat de emotie was. Van, ah, hey, we waren zo pas getrouwd. ah, je met mij niet op de foto? Ik zeg, schat, dat is het niet, maar dat zit hij in hun archief en dat gaat ooit eens teruggebruikt worden. Ja, wie zegt dat? Allee, maar ze kent dat allemaal niet. Hè? Hmm. zeg, wie zegt dat? Allee, dat is toch wel goed dat we hier samen een foto hebben? Allee, dat is toch wel belangrijk we zijn toch getrouwd voor iets of, of is het niet voor altijd misschien dus ja. op een gegeven moment zijn we aan nou gepist in het moeten dus wij deden dan eigenlijk een fotoshoot daar alles erop en eraan en die foto hebben ze dan in hun archief en het is die foto die nu op het laatste nieuws stond ik zei dat is toch dan I told you so van oh, de eeuw dat jij dan in zo uw handen hebt blij dus eerst was ik was eerst boos <laughs> hè? in mijn eigen was ik boos maar de man in mij dacht yes Drie jaar lang getrouwd en je hebt vandaag gelijk. <laughs> <dit stond> <laughs> Voor de eerste en tot hiertoe enige keer. Ja. Maar na kan ik wijzen en zeggen... En hoe blij zitten met die foto? Gaan we dat nog eens doen? En ze werd nog bozer. Want wat deed ja. ik? Ik zag dat. Maar mijn man, mijn man zei, nam het over van al de rest. Ik zeg... Aha, schat. Ik had toch gelijk, mm. En mijn vrouw zegt... Wacht. Dus dit gebeurt en jij bent daarmee aan het lachen. Ja, ja. En dan werd ze terug boos. Dus, ja. dus die mensen heb ik toch verloren uiteindelijk. Ja, Winnen wie doen nooit. Winnen doen nooit. Je kunt alleen dat idee nog in je kop hebben van. Ja, ja, maar ik weet wel dat ik daar op dat moment gelijk had. Voilà, maar, en toen dacht ik in mijn eigen. Ja. Als je zo'n interview geeft aan de morgen in die context magazine Eigenlijk heeft het de facto nu ook een interview aan dat Allemaal en het laatste nieuws. Want die zitten onder elkaar. En mm -hmm. dat besef had ik niet. Ik dacht. Serieus? Allee, je kiest voor een bepaalde krant of een bepaalde perceptie. Een bepaalde journalist die bepaalde soorten vragen, vragen stelt. Dus ik ga daarop antwoorden in die context. Maar je zou verwachten dat er een soort van deontologie is. Van, we gaan het ook in die context houden, zeker omdat het zo emotioneel is. Maar als ze bijna gewoon hun archiefkast kunnen opendoen en zeggen: oh, Vandaag gaan we dat pakken, vandaag gaan we dat pakken. We zetten dat online en laat die kliks maar komen met een foto van een, een vrouw in een andere context getrokken waar je geen toestemming aan vraagt, die geen publieke figuur is. Dat je, dat er iemand is die zegt: ik kan in eer en geweten dat doen, dat vind ik, vind ik loco. Dat Kun je daar, daar niet loco. moeilijk over doen op het gebied van portretrecht? Of is dat gewoon puur omdat die dat al in hun archief hebben dat je daar eigenlijk niks over kunt zeggen? In theorie zeggen. kunnen ze het gewoon gebruiken, want het zit in hun archief. Het enige ja. wat je daar tegenin kunt brengen is: ik ben een publieke figuur, dus ja, ik kan niks doen. Maar zij is geen publieke figuur, zij heeft daar niet voor gekozen, zij, heeft niet... zij stond niet mee in dat interview, zij heeft niks gezegd, dus op geen enkele manier heeft zij geparticipeerd aan dat stuk. Dus in theorie denk ik, maar ik ben geen jurist natuurlijk, mm -hmm. ik weet niet of het zomaar mag dat ze haar foto daarmee opzetten. Dat weet ik ja. niet. Maar langs de ik ben niet boos op het laatste nieuws, die mannen doen hun werk, hè? maar dat, dat, dat bedoel ik gewoon als gezegd van waarom is dat fake news? Dat is, dat, heb ik dit geantwoord om gewoon eens heel dat persoonlijk verhaal te hebben van hoe impactvol en, en hoe dat conflict media en de realiteit is eigenlijk. Dus als ze dat al doen met, met, met een huwelijk van iemand, met een vrij intiem stukje uit een, krant van, uh, uit een interview van tien ja laat staan dat dat dan iets met andere gebeurtenissen, mm -hmm. met andere... Dus, dus alleen dat fake news, bij wijze van spreken, heb ik aan de lijf ondervonden, want ja. heel, heel, heel de buurt in ons denkt dat ik gescheiden ben en dat ik dat op straat heb gegooid, terwijl dat, dat helemaal niet het geval is. Snap je het? Integendeel. Het gaat nu niet goed, omdat mijn is aan het verminderen is. Dus, dus ik heb dat echt gezien, wat het verschil is tussen, tussen echt nieuws en, mm -hmm. en, en fake nieuws. Dus... Ja. Oh, <laughs> dat zou ik eerst zeggen. Um, ja, het, is, het, is het, het, het zotte daaraan is natuurlijk dat nu is het hier ook zo. Als je hier komt zitten... HLN heeft ook al een aantal dingen overgepakt hè, dat wij hier, dat mensen hier bij ons ook vertellen. Ik denk dat ze dit niet gaan overpakken. Je, 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 merkt, je merkt wel dat er, dat er zo meer en meer... Um, ja, dat dat inderdaad een soort vermenging wordt van... En dat vind ik wel heel cool wat je zegt, want ik had er eigenlijk zo nog niet over nagedacht. Maar je doet niet meer een interview voor één krant. Hè. Je doet het voor iedereen nu, als je iets zegt. En iedereen maakt er ook vooral van wat ze zelf willen. Is er, ja. is er iets dat je daar tegen kunt doen? Had jij de neiging om daarop te reageren, omdat je dat kreeg, of heb je erop gereageerd? Ja, ja uh, mijn, uh, mijn manager Tom, die zei eerst wel helemaal, je hebt er zelf voor gekozen. Maar Tom heeft mijn vrouw heel graag. Ja. Dus, dus, dus die vindt altijd. Want, weet, ik ben, ik ben geen autist, maar zo, ik ben super perfectionistisch. Dus, dus van mij zegt hij: Joh, al... hij zegt heel vaak gezaagd gewoon. Hè? Maar als mijn vrouw iets zegt, dan, dan wordt hem wakker. En ik zeg, Ja, <laughs> zij vindt dat heel erg, leer... zei ik. Hè? Mm -hmm. En toen stond op WhatsApp: twee blauwe vegen. En later stuur Het is geregeld. Ja. Zeg, serieus, meneer de maffiabaas, en u kunnen dat zo snel oh. als ik dat vraag. Niet, dan zeg ik zeg, maar je vrouw heeft dat deze keer gevraagd. Dus ze hebben dat er wel... Dus, dus in dat opzicht allez, hé, ben ik ook niet boos op het laatste nieuws, want ze hebben de fout... Allez, ze, erkend of niet, dat weet ik niet, maar ze hebben wel akte genomen van mijn, van, van mijn bezwaar, of die van mijn vrouw, of die van, van Tom. En ze hebben dat er ook afgehaald. Nu, het filmpje staat nog online, maar ik denk dat ze dat ook wel eraf gaan halen. Mm -hmm. Dus dat respecteer ik dan ook wel. Want dat is dan, dat is dan stap twee. Hé, er is nog een heel groot verschil tussen... Iets doen, um, dat zijn fouten die kunnen gebeuren, of bewust al dan niet, dat maakt nu niet uit. Maar als, stel dat ze daarna zeggen: Oh fuck you, een gast, uh, dit brengt ons geld op, of dit brengt ons kliks op, we doen juist niks weg. Dan zijn ze op een heel different ballgame aan het spelen. en, mm -hmm. en uh, dus, dus in dat opzicht, daarom zou ik, ga ik nu ook niet zeggen: Oh fuck HLN of zo. Integendeel, ze hebben dat eraf gehaald. Dus, dus dat respect hebben ze daar ook wel teruggekregen. Ja. Dus dat, maar ja, ik ben er nu wel heel bewust. Allee, ik ben sowieso een heel eerlijke mens. Ik, ik, ik zeg graag gewoon wat er op mijn lever ligt. Uh, dus mijn vrouw zegt, houdt er nu wel rekening mee. Maar ik zeg, ja, maar het is in de morgen alleen voor die veertig mensen die dat lezen. Wat maakt dat dan uit? <laughs> dus dat, dat ga ik niet meer doen. HLN wordt door meer volk gelezen. <laughs> ja, dat is aanbetend natuurlijk. Wat, nu, hebben we het toch over bezig. We een beetje verder gaan op, op uw vraag, van er, juist, uh, ja. en er is maar de, 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 ver, de verkiezingen en de naadslag, En hoe dat het. De, 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 de enorme. Ja. De, de, de toch sowieso, wat je zegt in de media ook. Het, het, het populairder worden van rechts. Hè? Ik denk dat we allemaal in het begin van het jaar, zoals je zei, met Anouna, dachten: Haha, de Groenen gaan het ja, hier halen. Maar ja, ja. dat is totaal niet zo gebleken. Je nee. bent natuurlijk ook uh, van Marokkaanse afkomst. Hoe is dat voor u eigenlijk als je die ver verkiezingsuitslagen ziet? Buiten het feit dat je er een conferentie over moet maken, rookt u dat persoonlijk? Is dat iets waar jij van denkt? Voelde jij dat vaak? In uw leven, dat ik dat dan veel meegemaakt Weet Weet wat ik gewoon nu een beetje meer vind dan vroeger? De verkiezingsresultaten van Vlaams Belang zijn niet het hoogste dat we ooit hebben gezien. Hè? Ik mm -hmm. denk, zelfs misschien net top drie of net niet. Maar weet wat ik wel een beetje een probleem vind? Door de media, dat dat allemaal latent wordt goedgekeurd, ook de koning die naar Vlaams Belang heeft uitgenodigd op het Koninklijk Paleis, hè? Mm -hmm. um, is er wel een soort van: het is oké er om, om openlijk racistisch te zijn of openlijker racistischere dingen te zeggen. Hè? Waar mm -hmm. vroeger mensen soms hun bakjes hielden. Om bepaalde dingen te zeggen. Is dat nu, hey, ford, uh. Het is alsof ze zeggen: van, ah, nu mag het allemaal, want Vlaams Belang heeft gewonnen. Dus nu mogen we gewoon, dat eens is goed, zeggen wat er op mijn lever ligt. Mm. Ergens ben ik sowieso heel hard voor vrijheid van meningsuiting. Dus in dat opzicht, zeker jouw ja, doe vooral maar. Maar vooral hoe, hoe gratuit dat mag zijn. Snapte dat er zelfs ook geen, soms geen menselijke reflex niet meer is of een maatschappelijke reflex van misschien is dit sowieso niet oké, okay, los van mijn politieke voorkeur om dit of dat te zeggen. Dat vind ik eigenlijk veel erger. Ik, ik vind dat de openlijke racisme, als ik mijn vrienden ook wat hoor... Hè, want in Vlaanderen heb ik daar minder last van, maar als ik 40 kilometer naar het noord of het zuiden ga, terug wel. Mm -hmm. um, die zeggen nu wel dat dat zo... Wat zeg, uh, ali, bijvoorbeeld, als er nu verkeersagressie is, of zo, dan gaan ze snel zeggen, hey, maar kijk doe nou eens kalm, of... Of, 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 of gewoon op straat of als iemand te lang moet wachten zeg braan, of je hey, doet hij een doek af of, zo, dat soort termen die we is dat zo recht? Van dat de jaren meest merkte, merkte dat dat meer gebeurt terug ik vind dat dat zo wat, wat, wat meer oké okay is misschien in een ja. bepaald segment of zo maar ik heb zo het gevoel dat dat zo wat wat is en ook, zo, ook die zwarte pieten discussie dat is een discussie die steeds meer die terug zo wat aan het oplaaien is en zo wat steeds meer polariseert en ook die discussies worden veel harder um, en die worden veel harder en veel gepolariseerder maar als ik heel eerlijk weg zei, nu los van de Marokkanen niet, mm -hmm. soms heb ik wel wat respect. Allee, daarmee bedoel ik. Um, dat van als het Carnaval, wat die mannen daar aan het forceren zijn, mm -hmm. <laughs> dat is wel. Dat, dat is, het normaal heeft je gezegd Doe iets niet racistisch. En als je dat wel doet, dan, dan krijg je een straf. En zij geef die straf, maar we doen ja. verder. Ja. <laughs> dat je dat bereid bent. Maar dat is eigenlijk wat ik initieel wou zeggen. Jij ah. zit eigenlijk ideaal geplaatst. Als je heel kort door de bocht gaat, zou je kunnen zeggen: I made it. Jij gaat, gaat in rechts Vlaanderen de eindejaarsconferentie ja. doen. Dat is niet normaal. Ik bedoel, ik, ik kan niet meer nog een beter equivalent komen als je het gewonnen. Maar soms vraag ik me toch ook af: hoe hard is de allochtone gemeenschap? Ik zal dan gewoon de Marokkaanse ja, gemeenschap, ja. want daar zijn ja. uiteraard ook veel verschillen ja. tussen. Hoe hard zijn die ermee bezig? Als je zegt dat uw ouders eigenlijk al niet naar de televisie kijken, kan ik ook al vanuit dat ze misschien niet de morgen lezen tenzij dat, dat een er zoon erin staat. Um, hebben, we, hebben wij soms, um, ja, ik, ik zal nooit zeggen dat, dat overdreven is, de reactie overdreven is, maar soms heb ik de indruk dat het een, re, een reactie is op, op twee snelheden. Uh, namelijk de terechte verontwaardiging, die, die, die ja die leeft online, want dat is ook nog een verschil. Ja, ja en op Twitter, en mm. zo, en zo bij dit... de linksactivisten. Maar hoe, maar hoe, ja, kwa is hoe kwaad is de Marokkaan uh, de dacht die, die jij kent? En dan heb ik het niet over de, de mensen die je natuurlijk leert kennen, omdat je bekend is nee, geworden. Nee, ja, en ik, dat je ook nog eens in ja, incultureel... Ja, heb je die zoiets? Nee. Als, allez, wat je zegt klopt heel hard. Er zijn twee snelheden. Hè. Bijvoorbeeld, wat die vaak ook tegen mij zeggen? Oh, maar Kamal, jij bent wel een goeie. Hè. Jij zijn een goeie. En één keer, één keer was mijn geduld daar Eigenlijk een beetje mee op. Ga eens een goeie. Ik zeg serieus. Dus ik heb een master, ik, geef, ik heb lesgegeven op, les op de universiteit. Ik ben directeur geweest van een cultuurcentrum. Ik ben sociaal werker geweest. Ik geef nu les op de hogeschool. Ik heb een, 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 een succesvolle theatershow gehad. Ik heb een televisieshow gehad. Ik heb, um, ik heb nu de ndas dat da. Allemaal om van u te horen, ga ze een goeie. Dat is wel veel werk, hè, José. Ja. Dat is heel veel werk om gewoon een goeie te zijn. Hè. Ja. Wat zijn al die andere mannen dan? Als ik dat allemaal moet doen om een goeie te zijn. Wat zijn die dan? Mannen zonder diploma. Wat zijn, die hoort ook bij de samenleving. Ja, maar allez, zij mogen wel een beetje beter uw best doen. Ik zeg, wat, wat voor absurditeit is dat? En, en wat ik soms wel voel, is niet zozeer hoe de mensen ermee omgaan. Want mensen zijn, heel veel mensen zijn boos. Op vlaams Belang stemmers Nee, daar moeten wij niet op boos zijn. Hè? Die mensen hebben frustraties. Hè? Zij stemmen omwille van politieke frustraties. Weet op wie dat wij boos moeten zijn. Op mensen die weten zijn willens, weten wat er aan de hand is aan de hand is in de samenleving, die documenten krijgen van studiediensten, die naar conferences gaan dan, en in conventies, die praten met andere politici, die, die, die publieke rollen en figuren hebben als naaste vrienden. Die mensen die maar al te goed weten wat er aan de hand is, wat de problemen zijn in Syrië. Die worden gebombardeerd met ook Belgische wapens. Die worden gebombardeerd door het Westen en dan lopen ze weg van die bommen naar het Westen en dan worden wij boos op die mensen. Dat je dat allemaal bewust gebruikt om voor jezelf een postje te versieren, dat vind ik maf. Dat is maf. Kijk maar op bijvoorbeeld die brand in Bilze. Het enige wat we hebben gehoord toen bijvoorbeeld van de vorige staatssecretaris van Asiel en Migratie, zijn reactie op de brand in Bilze, een asielcentrum. Mensen die weglopen van de oorlog in Syrië, die daar kapot gebombardeerd werden, die hun familie verloren hebben, die, niet naar, die anders niet naar België hadden gekomen, die dan te voet moesten vluchten op een of andere manier naar, naar, naar Noord-Afrika, die dan een gam, gammele bootje moesten pakken. 10.000 euro banaan soms moeten betalen aan mensensmokkelaars om uiteindelijk in Italië terecht te komen. Om dan van Italië helemaal in België terecht te komen, helemaal kapot, afgepeigerd. Om dan uiteindelijk in België te belanden en denken: oeh, dit is een land van democratie en verlichting van menselijke waarden. Misschien kunnen we hier even op adem komen. Om dan te horen dat het asielcentrum waar dat jij, zogezegd, adem wou pakken, in de fik wordt geschoten, louter en onwille van je huidskleur of van je afkomst, dat dat gebeurt, die psychologische terreur in ons eigen land, een land van verlichtingswaarden en verlichtingsdenken, en dat jij als staatssecretaris van asiel en migratie, los van politieke voorkeur, ik ben apolitiek, geen links geen rechts, maar dat je gewoon formeel als, asiel, als staatssecretaris voor asiel en migratie, iemand die alles weet, de hoe, de waarom en zo verder, dat je dat nog durft te zeggen... Ja, ho, dat is toch wel erg dat ze dat van mij vinden, hoor. He? Trouwens, je moet eens kijken naar de huidige asielsecretaris. Uh, he? het, is, het is haar beleid die dat doet. Serieus, is dat je enige reactie op die psychologische terreur die wij collectief als gemeenschap voeren op die mensen? Is dat uw reactie? Waar zijn dan uw verlichtingswaarden? Want dan kun jij wel zeggen, die mannen van ISIS zijn barbaren, he? maar waar zijn onze verlichtingswaarden dan? Waar is onze mensheid dan? Waar zijn onze rechten van de mens en ons verdrag van de rechten van de mens? Waar zijn die dan? Eigenlijk vind ik de laatste tijd dat onze politici, en dat is de eerste fase, het gaat doorcijpelen. Als zij al niet meer geloofden in de verlichtingswaarde van mensen helpen en herdenken, hoe zijn wij dan een haar beter van de mensen die wij als barbaren bestempelen? True. Mhm. Mm daar heb ik soms wel wat moeite mee. Maar dat viel totaal niet op, eigenlijk. Dat was zo'n rustige, kalme, totaal on emotieloze uitleg. Dat gij daar maar dat is absurd, als je dat erover nadenkt. Cool, nee, dat is absoluut waar. Een journalist zegt ja. tegen mij, zegt, mm -hmm. Kamal, ben jij niet van plan om zo wat plat over politici wat moppen te maken? He? He? Dat is toch wat ik Kamal? Ik zeg serieus, dat je misschien gaat lachen met Lisbeth Homans of zo, dat die wat zat is soms. Ik zeg, wat is erger? Kamal die voor het vermaak van de mensen en zijn functie als nar, hè, als je het zo wilt bekijken, mm -hmm. hè, door de, de, politie, de, de politici in hun ivoren toren wat te humaniseren, zodat ze niet weten dat ze het te hoog in hun bol moeten krijgen. Is dat erger dat ik zeg, zegt Lisbeth Thomas, is dat erger? Of het feit dat Lisbeth Thomas vijf jaar geleden minister werd van armoedebestrijding, ook bij de jeugd, dat ze vijf jaar geleden formeel heeft gezegd aan de mensen, ik ga er persoonlijk voor zorgen dat kinderarmoede zal dalen met de helft. Reken mij daarop af. En dat nu blijkt, na haar vijf jaar, dat het nooit zo hoog is geweest als nu. En, wat, en hoe hebben we haar afgerekend? Zij is nu parlementsvoorzitter. Wat is erger? Zwaar. Mm -hmm. ja. Tienduizend kinderen in armoede storten of Kamal die was zegt: gloegli, glugli, glugli. Ja. Mm -hmm. zeg, zij verdienen de meest platte mop die er is. Voor hun eigen goed, hè? Ik bescherm politici, hè? ze moeten dat beseffen. Hè? Maar dat ze ermee kunnen lachen, dat is een ventiel. Dan mm -hmm. denken alle mensen. Hé, hey, hé, hey, wij hebben er iets mee gelachen, we laten het wel los. Snapte? Anders worden ze te boos. Dankzij mij is er geen Franse revolutie en slag in de Bastille in Vlaanderen. Graag gedaan. Dankzij u, u. Dat is goed gedaan, jongen, dat is goed gedaan. Wat onze, ja, wat onze, wat onze job toch allemaal niet doet, hè? Kamal. Ja, Amai, sorry, ik was echt aan het Sorry. Nee, nee dat, dat, is totaal eerig. Eerig. dat is helemaal niet. Maar zo, um, want, allee, als ik zo, als wij in uw plaats of zo denken. Um, is het soms ook niet, 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 niet moeilijk om, om voor, voor, uw, ja, voor uw Marokkaanse vrienden of familieleden, die misschien wat traditioneler zijn, dat je ook soms een, een beetje een, een, dun, een dunne lijn moet bewandelen? Van, ah, dat je ook niet altijd. Uh, yeah, want hoe kritisch kun je zijn, bijvoorbeeld, op je eigen gemeenschap, en hoe bescheiden moet je soms zijn over je eigen succes, als zijnde om niet die goeie te zijn of de knuffel, puntje, puntje, te zijn? Want ik heb soms de indruk dat dat... nee dat, dat, uh, dat is niet... Het ding van, ik kan niet in een discotheek binnen bijvoorbeeld, is verschrikkelijk. Maar ik denk dat dat voor mensen jij, die, die het gemaakt hebben, soms ook niet makkelijk is. Ja, een van de ergste commentaren die ik heb gehoord, en soms nog durf te horen, is dat er zowel collega Comieke uh, of mensen in televisie zeggen, Jamal. Maar zo echt, serieus, kan eerlijk. Je hebt deze ook allemaal maar een bitch omdat je Marokkaan bent. Zo'n zo subsidies en zo, zo'n zo bevestiging. Dat ik dat zo bevestig. Ja, ja, de enige reden waarom ik hier ben is omdat ik een Marokkaan ben. So, dat vind ik, he, als, als je zegt. Voor mij, vind ik dat soms raar. Dat dat zelfs in, allee, het is niet dat, dat je dan in een soort van dingen zit waarin dat, dat wordt aanvaard en dat dat wordt erkend. Je neemt dat altijd wel wat mee. Um, maar ja, ik, ik heb echt een tweestrijd Ik dat nooit zeg ik heb het gemaakt, want ik voel dat ik heel veel fouten constant nog maak en nog niet alles juist toe. Ik vind dat ook niet van mezelf. Ik heb vrienden van mij die chirurgen zijn en elke dag mensenlevens redden. Waarmee... Dus ik ik, ik, ik zet die mensen veel hoger dan ik. De vuilnisman die om 4 uur s morgens opstaat om 1600 euro net te verdienen en dan mijn restafval meepakt om voor zijn kinderen te zorgen. Ik heb daar veel meer respect voor dan wat ik doe. Ik doe wat ik wil, omdat ik het graag doe, wanneer ik het wil en ik word er goed voor betaald. Ik heb die ego niet meer nodig. Ik verdien die ego niet. Die moeten zij, vind ik, meer krijgen. Maar waar ik soms moeite mee heb, in de aflevering van de Slimste Mens, waar ik jury was... Um, heb ik twee soorten moppen gemaakt, maar ik denk daar dan over na. Hè. Namelijk, uh, uh, Erik van zegt over Erhan zegt, zegt Kamal, wat denkt u van zijn kansen? En ik zei, ja, hij is een moslim, hey, uh, ik geef hem weinig kans, uh, want hij is moslim en hij is, al gewind, uh, hij is het al gewend om te presteren uh, met weinig kansen. Allee, de mop heb ik nu slecht mm -hmm. verteld. Ja. Maar dat was, dat was de mop, namelijk. Dat is eigenlijk een, een mop in, in, in het voordeel van de allochtone gemeenschappen. Ze krijgen zo weinig kansen, hij zal het waarschijnlijk niet halen. Mm -hmm. Nu, daarna, een beetje verder heb ik een mop gemaakt over mijn kat. Da, hé, want we hebben sinds kort een Britse kort bij ons thuis. Hè? Want mijn vrouw wou dat heel graag. Dus ja, dan is dat er gewoon. En, uh... Zo gotha. Ja, zo Mijn nou, vrouw wou kiepen konanen en cavias. Dus er zijn kiepen konanen en cavias. Ja, Je voilà. had er geen kloten over Niets. te zeggen. Ja, ja. En dan zei ik, onze kort, dat is zo'n raskat. Dus die komt met papier en dat soort toestanden. Ik zei van hem op: Mijn kat heeft meer papier dan mijn onkel. <laughs> voilà, op zich een heel logische redeneringsschrap. Mm -hmm. uh, en daar krijg je dan uh, ja, uh, je bent een Neskim is voor is voor een klikspan een verrader uh, omdat ik die mop heb gemaakt, maar die andere mop heb je niet gehoord dus ja, mensen die pakken heel graag dingen om toch zomaar om, om maar kritiek te geven en ergens snap ik dat ook wel je wilt altijd je rolmodel staat op een heel hoge pedestal uh, dus de, het minste dat je kunt afbreken aan dat beeld, wordt, wordt, komt hard binnen maar dat is voor mij natuurlijk ook wel moeilijk want ja, moet ik dan veertig keer zo hard harder nadenken voor een mop om uiteindelijk op een show te komen, terwijl ik, dat, ik vond dat een leuke, een goeie mop, uh, die is niet stigmatiserend, dat is een vergelijking tussen mijn kat en mijn onkel. Mm -hmm. Dus dat is, soms denk ik zo, ff, allez, allez, wat moet ik dan ja, nu doen? Ja, want dat is hetgeen maar... dat, je, dat je zelf zegt, toen je er straks bezig wordt over het, uh, het, het veel acceptabeler zijn van, hey, of het meer onbeschaamd rechts of racistisch kunnen zijn, terwijl dat er toch ook heel veel mensen zijn die nu momenteel het gevoel hebben dat dat net helemaal niet zo is. Dat je vroeger met veel meer wegkwam. He, er, zijn, er zijn veel, veel van die. He, want dat is een hele dubbele tijd. He. Iedereen, ah, zo, ja. iedereen vertelt het vanuit zijn eigen standpunt en zegt: ja, vroeger konden. Bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, het woord neger zeggen op podium. En nu gaat dat niet meer. Hè? Ja, Vroeger goed, konden hè? dat, ja, tuurlijk ja. is dat goed, maar ik wil gewoon zeggen: ja, ja. Er, zijn zo, er zijn heel veel dingen hè, waar, waar, waar dat je ook. Hè, ik heb bijvoorbeeld heel die, die, uh, dat panelgesprek gehad bij het Mad Goat ja. Festival, waar Michael ook in gezeten heeft. Humor, ja. Waar ze dan over humor hebben en waar ze dan ook beginnen met: waar kunnen we nog mee lachen? En, en zijn er. Is, het allemaal een beetje, is er te weinig diversiteit in, uh, in, in de humor ja. in België? En vooral wat ik dan een stelling vond die voor mij niet klopte, maar dan vraag ik me dan af hoe dat jij u voelt: uh, dat, dat de, dat de comedywereld, net zoals op heel veel andere plekken, een, een, een plek is van, uh, van blanke, uh, witte gatekeepers die gaan beslissen wie wel en wie niet. Heb jij het gevoel dat dat zo is? De, het verhaal van de gatekeepers? Ja, dus het verhaal van... van het is een wit mannenwereldje. En alles dat divers of vrouwelijk is, wordt daardoor tegengehouden. Ik vind dat een dubbel. Ja. Bij comedy vind ik dat eigenlijk niet. Nee, ik vind dat ook niet. Bij comedy vind ik dat niet. Om de ja. simpele reden, comedy is eigenlijk heel democratisch. Kom op het podium, doe je ding, ze lachen, je zegt goed. Je onderlijn. de lijn. Ja. Ik vind dat heel schoon. Allee, Mensen die niet meer comedy bezig zijn, denken dat dat een of ander heel groot illuminatie shit is. <laughs> dat is ook zo. Wij zetten allemaal dierenkoppen op en uh, wij neuken jaks. Dat is wat wij doen in onze vrijheid. En wij filmen dat voor elkaar. Wij sturen dat door. Het maar, maar Die jaks hebben wel allemaal papieren. Meer dan de meeste allochtonen dat die wonen. <laughs> Oh, <laughs> maar, but, yeah. maar eigenlijk, als je nadenkt over. Hoe, hoe... Comedy vind ik in Vlaanderen. Ik vind dat een van de meest democratische dingen die er is. Want het is eigenlijk mm -hmm. super simpel. Je denkt dat je grappig bent. Je gaat naar een Facebookpagina. pagina Ik dit open micers. Daar worden allemaal speelplekken uh, opgezond. Je noteert e comics en je komt spelen. Ze er goed, worden vaker teruggevraagd. Ze het niet goed, dan filtert dat zichzelf af. Of je moet eraan werken. Dat vind ik zo graag van comedy. Mm. Dat is heel democratisch. Van zodra dat je bijvoorbeeld eerder naar. Naar, naar cc's gaan, of als je um, of vooral naar televisie gaat, bij televisie zijn ze veel harder bezig met wat voor profiel is dat, past dat in wat wij willen, is dat compatibel, hebben we niet te veel van dat soort profielen, daar is een bruine kop hebben, een profiel, snap je, mm -hmm. en dat kunnen je niet te veel hebben, da 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 dat is eigenlijk wel aan het gatekeepen, want dan ja, is ja. je etniciteit wordt dan bijna een factor, waarin ze gaan rekening houden van of je past in een programma al dan niet, hè? ik zeg niet dat ik daar slachtoffer van ben geweest, maar je ziet dat wel gebeuren ook in, re in redacties, maar bijna logische reflecties. Want ook in de omgekeerde richting. Want ze mm -hmm. zeggen ook: ja, we hebben te veel blanke mannen. Ja, dat is bijna even, even uitgaan van op uiterlijk dan al de rest. Je zegt mm -hmm. niet: ah, ja, die zijn allemaal super funny. Nee, we hebben te veel. Er moet zeker een vrouw bij. Dus er wordt heel, veel, heel hard hun best gedaan. Maar je blijft wel in profielen denken, omdat, omdat je dat ziet als een taak. Mm -hmm. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet in, in comedy, vind ik. Het enige wat ik soms wel jammer vind, dat was een recensie. Ik weet niet meer van wie. En dat vond ik eigenlijk wel jammer: dat ofwel mijn show, maar ook die van Erhan dat ze ons hebben vergeleken met elkaar en dat vond ik eigenlijk kwats. ja jij ja, 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 moet, ja, 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 ja. moet mij niet vergelijken met erhan jij moet mij niet vergelijken met Latif met Arbi met Youssef El Moussaoui dat is de vergelijking niet ja. gast mm -hmm. ik ben komiek jij moet mij vergelijken met de mensen die... die met mij. Die, ja, dat nu ook weer niet, maar ik Tuurlijk bedoel... Tuurlijk niet. <laughs> maar, wel, maar, wel, maar wel met, met inderdaad een klassieke komiek. Nee, met comedians. Hé. Ja, voilà. Met comedians. Dat, en dan want dat is een goede allochtone komiek erbij. Of, of de diversiteit. Of want meegest. zo voelen wij dat ook niet. Allee, want dat had ik het ding... Hé, want Michael was daar zo'n beetje van aangedaan. Die vond dat echt niet leuk. Hé. Die zei, ik ja, vond dat ik, een enorm hè. onaangenaam gesprek. Ah. He, um, en ik snap ook waarom dat hem dat vond, omdat he, soms moet je dat ook... Dat is ook iets dat je dan moet doen, dat je het niet altijd alleen maar op jezelf betrekt. Ja. Als je Over het algemeen, ik zal nu maar zeggen over de Marokkaan, of de witte man, of de moslim. Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Dus, dus je kunt eigenlijk alleen maar bezien van wat is uw aandeel eraan, of, of hoe voel jij dat dat, dat aankomt. En ik merk wel bij de meeste comedians, of toch bijna bij alle comedians dat ik ken, wij denken alleen in termen van, dat is een grappige is comedian. grappiger dan mij. Ja, of, of oh nee, dat, is, dat kan ik af. Hè? Ja, jij dat wel. Niet, nee, nee, maar dat is niet waar, maar gewoon bij iedereen. Hè? Ja, ja. Je hebt gewoon dat gevoel van, je, je hebt een gezonde rivaliteit, hè? Ja. Omdat je, en een gezond respect voor elkaar. Want ik, ik vind ook, als iemand een goede grap mocht en ik ook respect ja, voor die grap. Graf, ja. Dan denk ik altijd: ah, goddammit, goed ja. gevonden. Of die had ik niet, of dat is wel heel cool of zo. Dus, maar wij denken echt wel in termen van comedians. Ik heb dat ook bijvoorbeeld bij Sue gehad. He, zo iemand die je op een podium ziet staan en je merkt direct die hoort daar thuis. Ja. Ja, dan mij geen hol uit dat dat een vrouw was. He, dat die half Congolees is. Dat, dat boeide mij niet. Die staat daar en die is funny. En ja. je zegt funny, dus je bent de comedian. Ja, ik vind dat mensen gewoon graag ergens over babbelen, terwijl vaak zijn de mensen in het midden die daarmee bezig zijn, daar niet zo hard mee bezig zijn. En alle mensen die van buiten daar per se een commentaar over mm -hmm. willen hebben. Mm -hmm. Dat zijn zo die zelfverklaarde uh, opiniemakers op Twitter, zo, hè, die ja. dat zo ook echt in hun bio zitten. Opinie... Oh, die had ik niet, die had niet veel mensen. Maar als jij van jezelf in je op Ja, op, opiniemaker, opiniemaker en influencer, en je hebt dan ja. 800 volgers en 600 is familie, dan, 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 dan neem ik niet serieus. En die mm -hmm. willen dan per se zoiets heel negatief zeggen, in de hoop dat dat wordt opgepikt. Ik vind dat mensen graag ergens over lullen. En eerlijk gezegd, ik vind hè, dat een komiek... Allee, dat is ook het, hoe het is ontstaan. Zoals in de rena renaissance hadden we bijvoorbeeld... Ik denk dat dat Erasmus was. En die schreef een boek en dat was lof der Zotheid. Hè? Mm -hmm. En, um, en, en lof der zotheid, dat was eigenlijk, ja, zoals je hoort, lof der zotheid. Ik ben een zot. Hè? Mm -hmm. Dus eigenlijk had hij heel veel kritiek op de clerici, in, eh, op dat moment, want je moest celibatair zijn, maar die hadden dan altijd seks met alles en iedereen. En ook naar de, naar de koninklijke macht en zo verder. En Erasmus, die kon daar eigenlijk niet tegen. Hij zegt, Wat de fuck is deze allemaal? En hij schreef dan een boek, en hij schreef dat zo wat grappig, en hij noemde dat lof der zotheid. Zodat, zodat ze dat nooit konden lezen als een politiek pamflet. Maar het is maar een zot. Het is een nar. Maar dat boek heeft een serieuze impact gehad. En ik vind dat, dat komieken. Misschien geven we onszelf een te grote rol of maken we het zelf, onszelf, te, maken onszelf te belangrijk. Dat kan zeker zijn. Hoewel ik vind van niet, want als jij daar een paar sportpaleizen vult, heb je een grotere impact dan een uh, random politicus daar op Twitter. Hè. Dus je mocht dat ook niet onderschatten, vind ik. Je moet ook niet verplichten van, van, van comedians dat dat allemaal politieke comedians zijn. Hè. Mm -hmm. Dat ook niet, want dat vind ik even gewoon een genre gelijk dat dat bij muziek is. Dus dat hoeft ook niet. Maar de rol van een. Van een comiek is iemand, of je nu observerend, of politiek, of wat dan ook zijn, is dat je zo een beetje weggaat vanuit de waan van de dag, je vertrekt vanuit stereotypen die mensen hebben, vooroordeel die mensen hebben, de, de manier waarop we naar elkaar kijken, en je speelt daarmee om humor te creëren. Maar humor is vaak een inzicht. Ah, 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 I like this, snapte? Mm -hmm. En daarmee bereikt je als comedian wel iets. Dan vind ik dat com comedians politiek incorrect moeten zijn, om politiek incorrect te zijn. Nee, dat vind ik fout, want dat speelt je op effect. En dat is niet goed voor een comedian. Want dan ben je eigenlijk platvloers aan het spelen. Maar als jij bijvoorbeeld de mop waar heel Borgerhout u nog zo doorhoort kent, is dat van Joe. Zo met, met, met ja, de ja. gsm. Ja. Hoe was dat nu weer met die Is GSM? this play? Ja, 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 is this play? Dat hem eerst... Stond, dat hij, had, hij had eigenlijk een meisje overvallen, maar hij had erna al naar het gebraakt, ja. hoe dat hoe dat, dat marcheerde. Ja, wat, wat heel funny was, ja. ja. Hé, hey, is this play? Ja, dat, is, dat wordt ook nog kei dikwijls tegen mij gezegd. Alex, is this play? Ja, Zodan, ja, en ik, ja, dat, ja dat merkte wel. Terwijl, je ja. gaat er heel ver mee. En wat je misschien ja. niet weet, maar bijvoorbeeld een grap van u die heel hard is, is rondgegaan bij heel erg veel mensen, is een joke die je al eens had gemaakt, over waar je een vergelijking had gemaakt tussen Israël en Palestina. Mm -hmm. dat je zo, stel je voor dat je bij iemand op de deur komt kloppen ja, en zegt, ja, ja. Oh, ja, ik heb hier vroeger gewoond, ga maar weg. Ja. Dat inzicht was voor heel veel mensen heel interessant. Dus dan mm -hmm. zie je dat jij het maar bekijkt als komiek, maar hij heeft een maatschappelijke invloed. Want jij praat en heel veel mensen, het volk, wij alleen gewoon het volk, die hebben geen stem. Mm. Dus jij geeft een stem aan mensen die niet gehoord worden. Want anders is hun enige stem om de vijf jaar een bolletje inkleuren en daarna laat je die daarna laat je die kudde maar los om, om, om hun voorzitters te behagen mm -hmm. terwijl jij geeft een stem jij geeft een inzicht die zij kunnen delen, die ze kunnen bevestigen ik vind dat geen te onderschatten rol daarmee dat ik die comedy eigenlijk heel belangrijk vind daarmee dat ik ook zo blij ben dat, 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 dat ik die conferentie mag doen dus in mm -hmm. dat opzicht vind ik dat een comiek misschien net iets meer mag als hij het juist gebruikt he, als je, je hebt soms mensen die het in woord gebruiken gewoon om toen heb ik gezegd tegen die mm, mm, he, mm -hmm. haha, ja, 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 ja. Grappig, hè? of een, een platte mop, of Maar kijk, om, om die mop maar, om maar die lach te krijgen om of die effect, bevestiging. Perfect bejag. Voilà. Ja. En ja. dat is niet En wat vinden dan van iemand als een Anthony Jesselnik bijvoorbeeld? Ja. Want dat is, die is een ding. Hè. Ja. Die zegt eigenlijk: van ik ga gewoon dark voor dark te gaan. Ik ga, uh, ik, ik, die heeft alleen maar grappen die gedesignd zijn om te shockeren en mensen aan betaam te maken, maar tegelijkertijd wel. Wat die, is dat dan het feit dat hij briljant grappen kan construeren, dat hem een, een uitzondering maakt? Of is dat toch iets waar je van zegt jo, dat vind ik eigenlijk gewoon een klein beetje plat effect bij jou? Ja, bij Jason ik vind ik het dubbel. Ik vind dat sowieso altijd een klein beetje. Ik vind het soms wel ja, oké. Okay, ik kan ook wel de meest vieze uh, diefstal en, en weet ik veel of, of easy-smop maken. Mm -hmm. Maar wat ik wel graag vind bij hem is inderdaad zijn métier zijpelt daar zo hard in door. Mm -hmm. Dus je ziet wel, hij heeft er heel hard aan gewerkt en hij heeft zijn niche gevonden. En hij werkt voor die niche specifiek. Als hij dat nu zou opdringen aan, aan de massa, allez, hij heeft wel veel bereikt, maar dat is omdat hij natuurlijk in Amerika zit, dat zou een klein beetje anders zijn. Maar wat, wat ik bij hem dan, ja, wat ik dan bijvoorbeeld bij Gizel, die dan wel vind, zeker als hij zo die moppen maakt, ja, dan denk ik zo heel vaak, ja, ik ben er nu totaal geen fan van, maar... Ik heb liever dat, 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 zijn, dat zijn fans naar hem kijken dan dat ze soms zich gedragen naar die mop. En ik zou liever denken van... Vind dat maar goed. Hè, en, dan, en, en blijf maar thuis achter uw YouTube-scherm. En, en ga niet naar buiten. Ja, ja, ja. Dan vind ik dat misschien wel goed. Maar ja... Ze herkennen ze, ze ook hun stem. Hè. Eigenlijk is dat misschien zelfs een bevestiging van de, stel, van de stelling. Mm -hmm. Het feit dat hij dat doet en daarop werkt... Hij neemt zijn mensen mee. Terwijl ik vind persoonlijk dat jij bijvoorbeeld een heel andere rol hebt. Omdat jij een heel grote massa meepakt, dus jij moet hun allemaal meepakken, maar bij mij is dat een heel duidelijke transactie. Je haat dit of je vindt dit goed, en als je dit goed vindt, dan doe je het maar. Maar ik vind het eerder commercieel dan kunstig, eigenlijk. Eigenlijk zeg je heel duidelijk, ik heb dit ontworpen, en dat is specifiek voor die doelgroep, hè, en ik ga hen daarmee appealen, en zij komen aan, en zij komen naar mijn shows, ik verdien geld, klaar is kees. Ja. Misschien kan dat... Ja, dat heeft natuurlijk ah, ik ook een, een soort... Wie ben ik eigenlijk ook om comedy-meningen te ja, geven? Dat, je, is gewoon, de comedian, dat is gewoon mijn buikgevoel. Dan moet, dan moet zeg, dat zeggen, even, hè. Even, ja. dat vond ik ook wel interessant dat je zei van ja, ik ben niet links, nog rechts. Uh, uh, als conferencier, Vraag ik me af... Um, zouden. Ik zal niet zeggen dat elke conferencier die we nou al gezien hebben, dat die per se links is. Dat zal ik ook niet zeggen. Maar zou dat eigenlijk... Uh, moet kunnen dat je bijvoorbeeld gewoon een rechtse comedian zou hebben? Of bestaat dat gewoon niet? Ja, je hebt een beetje Han Solo die daar wel op inspeelt, natuurlijk. Ja, maar die hij zelf een als, als ja, Dat is een typische, ja. maar, maar echt iemand ja. die, die echt rechtse comedy zou maken. Mm -hmm. Ja, ik heb wel rechtse grappen. Allee, ik ga heel eerlijk zijn, ik ben een rechtse gast. Ja, er zijn soorten rechts, maar ik vind het heel raar. jij bent een Marokkaan, dus jij moet links zijn. Terwijl, alleen, maar links is breed, hè, dan moeten alles erbij pakken. Terwijl, dat is een beetje het probleem van onze partijcultuur in Vlaanderen of in België, dat dat, dat dat niet meer logisch is. Je moet te veel erbij pakken voor een specifieke ideeën waar je dan wel achter staat. Ja, ik zeg altijd, dat is dan een, een, een grap in, geweest in de vorige show, van wij moesten altijd uh, links zijn, hè, want ze zeiden van anders komt er racisme, als je niet links stemt, dus wij stemmen allemaal links. Maar ja, ik ben nu zelfstandig, dus ik betaal belastingen. Ik zeg gewoon, ik heb liever racisme dan belastingen, ze het dus daar ga ik dan zo heel altijd wel op verder. Ja. En ik neem dat wel. Ja, maar ik, meen dat. ik heb liever racisme dan belasting. Ja. Dat is de zin van de podcast, tot hier <laughs> dat, toe. dat is een hele score. Dat is een hele Dat is een hele En daar neem ik heel hard mee, in die conferentie. Want kijk, ik zie. Er zijn mensen die zeggen altijd: is dat je tweede show? Ik zeg: nee, dit is mijn eerste conferentie. Dit is voor mij geen show. Een show. Ik ben baas. Ik zit aan het stuur. Maar ik vind een conferentie vanuit mijn mening. Maar ik heb dat misschien te hoog gemaakt omdat ik als kind zoveel keek. Uh, is dat bijna een roeping. Allee, ik overdrijf nu wel, hè? maar ik zie dat een conferentie is een soort van rol die je vervult naar de mensen toe. Namelijk, er is van alles gebeurd dit jaar, en lieve mensen, hè, het komt ook op televisie, ik ga dat eens samen met jullie verwerken. Dus wie ben ik om Groen minder hard aan te pakken dan het Vlaams Belang? Want dan zou ik zeggen dat mensen die voor Groen stemmen of voor SPA, dat zij verder geëvolueerd zijn mentaal of zij kunnen wel de juiste keuzes maken die van Vlaams Belang of van N-VA niet. Ik vind dat eigenlijk een ridicule stelling. Ik vind dat eigenlijk heel heel stevig om te poneren, eigenlijk, want wie ben ik om dat te bepalen? Mijn show begint exact met die zin. Of je nu links is, of rechts, lot het los. Want één ding hebben wij gemeen: politici hadden we allemaal. <laughs> en dan ga ik verder en ik pak ze allemaal aan. Ik ben echt. Ben meeneed? Ben benieuwd. Ik ben Michael's ding was ook altijd zeggen van ja, als de regering, uh, als je een rechtse regering hebt, ja, dan klaagt op de regering. Lekter zegt dat ook bijvoorbeeld altijd. Dat is ook altijd zijn, Als ze hem kritiek en terecht, ja, maar ja, we pakken gewoon. Uh, als dus je een linkse regering hebt, dan in heb de kritiek ah, nou, op de en dat, linkse en dat je hebt, dan in de, de kritiek op de maar, maar, maar toen er een linkse regering was, dat zijn we al keilang lang vergeten. Hè. Wanneer was dat eigenlijk? Precies al een eeuwigheid geleden, ja, geleden. Hoe was het dan? De verlichting, denk ik, was de laatste keer. Was dat niet ja, ja. toen? Uh, Kamal, ik weet het niet meer. Ik, ja. ik, ik, ik vraag me dan echt soms af, deze is misschien een beetje stoken, maar toch heb ik de indruk dat als het de linkse regering was, dat het dan toch nog vaker over rechtse mensen ging gaan dan als het een rechtsregering regering is, over links gaat gaan. Omdat het makkelijker is. naar ja. rechtse Aha, mensen... Kunnen ja. gaan. Maar niet, niet makkelijker ja. om een... Het is duidelijker. Hè? Bijvoorbeeld Peter De Rover... Ik vind, vind linkspolitiek correct ook gemakkelijk om ja, het maar, kapot te ja, maken. Maar hoe gebeurt het? Dat is iets anders. Ja, sowieso. Bedoel, ja, maar, ik, maar, doe maar, het, we, ik doe het al twintig ja, jaar. Ja, de Zoals, dus. Michael heeft ook ja, iets ja, over die dus, bakfietsers dus, gehad. Maar je ze ook niet gekend als een linkse comedian. Hè, <laughs> <laughs> nee, nee, dat waar. Je hebt twee jaar podcasten nodig gehad om terug op tekenrandjes uitgenodigd te worden je <laughs> de Ja, we moeten er natuurlijk van uitgaan, die ze nooit niet luid opzeggen. 90% van de mensen die naar uw kijken zijn Mongolen, ik Allee, oh. ik bedoel, sorry dat ik het zeg, maar als je na, als je na, na 20 jaar comedy nog altijd het etiket rechts op mij plakt, dan heb je 10 minuten YouTube gekeken en nooit verder uw eigen geïnformeerd. Hè. Allee, ja, ik bedoel, ik, ik maak echt niet comedy voor de domste van de klas. Ik weet dat maar dat ik... heel arrogant ja, klinkt, wat ik nu zeg, hè? maar ik bedoel dat ook mega maar arrogant. Maar de... ah, hey, Ik kon er, er ook echt niet onnozel over ja. doen. Ja. Mensen die dat doen, dat is bij mij zo van: ja, dat is goed, maar ga je wel geclasseerd voor Maar je bedoelt toch niet dat 90% van je publiek debielen? Nee, of? ik bedoel niet 90% van mijn publiek ah. debielen. Ik bedoel denk, 90% van de mensen die zeggen: ga je ze rechts, ja, zijn Mongolen. Ik uh, nee. dacht, ik kon het toch even zeggen. Eigenlijk vind ik wel 90% van de mensen op de wereld Mongolen, maar dat is wie dat kiezen. Ik dacht er wel van. Uh over. Dat is wel hè, die 10% is best veel volks he. die zijn best oké. Okay. Ja, ze hebben ook 99% van de rijkdom, dus chill. Dat is ook zo Yeah, man, rich people are my kind of people. Nee, maar maar maar, 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 maar Amai, this, wel, but... ontspoorde wel keihard yeah. snel. Ja. Ik wel lief dat je die even terug hebt gedrongen. Yeah. That went off the rails really fast. Dat is mijn jobie. Maar wat jij nu doet nu, nu hebt gedaan is je ging mee in die redenering. Mm -hmm. he, van ik ben niet rechts, ik ben niet links. Ik snap niet waarom wij in Vlaanderen ons zo graag willen profileren als links of rechts. Eigenlijk is dat absurd. Want links heeft superrechtse uh, ideeën, Allee, die heeft ideeën die in een, andere, in een ander land of in een andere politieke filosofie zelfs als rechts zouden worden bestempeld. Omgekeerd ook, Vlaams Belang is extreem rechts, maar sociaal-economisch gezien zijn dat de sossen. Dat, dus mm -hmm. dat klopt niet meer in België. Eigenlijk als hier ja, de n he, zijn liberalen. Allee, ja, dat is dat voilà. voilà. zo. Ja. En dat vind ik eigenlijk zit dat in Vlaanderen niet meer juist. Dat, dat is eigenlijk helemaal ontspoord. Ermee dat ik niet meer geloof in partij. Ik moet te veel bijpakken om, omdat je per se dat één ding wilt. En daarom zijn we bereid om. Allee, heel veel mensen die, die wat op NVA nee, va hebben wilt... gestemd. Die, die, ja. allee, ik, ik, ik ben benieuwd naar, naar die resultaten, naar die cijfers. Maar ik, ik zou me goed kunnen inbeelden dat er heel veel mensen zijn die, in, die op N-VA hebben gestemd, die in theorie. Een nva regering stel dat zij 100% zouden hebben, niet kunnen betalen. Letterlijk. Die daar heel hard van achteruit zouden worden gesteld. Dus dat klopt, vind ik, niet meer in België. En, en dat is eigenlijk hetzelfde. Ik ben niet links of rechts. Ik kijk gewoon naar wat iedereen zegt en ik reken daarop af. Maar waarom zeg ik, het is makkelijker om op rechts te stemmen? Die mannen die ja, zijn goed... Lachen, mee, lachen, mee, lachen, ja, om daar een ja, mop ja, over te maken, ja. wordt een Peter erover die zegt: ja, oh, vroeger, hè, vroeger hè, toen maakten wij nog echte kunst. Zij, die, die mannen van vroeger, die wisten nog wat schoonheid was. Die stelling is zo absurd, zo absurd dat, dat je comedy bloed begint te koken van, huh, wat, huh, huh. Dus eh, als Vincent van Gogh nu had geleefd, dan had je dat niet of wel goed gevonden en dan ruimen zijn en. Maar, maar, en, maar, 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 maar en stel, dat soms wel. Ik geef al 100% gelijk, maar wat ik me soms toch wel afvraag is: uh, Peter de Rover is niet dom, hè? Nee, inderdaad. En Bart Wever ook zijn niet. Ze ja, zijn absoluut niet dom. Tee ook niet? Absoluut niet. Maar wat die wel heel goed in zijn. Is dit veroorzaken? Ik vind een NVA bijvoorbeeld een keigoed voorbeeld. Als we echt later ooit een geschiedenis gaan schrijven over politiek, over dit stuk, dan is een NVA een enorm belangrijke partij. Want wat die partij mij vooral heeft geleerd, is dat het echt hopeloos is. Want als je nog herinnert hoe die partij begonnen is, waarom was die zo succesvol? Dat was ook die slogan De Kracht van Verandering. Dat was eigenlijk nog een perfecte slogan. Ja, ja. Dat kwam ook op het perfecte moment. Ja, ja. Want we zaten, mocht je geen illusies, je zat in dezelfde tijd als nu. Hè. Er was nog altijd de apathie, jegens wat er bestond. En ineens komt daar die partij, die een klein beetje rechts is op dat moment. Hè. Want dat Vlaams ding was er wel, maar ik denk dat er veel mensen gecharmeerd zijn, helemaal in het begin, doordat die partij echt iets anders ging doen. En diep van binnen, hè, geloof ik ook wel, dat Bart de Wever op, uh, op kop, dat ze dat ook eventjes gedacht hebben. En nu, zoveel jaar later, is dat eigenlijk een partij geworden, gelijk dat we al honderden gezien voilà. hebben, een centrumpartij. En, en dat vind ik het akeligste van heel de NVA. Niet of dat Peter erover heel hard op Gollum trekt, Dat boeit helemaal <laughs> niet. Dat gaan we vergeten. Maar dat eigenlijk, oh, dat the house always wins. En dat heeft de NVA en de rise van de NVA en de, fall, de relatief, het relatieve val van de NVA heel hard duidelijk maakt. Of dat is net goed, hè? Allee, er, er, er zijn eigenlijk twee kanten aan uw verhaal hè. Langs één kant vind jo, ik dat. Dat balanceert alles terug uit. Dat he? is eigenlijk het idee van het parlement. Namelijk, het mm. mensen met verschillende meningen. Zij moeten samen over een regeerakkoord beslissen. En zij zeggen, ja, maar ik wil dat niet, maar ik wil dat wel, dat niet, dat niet. En op het eind heb je iets wat consensus is. Waar we in theorie, als je gelooft in, in volksvertegenwoordiging. Als zij het daarover eens zijn en wij hebben op hen gestemd. Zouden wij in theorie, als we met z'n 11 miljoen exact hetzelfde hadden gedaan. Hadden we uiteindelijk daar ook op beland geweest. Dat is eigenlijk het democratisch principe. Uh, daarachter. Nu, een partij die nooit mee heeft bestuurd, denkt inderdaad: ik ga wat veranderen als ik genoeg stemmen heb. En dan zit je mee in dat huis en dan moet je even goed compromissen sluiten. Hmm. Dat vind je dat niet erg. Want nu onlangs, hé, de Conor Rousseau, hé? de ja, Golden de... Boy van de ja. Sossen. Niet fokken met mij, he, ja, ja, Maar kijk goed, maar je denkt op dat moment: ik je wederom, ja, je denkt echt: oh, alright, cool. Leuk. <tie> je bent wel naïef, man. <tie> ja, ja, Je ja. <tie> ja. ja. wordt heel snel enthousiast. Ja, 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 enthousiast. Ja, je wordt heel snel <tie> ja. enthousiast. Maar gelukkig word ik ook snel wakker. Ja, ja, twee, twee <laughs> maar ja maar twee wanneer? minuten later helemaal ja, op dat moment want dat is wel wat je hebt ja maar wanneer, maar, eens, maar wanneer is het ooit niet geweest? gewist dan is het, dan is het over vreselijke regimes hè Nee, maar... Dan je het over, over regimes die echt de overhand hebben gehaald en letterlijk echt alles hebben veranderd. Maar dan hebben we het over communistisch China, communistisch Rusland, nee? Nazi-Duitsland, de Franse Revolutie, de Franse Revolutie okay, dus, la Terreur. Okay, dan is het goed. alleen maar over vreselijke oh, kei goed. Kei goed. periodes. Hè? Maar ja, vergeef mij dan dat, dat je heel geïnteresseerd kunt zijn in politiek, maar dat je er ook niet meer van kunt wakker liggen, want nee, het nee. maakt niet uit. Exact. Het, het maakt, maakt niet, niet uit. uit. En dat wou ik zeggen met een eentje. Ja, en met die Conor Rousseau ook, bijvoorbeeld. Eh, eh. Je denkt wel even, alright tof, die gaat iets doen. Maar een minuut later is die jongen eigenlijk al verbrand, omdat het dan gaat eh, over het accumuleren van... Dat vind ik dat wel erg. Dat is heel erg, want dan denk ik bij mezelf, niemand is daar dom, hè. Dus nee. er is sowieso dat gesprek wordt gevoerd. Welke opiniemaker dat je ook zegt, in welke krant ook, je denkt, amai, ik heb het hier even allemaal geanalyseerd. <laughs> Op het partijbureau weten ze dat ook wel. Dat is echt een afweging. Conner, die zegt misschien, laten we hopen dat hij het zegt, maar ik kan dat niet maken. Ik heb juist uh, mijn momentum gecreëerd door die jonge zijn, jonge Frisse zijn. En dan denk je ineens terug, ja, uh, partijpolitiek 1990. Ja. En toch moet je dat doen. Wat is dat dan? Is dat dan het systeem? Ik snap dat ook niet die Want die, 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 die ging bij mij van, van 0 naar 100. Terug naar nul. Ja, exact, en die ja. gast is misschien keihard veelbelovend en die wordt nu al, die is al een beetje verbrand. Eigenlijk wel, ja. Dat is toch spijtig? Dat is eigenlijk absurd. Ja. Ja. Ja, 6.000 euro per maand zegt daar nee tegen. Hè? Netto, hè. Kunnen we misschien stellen dat die, dat die, dat die lonen gewoon, ja, dat daar iets mee moet gebeuren? Want het is er allemaal, eigenlijk zijn die mensen gewoon allemaal ontvechten voor hun job. Maar ja, dat is, kijk. Wat je nu zegt is de essentie van heel partijpolitiek. Op zich is het allemaal heel democratisch, maar als je erover nadenkt, je hebt in België zo'n heel systeem van kieslijsten. Dus wat betekent dat? Je hebt allemaal een volgorde op de lijst. En ofwel heb je een voorkeurstem, echt op u specifiek, ofwel heb je gewoon een lijststem. En dan worden al die lijsten uiteindelijk verdeeld. Dus hoe hoger dat je zit, hoe groter de kans dat je wordt verkozen. Dus ook al heb je heel veel voorkeurstemmen, ja, als je hoger zit, heb je meer kans om toch nog verkozen te geraken. Dat is dubbel. Want ik als kiezer, ik stem op die persoon, want ik wil die in het parlement. Ik verwacht dan, omdat hij door mij mee in het parlement zit, dat hij een verantwoording heeft aan mij als mijn volksvertegenwoordiger. Nu, ik verwacht dat hij dat ook denkt, maar dat denkt hij niet. Want hij is alleen maar verkozen geraakt, geraakt omdat hij hoog genoeg stond op de lijst zodat mijn stem iets uitmaakte ten opzichte van de lijststem. Wie bepaalt dat? De partijtop. Dus, dus is de democratie is weg? Voilà. De ja. democratie ja. in België wordt bepaald door de voorzitters. Elke parlementslid is, heeft verantwo verantwoording af te leggen en heeft schrik Financieel schrik van de voorzitters. Zij bepalen dat. De Kamerfractieleiders vinden dat je in de pas moet lopen, want als je dat niet meer doet, word je niet meer verkozen en dan zit het kwijt. 6.000 euro net op per maand basisloon, hè? los van alle commissiekens, los van alles daar, los van alles daar, los van alle cumul, los van alle raad van bestuur. los van alle cadeautjes, los van alle lobby. Hè? Ga je daar zomaar nee tegen zeggen? Met, nee, met, met die ontslagvergoedingen, die dan hé, nu constant gepubliceerd worden en terecht. Ja. Ja, dat is schandalig, maar inderdaad, ik denk Sven gaat zeggen, denk ik. Lief heeft heeft en, en ik vind dat hem er eigenlijk een beetje te weinig respect voor heeft gekregen, want, want dan, was zo, dan is het eerste wat mensen zeggen: Ja, ja logisch, anders, hè? Anders was hij niet helemaal en dan zie je dat bedrag soms kun je niet wat beheren. 350.000 euro. Maar dat moet wel echt zo zijn de dag dat ze tegen hem moet Alex een half uur voor werken in een mat. Ja, dat zou wel zijn. <laughs> Daar doe ik deze voor. <coughs> Goedenavond. <laughs> Yeah, I ja, ja. I wish baby nee, uh, ja, ja, dat ja, is ook niet waar. we, waars, zijn, we zijn toch allemaal maar ja, ja. mensen hè mm -hmm. hey, zelfs, komt... ik zou ja zeggen je... los Ja, ga wel maar ja, ja. Ah, nee, zou jij niet ja zeggen zou je puur het principe... dat je een... voor... komt thuis hè, man Die komt thuis je komt thuis en je moet zeggen hoe was het, en zijn vrouw vraagt, ja, hoe was het op het werk? En ja, dat is die, ja, een dag, te, dat is die een dag dat jij gezegd oh, oh, oh. hebt, ik pak het niet. Want denk erom, die principiële kwestie dat je wij gewijs maakt, we leven niet meer in een tijd van twintig jaar geleden. Hè? Dat is letterlijk een week nieuws en niemand weet het nog. Hè? Dus ik? als jij die 350.000 pakt, dan heb jij 350.000. Als je er nee tegen zegt, dan heb je misschien 1,2 seconden. Amai. Ja, Principieel goed gedaan, man. En de volgende de week moeten één ding verkeerd zeggen in een interview en ze zijn het allemaal voilà. al vergeten. Sven Gats was in, uh, is naar mijn show komen kijken denk ik de week dat hij dat heeft gedaan. En ik heb dat in de zaal wel gezegd. Mm -hmm. van, uh, mm -hmm. uh, ik heb daar zo'n heel actje geschreven over... over nee, eigenlijk een beetje ook wat jij dat je thuis komt en je zo. Je hebt toch op de guestlist gezet? Ja, je kon dat niet meer betalen. Ja, <laughs> je had geen geld <laughs> niet meer. Dat is toch al uh, 980 euro uitgespaard. Dan zou dat toch al iets ergens geweest met je madame. Want vakantie gaat er niet meer in zitten dit jaar. Maar, maar oh. als je erover nadenkt, uh, De Croo heeft dat ook gezegd. Hè. Die heeft daar. Ja, ik heb nee gezegd tegen mijn vergoeding, maar dat is bullshit. Hè. Ja, dat is flagrant mm. liegen. Hè, want hij zat al op zijn, met zijn cumul's. Zat hij al op het maximum dat hij hem nog mocht krijgen. Dus mm -hmm. ook al had hij hem ja gezegd, hij ging dat geld niet krijgen. Dus hij ja, heeft dan ja. gezegd: ja, krijg je toch niet? Dan ga ik het even wat draaien dat ik nee zeg. Ja. Ja, dat, is, maar, dat is politiek in Vlaanderen. Zeilige omzet. De, de, dus de Herman is nou wel een prachtig voorbeeld van iemand die niet meer echt met zijn twee voeten in de realiteit staat. Weet een van de dingen. Die dat ik maar waar. nog als kind. Daar was ik enorm door gefascineerd Ik een ding dat een klein beetje mijn liefde voor politiek daarvan gekomen is en ik ga alles ga om erin helpen ik heb daar nog nooit niet gevraagd dan u en dat was een, een strip mm -hmm. uh, van maar zo karikaturen getekend van het koningshuis ja. en dat was en ik het nog herinner Giever Hofstad was nog heel jong maar die is een tanden ja, 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 ja. en Willy de ja, ja. Klerk was zo'n zo schaap en dat was een geweldige stripboek ik ken hem maar ik weet niet meer wie dat is en dat was ja. Ja, dat, ja. Dat was zo spot-on en ook daar zat de kro al in. Hè? Ja, ja. Dus je moet niet vragen hoe lang dat was. Hoeveel die generaties? Meegaan, uh, ja. ja, dat is zo. Ik, ik kan uh. me niet voorstellen als je ja. Herman de Kro zei, ja, want zijn zoon uh, is duidelijk, allez, is toch, lijkt toch iets jonger of zo. En iemand <laughs> like Herman de Kro, dat kan toch niet dat jij nog... Ja, die zijn de jaren negentig gewonnen. Mm -hmm. dus in die oude tijd, heb hebben die nog meegemaakt. Dat kan niet dat die in den huidige tijdsgeest mee kunnen. Dat geloof nee. ik nooit. We zien nog uw ouders, die kunnen al niet mee. Mm. Laat staan, dat is zo iemand. Ik zou nee zeggen ja, kun, tegen kun, 300.000 euro. Dat is waar. Kun je in ieder geval nog niet. wel zeggen van zo'n politicus dat je nog altijd wel in dat midden zit. Dus je ziet nog wel dingen gebeuren. Maar ja. In welk midden zit je? Je ziet alleen de kleur van het parlement van de veranderen. Dat is het enige mm -hmm. wat je ziet. Hè? Want er is goed tenminste, een chauffeur ergens in een bos een, en een villa gerecht. Mm -hmm. die, het is echt zo. Ik bedoel, niet om hier ineens een, uh, uh, een rode commie, whatever ding te Maar het is wel zo. Moeten we niet andere eisen gaan stellen aan die mensen? Ik vind dat politici te veel verdienen. Tot een bepaalde leeftijd maar doen, bijvoorbeeld. Ja, ja eventueel, maar ik vind ook, ja, ik vind echt politiek een engagement, en die zeggen dan, dat vond ik een van de rare dingen, dat dit jaar gezegd geweest, die zegt zo, ja, zeg, het is toch normaal. Deze, echt, ik, weet, ik denk dat Peter erover was, maar pak me er nu niet op vast, hij zei letterlijk over dat geld, hij zegt, ja, dat is toch normaal dat wij zoveel verdienen? Hè? Want als we dat geld niet krijgen en we krijgen geen dotaties voor onze partij, hè, omdat het ging over hoeveel geld dat NVA krijgt, dat dat meer is dan de besparing op de cultuursubsidies. Mm -hmm. En hij zei: Als we dat geld niet meer krijgen, weet je wat er dan gaat gebeuren? Hè? Dan gaan we wel geld moeten aanvaarden van privébedrijven om alles te kunnen financieren. Mm -hmm. En mijn hoofd ontplofte. Ik zeg: Is dat uw reactie? Als mensen zeggen: Misschien moeten jullie ook besparen, dat je zegt: Ja. Dat dat uw eerste reflex. Is? Ah ja, dan gaan we geld vragen aan bedrijven en dan gaan wij ons ziel verkopen. En dus de organisatie van een staatsstructuur aanpassen naar gelang de wensen van de bedrijven die ons geld geven, omdat, omdat wij duizenden euro minder moeten krijgen. Is dat uw eerste reflex? Mm -hmm. Dat vind ik absurd. Uh, voilà, ja, dan, dan krijg je dat wat ze in Amerika Voilà, Dan krijg je dat. Dan zou er veel ja, ja, die, die, het... Hoe noemen ze dat? Crony capitalism, ja. als ik het maar nog goed heb. Maar dat herinner, is gewoon hè? dreigen: hè? geef mij geld of ik ga luisteren naar de tabaklobby. Ja. Eigenlijk is dat dat letterlijk zeggen. En mm -hmm. dat, vind ik, dat vind ik crazy. Eh, want het engste te zien dit jaar. Ik heb er nu expres niks over gezegd in de conferentie. Omdat ik vind dat dat zo net een te grote fedivij is. Dat was dat Jan-Jan Bon zei. Dat gaat de ga niet bepalen. Weer al, mm -hmm. ik ben apolitiek. Eh, want ik heb op letterlijk op elke partij ja, maar gestemd. Je moet bij stemmen op u dus eigenlijk <laughs> wel. <hè>. Allee, <laughs> je snapt het. Dat gaat de ga niet bepalen. Dat denk ik wat? Voilà, <laughs> maar hij zei dat tegen iemand in het parlement. Hè, checks ja. and balances. Hè. Regering en parlement zijn twee verschillende machten. Hè. Dus als. Uh, dus het idee was, hij had een Vlaamse regeerakkoord. hij zegt, dit gaan we allemaal doen. En iemand zei, waar is dat geld? Wat is uw budget? Hij zegt, dat is nog niet klaar. Oh, maar jullie zijn al te laat. We hebben nog nooit in, ons, in onze geschiedenis de septemberverklaring niet gehaald. Je zit te laat. Dus je hebt je huiswerk al te laat ingeleverd. En het is niet af ook nog niet. En je zegt, ja, maar ik wil weten hoeveel dat, dat kost. Hé, kom, ik wil, ik wil weten wat dat kost. En hij zegt, dat ga je niet bepalen, hè? Wat? Mm -hmm. los, ik weet niet of het nu een PvdA'er was, maar los van de partij, als de regering, tegen uw parlement, controlerende functie, hè, dat jij tegen uw parlement zegt. Dat ga jij niet bepalen. En wat doet Tassinik in je denken? Mm -hmm. Aan je controleorgaan zeggen. Houd je bek En mm -hmm. wat doet ja, ja. hij uh, zo? Dat vond ik een van de walgelijkste uitspraken. En niet en, uh, van het menselijk standpunt. Dat is het, het Van het menselijk standpunt. Snapte ik hem. Je ja, die, geduld die, was op. Die, die, die mek, die, <laughs> ja. die gast, dat is ook waarom Jan-Jan Bon. een ne, ne, ne machtige politicus is. Die heeft een natuurlijke autoriteit. Hè? Dat is iets dat kun je niet kopen. Dat heb je. He, dat, is, dat straalt in hemel uit, dat verklaart ook zijn succes. En op dat moment. Ja, Is die de baas van, van een bedrijf? Hè? Maar voor mensen thuis, of voor mensen in de film, want ik heb wel een reactie gekregen dat we niet mogen zeggen: mensen thuis, want ja, iedereen zit in de film, dus respect. Is hij niet al thuis tegenwoordig? Nee. Mijn, is mijn thuis wel. is de film. Ik zit meer wel in wel. de film dan dat ik in mijn zetel zit. Voilà. Maar er is een, is een, geweldig, is een geweldig artikel uh, in de KNAK uh, verschenen. Dat is een gast, en is, ja, veel mensen zullen je wel kennen: Paul Baten. Je, speelt, je, spreekt, je schrijft ze onder uh, P.B. Gronda. Dat is een columnist. En meestal neem ik het niet zo echt voor columnisten, maar dat is wel een goeie. En uh, die heeft een geweldige een, een geweldig artikel geschreven, en die titel is fantastisch. En dat is kaas simpel. En hij zegt: het wordt tijd dat politici inzien dat wij hen subsidiëren. En niet omgekeerd. Ah, schoon. Mm -hmm. dat is waar. Mm -hmm. Dat is echt waar. Ja. Dat is hè. En ik zat terug, zoiets. Dat is. Dat is ja, dat is, Zo voor en Dat is ook de klassieke zin van tegen de politie zeggen ga zijn een dienst. Hè? Terwijl dat, dat niet in een dienst is, dat is een autoriteit. Hè? Die zeggen die kunnen met u doen wat ze willen. Want die hebben een autoriteit die jij hun gegeven hebt en die je niet meer hebt. En dat is een beetje wat politici ook hebben. Die hebben een autoriteit waardoor dat die niet meer. Die bezien zichzelf ook niet meer als vertegenwoordigers van het volk. Wat jij voilà. ook net zegt, dat, dat zien die niet. Hè? Nee. En dat is, dat is hetgeen dat er... Ik wou en dat, was, het op... en dat was dat ding van, de, ja. van die aan Bon zo walgelijk mochten, omdat je die, die, die meende dat echt, hè, ja. maar je die die voelde zich echt de CEO die in een vergadering voilà. zit ja. en, voilà. en een paar mensen zijn niet akkoord en die zegt, mannetjes, ik heb niet veel geslapen, het zal zo zijn, want iemand moet de beslissing pakken. En mm -hmm. dat is zo. Nee, nee. Een CEO mag dat doen. Dat ga ja. niet. Ja, en nee. nog, eens CEO heeft zich te verantwoorden aan de raad van bestuur. Aandeelhouders. Voilà, mm -hmm. ja. dat zijn wij en dat is het parlement die dat vertegenwoordigt. Ja, nu denk ik ook wel dat uh, spreekwoordelijke aandeelhouders voor een regering, dat dat mensen zijn uh, achter zwarte deuren zonder... Uh, het ja, dat is waar. Ik had toch nog één ding zeggen. Wat ga je zeggen? Het ik heb toch even voor te lachen ingetikt wat je dus kunt doen met 350.000 euro. Hè. Mm -hmm. En het <laughs> eerste wat ik vond... Dat is berenkool. Sorry, Sven, maar deze had je ook kunnen hebben. De meest luxueuze motorhome van het land. <laughs> <laughs> dus dan, dan kun je echt zeggen dat je in de file woont. Ja. Ja, dat is super, tof. Weet je wat ik uh. misschien had gedaan als ik dat geld kon hebben? Weet mm. Wat ik vind dat je had moeten doen, want nu verdwijnt dat geld terug in een of ander pot waar er nu zo wat briefpapier mee wordt gedrukt. Hè. Je had dat geld moeten vragen en je had gezegd, mannen, lustert. 14 uur, grote markt in neder ah. En dan gewoon met 50 euro. Ah. <laughs> en gewoon. Make it rain! ik jou goed idee. Happy hours. Gewoon. Oh, gewoon, ja. gewoon dat. Hoppa. Super, super dan had hem, wel, dan had hem sowieso wel. En dan dus vallen er zo 47 dooi. Dan, ja. da, dan blaast dat toch terug op in uw eigen gezicht. Ah. Als ik ooit politicus zou worden en ik word verkozen. en ik krijg een zot uitredingsvergoeding. ik beloof hier nu plichtig. Reken mij daarop af, gelijk Liesbeth zou zeggen, ja. dat ik ooit een make Train ga doen met geld van de overheid. Ik zal, u, ik zal u één ding zeggen. Als we u moeten rekenen op die zin, dan hebben we tegen Liesbeth Hoomans ook nog wel een paar dingen te zeggen. Ja, Zo. Ja. Rekent ja. mij ja. erop Amai. af. Really? Ja, ik ja. denk wel dat je een happy hour geeft en Liesbeth wel op die eerste rij met de, oh. met de Ludo de rechter, ja. ja. Och, arme Ludo, nee. Hij heeft nu, hij heeft nu vandaag officieel bekendgemaakt dat hij stopt als de. Veertiende keer goede keer, zoals we bij de anonieme alcoholisten zeggen. Allee. Come on, man. Ik probeer hier van die trein te halen. Nee, we gaan er toch terug Maar dat, maar, maar dat, heet, maar dat heet ook het dertien-stappenplan, omdat je dan de de veertiende keer goed doet. Man, er is ook geen reden voor. Wil ik nog even op terugkomen, straks toen dat zei, want ik vond dat wel Cool zei ja, je, je doet er nu eigenlijk laten intrappen dat je dat je begint te verdedigen tegen dat rechtszend. Ja, 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 ja. terwijl dat hè, ik denk dat ik wat je zei met een vorige show of zo dat ik zeg van links en rechts zo van die oudmodische concepten die, die nergens op slagen want dat is niet de manier waarop dat je denkt de reden waarom dat ik me daar, daar zo druk in maakte hè, ook er juist was omdat dat voor mij altijd overduidelijk was dat ik ook iemand zin die de dingen van twee kanten bekijkt. Ja, ja, ja. Die dat altijd zegt, dat maar ook dit. En soms die dingen door elkaar gooit, om, om natuurlijk af en toe eens een stok in het hoenderhok te gooien, want dat houdt we het interessant. Maar, zo, maar het, 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 uh, allez, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind dat, Wa waarom, waarom dat ik mij zo bent dan als links of rechts. Ja, waarom dat ik mij zo druk maakte in dat rechtsetiket, was namelijk dat ik zoiets had. En daarom zei ik ook juist van 90% van de mensen die dat soort dingen denken, zijn Mongolen. Dat is natuurlijk kort door de bocht. Maar mijn gevoel was echt: van, come on, dude, als je twee minuten nadenkt, dan weet je wat ik hier keer aan het zeggen ben. Ja, ja. Het is niet rocket science. Hè? Het is niet zo ver gezocht. Dat je niet doorhebt waar dat, waar dat terechtkomt. En ik denk ook dat, dat als je een comedian zet, of een, 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 een oudejaarsconferentie, eigenlijk, dat jij zegt, hè, dat je vaak hebt als je in de, in de culturele midden zit, daar wordt al meteen altijd zo'n linksetiket op geplakt. Van het zal allemaal wel van links vertrekken. Ja. En dan denk ik, ja, als je, terwijl dat het veel interessanter is als je dat in het midden houdt. Voilà, dat daar heb, ik dus ik, ook, ah, daar ja. heb ik altijd gedaan. Dat, dat ik niet een gevoel heb van nee nee je moet geen rechtsetiket op mij plakken want er zijn ook dingen die dat ik zeg die helemaal niet in daar rijke thuis. Wala. Voilà. Maar bestaat dat? Eh? Een, 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 bestaat dat een rechtse comedian Maar een rechtse. Nee. Ja. Aan ouder, rechtse... ouderwetse comedians. Uh, dan dan het dan ga je in Engeland terug naar zo van die van die oude, van die oude, meer moppetapper-achtige comedians die heel veel foute grappen over over zwarten en over allochtonen en over wat toen veel meer aanvaard was, hè? want laten we daar ook even duidelijk in zijn. Heel veel van die gasten zijn producten van hun tijd. Hè? Ja. Dat zijn mensen die nu, die hun humor marcheert, nu echt niet meer. Oké, okay, en, we, en we gaan als uh, Comedians. Hoe komt het eigenlijk, als je bijvoorbeeld uh, een linkse politicus ziet? Wacht, moet ik moet graag zien, een vinnen? Nou, ja, die -man, uh, Christophe Calvo bijvoorbeeld. Mm -hmm. Linky nee, Winky. Nee, 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 maar wacht. Ik, als, als je Christophe Calvo ziet... He, geen slecht woorden van Christophe Calvo, ook al wil ik er naar in gebruiken. wat even mee met mij? He. Dat is een seut. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Ja. He, ik zie niet ja, dat dat is, maar. De Jan-Jan Bon is veel, maar geen seut. Ja. Als dat is waar. jan Jambon Bon geen seut is, is Christophe Calvo. Ja. Uh, een op suit. het seutenspectrum ja. ja. is, is hij rechts en links. Christophe en Calvo, hij gezegd je oh, een seut, ja. maar even een seut voor ja. mijn gelijk te halen. <laughs> er is geen grotere seut op deze planeet dan Peter de Rover. En toch krijgt hij nooit het predicaat dat hij een seut is. Ah ja. Omdat hij rechts is. Ik weet het niet, alles zet de, de... Ik weet dat niet, ik denk... Zwin dus meer. Ik, ik denk om Peter eerlijk... Te... erover, is een seut man. Ja, maar man. uiteindelijk, sorry hè, politici, 99,9% ervan zijn seuten ja, maar, hè. Als je met Bart de Wever onder de tafel zit, dat is ook een seutsen, man. De moeder van zeggen dat dat niet is, want die hebben dat mooi aangekleed met omdat omdat rechts altijd het soort Maar een Theo Franken vinden toch geen seut. Nee, is meer een bully. Dat is meer een bully dan, dan niet, een seut. Maar om ook niet? Wie is het, ja. het toch zo ja, de, 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 daarom dat ik zo een Conor Rousseau of zo denk... all een linkse die je grete kan krijgen. Ja. Ja. He, de, de, ja. er is van langen over ook hè. Ja, dat, Zeker is recht, recht, wil. dat is wel dat is een, een mega ja. seut hè. Ja, ja ja absoluut ik, maar ik, toch als ja, ja? je vraag je sok helemaal optrekt <laughs> worden we misschien wel ja. wat dan? Dries van Langer trekt zijn sokken altijd helemaal op tot boven. Hè? Mm -hmm. Dus dat is misschien wel een dat zoete, zoete. actie. Dat is ja. een suut. <laughs> dat, is, dat, is, dat is dat Maar dat is wel een ander suut. Dat is beter verpakt. Hè. Ja. Dat is beter een marketing suut. Maar, maar we gaat dat nooit niet <laughs> zeggen van een rechtse. Dat is toch raar dat. Minder maar ja. rechtse standpunten zijn door, 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 ja. door, door de band harder. Maar voilà. Die zeggen gewoon: is die zeggen, maar ja, ja. dat is het. Hè. Dat, dat, maar ja, de wereld is fucking anders. Hetzelfde als wat Alex. Wat jij nu zegt over politici is net eigenlijk waar Alex zich tegen verdedigt. Alex vindt het alleen erg wat politici net leuk vinden. snapte? Ja, ja. Dat er op hem etiket rechts plakt door wat hij zegt, terwijl hij iets anders bedoelt. Maar eigenlijk, waar hij slachtoffer van is, tussen aanhalingstekens, is net wat politici leuk vinden. Zegt gewoon dat, en je hebt dat etiket, en iedereen die rechts is, die gaat op mij stemmen. Ja, ja. Dat komt voor hun net supergoed uit. Dat is, en dat is, mm, dat is job security, verscheen. hè? Dat is ja. echt een schandaal. En is job dat is het probleem. Want daardoor betalen wij meer belastingen. Of we krijgen minder kinderbijslag. Is afgeschaft. Woonbonus is afgeschaft. Omwille van andermans job security. Nu, we moeten ook wel besparen. Hè? Want dat vind ik. Weet je wat ik wel erg vond. Dat bedoel ik. Ik ben hier rechts of links. Ik vind eerlijk gezegd dat je neut over die cultuursubsidies. Hè? Zo, al die acteurs die ze op straat kwamen. Ik heb respect voor hun daar niet van. Hè? Los van dat ik die daad wel graaf vind op zich. Wacht, ik ga mm -hmm. even naar volgers checken en zien wel eraf gaan. <laughs> Nul. We gaan nu live naar de volgers. <laughs> <laughs> maar kijk, hey, maar, ik vind dat eigenlijk allemaal genut, Echt waar. Waarom? Omdat ik vind... Uh, Allee, ik heb, ik heb armoede gezien en gekend en nog altijd. Ik verdien net genoeg om... Om, om, om mijn eigen huis te kopen, maar ik kan die niet voor iemand anders kopen, of zelfs niet dat van onze ouders. Ik heb moeten sparen om mijn ouders te helpen bij de renovatie. Dus ik verdien eigenlijk geen zak. Dus ik, mm -hmm. Armoede is rond mij, want ik, ik, ik ben niet rijk, want ik kan niemand uit armoede halen. Dat terzijde. Nu ik weet wat dat is, ik weet wat dat betekent, en ik vind eigenlijk vond ik dat zo'n azuur dat mensen tegen mij kwamen zeggen, zeg Kamal, waarom betocht jij niet meer met die cultuursubsidies? Die bespaarden er wel echt 9 miljoen euro. Ik zeg ja, als ik heel eerlijk ben, ik ken de cijfers rond kinderarmoede, ik weet hoeveel daar extra bespaard wordt. De kinderbijslag wordt hervormd, dus dat betekent dat je vanaf je derde kind minder geld krijgt. Dat is een rechtstreekse Aanslag op de portefeuilles van mensen met grote gezinnen. Grote gezinnen zijn vaker mensen met sociaal-economische lagere klasse of van etnische minderheden. Die besparing is veel harder en dat gaat voor hun heel veel, veel meer pijn doen dan een paar culturo's die nu misschien eens harder gaan moeten werken of eens een opdracht moeten aannemen die zij niet leuk vinden. Is dat tof? Nee, absoluut niet. Ik ga dat niet minimaliseren. Maar ik vind de proportie. In de economie hebben we het vaak over een Matthäus-effect. Zij zijn hoger opgeleid, zij weten van alles, zij kennen de democratische lijnen, zij kunnen de pers bespelen. Die hebben dat gebruikt in hun voordeel, hun kennis, hun macht om 8 miljoen euro te besparen. Wat nobel is, want ze zeggen: het is vooral voor de jonge artiesten dat we het doen. Dus ik ga dat niet minimaliseren, maar ik wou niet meedoen, want ik kreeg dat niet over mijn hart om mijn portefeuille te beschermen of die van jonge artiesten of die van de huidige artiesten. Terwijl ik weet dat de besparingen voor mensen die dat geld nodig hebben, de, die nu. Meer gaan moeten aankloppen aan de voedselbanken, dat we daar niks voor doen. En die hypocrisie kon ik niet aan. Nee, dat snap en daarom ik. vind ik dat mm -hmm. we geneut. Dat mm -hmm. is zeker een goed punt. in. Eigenlijk en... Als ze die echt miljoen moeten vragen en dan moeten doorstorten aan de mensen die nu minder geld krijgen door kinderbijslag of kinderarmoede, dan zou ik zeggen: ah, wel, dan ga ik mee op de barricade zelf staan. Of gewoon weer happy hour op de grote markt. Of, of happy hour, ja. Maar, oh, maar, toch, maar toch, Kevin Janssen <laughs> staat in de zetelcommissie van cultuur. Hoe erg is dat hier allemaal? Terwijl ja. dat is een even gesubsidieerde sector. Hè? Allee, cultuur is eigenlijk ook gewoon. Uh, uh, op een theater stond er wel gedopt. Dan zei ik, dat ook gewoon. We hebben het even hard. Yes. Dat is waar. Maar... <laughs> dat is wel een goeie. Maar jo. toch vind ik het dan weer jammer dat politiek ook wint. Want wat ik er eigenlijk erg Dat vind, is waar. Wa wa dat is want wel wij waar. hebben die discussie hier. En dat is waar. Want je denkt dat, dat ook. Ja. Maar eigenlijk is het ding. Want dat bedrag is niet ongelooflijk veel. Voilà, ja. He, dat is waar economen ook zeggen. Maar eigenlijk. Dat was gewoon. Puur pesterij van Jan Bon en zijn. Weet hoe, hoe triestig is dat? Dat je, dat, is dat, je, dat je op het niveau van een politicus die je heel de dag lang, die je nooit zijn hashtag, zijn naam op Twitter mag intikken, want ja, dan, dat is verschrikkelijk wat je mensen ja. moet lezen, dat je gewoon denkt: Weet je wat, pff, ik zal je hier eens even pesten. Want no. mm -hmm. dat is puur pesten, je weet dat ook goed genoeg, dat dat, dat gewoon niet het gat opvullen. Hè? Dat is gewoon, oh, daar krijg ik meestal wat van, van die kant. Want hoe raar is dat? Dat als altijd daarna zijn, ja, van keurig. Ja, hoe raar is dat trouwens? Als je nou wel... Stel nou, dat vind ik heel raar. Dat, dat de wever, die naar nou meestal toch alles voor het zeggen had. Als ik even de wever had geweest en ik zeg, Hé, hey Jan. Je zit al niet de meest populaire. Als je nou gewoon die 6 miljoen, hè, dat je afpakt hoeveel was... Als je er 10 miljoen bij geeft, dat merkt niemand. Niemand gaat dat ooit merken. En dan ga je even een veel toffere gast. Er is geen één marketingcampagne die je voor dat bedrag kunt hebben. En toch kiest je voor die pesterij. Kunnen we voorstellen dat Jan Bon niet eens de cultuursector had geld had bijgegeven? Want dat is, een, ja, maar dat is ja, klein geld, hè? je Nee, maar wat je dan zou doen, is dan gaat dan je, dan, uh, dan, dan je door de lijn van wat dat wij nu de gevestigde orde van denken vinden. En dat is gepolariseerd. Je staat aan die kant of je staat aan die kant. En het zal nooit veranderen. Maar dat is toch erg dat politici dat, dat niet overstijgen? Nee, natuurlijk, want dat zou, dat zou net het mooiste zijn wow. dat je iemand ja, hebt ja, die dat, dat doet. Die dat echt letterlijk zegt. Oké, okay, schoen, ik kom uit het rechtskamp. Dat is zogezegd altijd moeilijk is met cultuur. Maar weet je wat? Ik ga het dat wel geven. Ja, of zeg het eens. Mocht er iets van dat hij hem, dat hem zegt... Van, ah, wel, Al zegt ja, hij het en Of houdt ja, hij mijn mond? Of ja, wat is En Hij heeft dat heel Machiavellians ja. uh, aangepakt. Hè? Want weet je wat hij zei? Ah, hebben jullie ruzie? Ja, ja ah. dat is fantastisch. Weet je wat? Ja. Gaat bij Los het en derzelfde. Los het op. op, laat het mij weten en dan pas ik het wel. En dan aan. kunnen de Gollen allemaal onderling en bras beginnen voilà. maken over wie dat wakker krijgt. En dan, ik vind niet ja, dat, dat die culturoos hadden moeten protesteren tegen geld. Ik vind dat wij als volk, links of rechts, wij moeten op straat komen tegen de stijl van politici nu. Wij ja. moeten daartegen protesteren. De manier hoe dat zij er inderdaad wat jij zegt gepolariseerd zijn om het maar te zijn, omdat ze weten dat het moet terwijl zij slim genoeg zijn om te weten dat deze maatschappij net meer nuance nodig heeft, dat je dan toch zo begint te praten daar moeten we tegenover uh, protesteren. Dat een minister die bespaart en Waarbij het volk duidelijk laat weten dat ze die besparingen terecht niet leuk vinden. Dat hij zegt: Oh, maar los het zelf op en laat het maar weten. Ja. Binnen, binnen de drie dagen. Wij zijn er al zes maanden mee bezig. maar jullie, Als jullie dat binnen drie dagen vinden, laat het mij weten. En daar, is dat, daar moeten we En tegen daar is uw punt heel terecht in van de media. Hè? Want de media versterkt dat. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Want de media, dat is, eigenlijk zijn die mensen <laughs> wandelende clickbait producenten. Hè? Ja, dat ja, is en zolang, en, zo lang, en dat, is de, dat is uiteindelijk de joke, hè, want ik zit ook maar aan het meedenken terwijl dat kolle bezig wordt. Maar het enige dat ik altijd denk is: vanaf het moment dat nuance stemmen en geld begint op te brengen, dan zal er nuance zijn. Ja. Ja. Maar dat is er nu niet. Nee, dat is waar. Ja. Dat levert nu niks loof, op. Is, he, mensen willen duidelijkheid. Ja. He, het, 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 het is een zeitgeist. Mensen zeggen altijd: Oh, CDV is verloren. Oh nee, CDV iemand heeft iets fout gedaan. Snel, haal de twaalf apostelen. Wat sowieso raar is dat dat is gebeurd. <laughs> maar eigenlijk, CDV is niet verloren door, de, door Wouter Beke, CDV is verloren door die zeitgeist. Namelijk, mensen willen nu even geen nuance meer. Er is te veel druk. De wereld verandert. samenleving gaat zo. Je moet juist Instagram hebben. Je moet een goede loon hebben. Je moet gezond zijn. Migratie, economie, politiek, milieu. Oh, dat, dat draait allemaal zo snel. Mensen willen nu even duidelijkheid. Want alles verandert zo snel. Ik wil nu gewoon. Duidelijkheid. En dat is de reden waarom ik dan toch liever stem voor extreem links of extreem rechts, want extreem links heeft het ook goed gedaan, die zijn duidelijk. Dus het feit dat CDV is verloren is niet door Wouter Beken, maar is door de tijdsgeest mm -hmm. van nu. Mensen alle alle middenpartijen, die zijn voilà. er allemaal voilà. het Wat heel duidelijk ja. was. He. Ja, en dat, ja. Er zijn nog in het verleden partijen gewoon verdwenen omdat hun rol was uitge uitgespeeld. Niet remember ja, voilà. de Volksunie of zo, dat ja. was een ook allemaal, al die gezien, de Het feit dat SPA nu is gefaald, is het grootste compliment voor hun ja. ideologie, zeg ik mm -hmm. altijd. Ja, mm -hmm. maar ja, mensen hebben die mannen niet meer nodig. Maar dat is wel een sociaal drama geweest, want mensen worden hun job kwijt. Bij de Sossen? Dat zou wel zijn. Dan kon de Rousseau nu germ ook. Hij moet Cumul doen. Hij moet twee jobs nog pakken om, er, om rond te komen. Dat is bijna in van de culturele sector. Oh, te goed. Ja. Zegt dus die wel oh, politiek antwoord? Ik dacht, ik dacht dat we hier zwart-jooks zijn. Nee, dat, is lang, lang, ja, dat is lang geleden, we hebben nog, lang geleden. We hebben nog nee, dat we nog zoveel gelachen hebben. Nee, we hebben de Romeo's juist gehad. Ja, Sorry. Dat, is ook, dat is ook wel waar. De Romeo's was wel iets totaal anders. Dat er is. ging het nou weinig over politiek eigenlijk. <laughs> Maar er uh, is dus niet om te roepen. En ook niet over cultuur. Is dat nou, niet oh, te Stel hey, ik door. vind de Romeo's wel graafs. Hey, die aflevering hier, wat een helden. Wat een helden, man. Dat is Jesus een duurder landschoon, dat ding. Jesus ja? Christ, Christ. Oh, ongelooflijk. Die kerels. Ja, dat, als je, ik heb dingen gelezen zo, online zo van amai, die zijn meer punk dan heel de punk scene bij je. Oh, die beschijt, mm -hmm. man. Ja. Dat vind ik zo graag. Als je ziet, je ziet die ja. B die beschijt. Ik heb die onlangs zien optreden in een supermarkt voor een of andere actie voor zes man. Mm -hmm. Dat doe je alleen als je gescheid hebt. Kook, ja. of scheid, Eén van de twee. <laughs> Alleen dan doet je zoiets. Weet of anders beeld. een gezonde combinatie van de twee. <laughs> <Waschijnlijk>. <laughs> dat je de pijn ook niet meer voelt. Van, uh, ja. van, van de dingen waar je geen scheid op hebt. Kun dus jij je dat inmelen dat ze dat nu vraagt? Ik zeg, Alex, het is voor een goed doel. Moet jij alles in de slagerij neer overheen één Even voor vier mensen in de slagerij. ik ben een mega snop. En ik geef dat ook toe op dat vlak. Ik heb dat altijd al gehad van in het begin van mijn carrière. Ik heb een, 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 helemaal toen ik begon, heb ik een paar bedrijfsoptredens gedaan ook. Uh -huh. en we kregen heel veel geld voor hè? zeker in een tijd toen ik begon had ik niet veel geld dus dat was altijd wel hè, mooi meegenomen maar wat ik toen al had en ik weet niet wat je dat moet noemen hè? want dat, dat, dat was ook een soort arrogante domheid tegelijkertijd maar ik stond daar, ik voelde dat dat niet leuk was en ik had tegen mijn eigen gezicht, dan doe ik dat niet het maakt mij niet uit hoeveel geld dat heeft, dit is niet leuk. Ik kan hier niet zeggen wat ik wil, want ik sta voor een publiek. Hè? Bijvoorbeeld, wat was dat, zo van die dingen gelijk de Young Lions en de Rotary Club? Ah, ja, ja, zo dat, ja, dat soort niet, dingen ja. gedaan. Hè? En je voelt dat, zo van nee, die comedy die ik maak, dat werkt hier niet. Ja. alleen in die zin van, je kunt dat dan op maat gaan doen, of je kunt, hè, want je redt je er wel altijd uit. Als, ge, als komiek goed genoeg zit, dan blijft er wel overeind. Daar gaat hij niet over. Maar ik voelde meteen van, deze is absoluut niet wat ik wil doen. En dan heb ik ook meteen beslist van dat ook niet te doen. En toen ja, dat ik dat tegen mijn toenmalige boeker zei, dan zei hij ook, nou, heb je enig idee hoeveel geld je hier nu aan het laten liggen? Ze. En ik had toen de houding van, dat geld is mij dan niet waard. En ik heb dat nog altijd, maar ik bedoel, dat is ook een soort. Je moet er ook een beetje geluk mee hebben, want ik kan me ook voorstellen. Of, of een persoonlijkheid hebben of een die, die dat zo. Erbij past, want je hebt, of zo, ja, maar dat je hebt zo. mensen die dat goed kunnen hè, en, die er, en die gelijk Arnoud inderdaad van den Bossen, die dat die als een succes heeft behaalt in dat bedrijfsleven. Ja, voilà. wat, ook, wat ook cool is ja. voor hem, want ik, ik kijk daar ook niet op neer, hè, op en, en Ik denk ook wel alles ik denk ook wel in het geval van de Romeo's dat is knap dat die dat doen, maar die weten ook wel dat ze dat nog zes keer dat doen moeten dat weekend en dat door vier shows dat ze voor een paar duizend mensen staan. Mm -hmm. Ja ja, wel. Ze, ze ik denk slimme promo, denk, denk, promo als die alleen dat zouden doen, zouden die dat ook niet volhouden. Maar die hebben inderdaad geen probleem. Die zien dat hun succes is om de hoogtes en de kleinere dingen erbij te doen. Trouwens, in Arnoud van den Bosch. En bossen... connecten met mensen, dat doen die. Ja, ja, ja. Met ja. Ja, ja, ja. afstand heel Alleen klein. Alleen die curryworst, de, de Romeo-worst of zoiets, een worst van 30 cent. Hebben jullie het daarover gehad? Ja. Nee, nee daar nee. hebben we eigenlijk al. Alleen gast. dat was al te veel, man. Jomme, dat was al te veel. Die pitch, daar wou ik bij zijn. Zeg, de Navy wilde niet even afkomen. Er zijn nog dingen die we blijven Leg hem is allemaal samen op tafel. We meten die af en dat wordt de lengte van die worst. <tie> dat is dat niet de Frikandel XXL? XXL. Ja, zo het, ja. frikandel XXL dus dat iemand een... heeft gezegd: ah, is die niet wat te groot of wat te klein? Dat, dat was toch even sowieso een discussie geweest. Of onderling: maar dan gaan we dat wel doen. Ja, no. maar dat... Xa... ik kan er gewoon bij zijn. De Xander heeft in zijn het voor bekeken van twee jaar geleden. denk ik er een briljant stuk over gedaan. Ja. Met al die foto's dat je liet zien. Mensen mochten dan een foto kiezen maken van zichzelf en dan opsturen of op de, op de site posten. van Wij eten de frikandel, ik zie ik zelf, maar ja, dan kregen we de walgelijkste dingen. Hè. Ja, Zo twee oude vrouwen die elk ene kant in hun mond hebben. En ja, je moet u er niet. Dat zijn foto's, je moet de nut moesten moest je hem niet doen, hè. je moest hem gewoon aanklikken. Kijken op die foto, kijken naar het publiek. En je krijgt een lach en een applaus. Hè? Omdat je weet van jou, deze is echt zo zijn. fout. Dat is goed gevonden. Dus, dus dat was inderdaad. Eh... Maar misschien een naadloze overgang met de Frikandel XL. Kijk eens aan. Um, iets wat natuurlijk ook een van de eerste dingen is dat je krijgt. wanneer je, jammer maar helaas, Kamal Karmach intikt. is ook gewicht. Ah ja. Of is ook. Is ook ja, hè? Is, is het de hele besproken ding van uh, uw bekendheid toen in een ja. tijd dat je eh, eigenlijk bent doorgebroken bij een groot publiek, dan zat jij in uh, de slimste mens en dat was de periode dat jij 120 kilo kwijt ja, was. toen was ik eh? 75 kilo. Ja, ja. En, uh, en nu stilaan zijn er weer terug kilo's bij. Ja, ik ben bijgekomen tot 135 kilo in september. Oké, okay. en gaan ze nu terug aan het afvallen, of uh, ja, hoe ziet het? Ja, want dat was eigenlijk heftig, want ik was in september ben ik aan het terug beginnen try-outen voor de conferentie en na een half uur was mijn adem weg. Ja. Dus ik heb dan één heel actief stuk, dat gaat over War on Drugs. En dat is een heel actief stuk. En hij was echt zo... Ja. Zo echt dat. En toen heb ik gezegd, ja, ik, ik hou dat niet vol, zo'n zo zware tour. En dan ben ik terug gaan diëten. En, dan, en om de twee keer per week, ik ga straks als ik nog tijd heb tussen uh, nu en de show... Uh, doe ik altijd bijna één uur lang cross-trainer. Omdat ik weet dat dat. En met heuveltjes. Omdat ik weet dat ik soms hardere stukken doe. Gewoon dat ik die conditie heb. Tegen dat het zover is. En ik ben nu ongeveer 15 kilo terug afgevallen. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Hopelijk blijft dat zo. Maar het is wel... ik ben er wel niet goed van geweest. En op zich. Als het over mij gaat, vind ik dat nooit erg. Ik neem mijn eigen niet zo serieus. altijd, mm -hmm. Maar ik vind dat wel erg. Er zijn wel wat mensen die zo. Weet je wat? Het ergste is zo, zo kritiek. zo... Oh, fuck you, Kamal. Dat vind ik niet zo erg. Hè? Want mm -hmm. voor elke persoon die mij haalt, Denk ik ja, dan ook die mij leuk vinden. Maar weet je ik. Kamal, ik vind je super tof en zo. Maar ik vond het eigenlijk wel jammer om je te zien bijkomen. Want allez, ik zit ook met mijn gewicht te sukkelen en ik had wat hoop gekregen, die is nu terug weg. Het ja, 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 ja. leek in duizend stukken. En. en Soms als ik het zo moeilijk heb met diëten, denk ik soms aan die mensen, en dan hou ik het terug wel wat vol of zo. Ja. Maar ik heb ook al rare dingen gekregen. Hè? Hoeveel diëtisten mij al hebben gestuurd en personal coaches. Zeg ik allemaal, ik ben Wendy van uh, terug Slank for Life. En ik wil heel graag jou gratis lifecoach coach en gewichtsconsulent zijn. En natuurlijk kost dat 10 miljoen euro. Die watten zo ja, belangrijke ja. prijzen, die life coaches. Maar voor jou doe ik het maar voor. 50 euro. <laughs> Dat is nog altijd duur, windy. Dus <laughs> <laughs> die krijg ik echt. Constant uh, iedereen die wij nu zo zo herbalife coach en dat coach en die coach Ik vond een tweet wel fantastisch. We was dat was dat de, de basic fit en eruit stuurde oh van uh, nou we hebben je al even niet meer gezien Kamal. Het wordt misschien hè, ik heb zin om hier terug wat vetter te komen afwerken. Vooral ook die zin dat je denkt wat hè. Eh, Druk al vanuit dat ja, als we niet elke week in een basic fit zitten dan zijn we fat as fuck hè. Dan ja. moeten we dan vanuit gaan en dan jij zo van uh, ja ik, uh, ik heb er toch heel over nagedacht <laughs> laat dat vet eigenlijk ja. graag zitten waar dat het zit. Het het is eigenlijk oké okay, dat is, maar toch bedankt. Vond ik wel de topper. eigenlijk. Maar dat was echt niet oké. Okay. Zat... Ja. Maar weet je waarom ik zo? Ik was een beetje boos en Ik heb getweet normaal. Ik kreeg zo vaak van dat. Maar ik dacht ik ga die mensen nu niet aanvallen. Zo, die proberen ook. Maar, maar dat was niet oké. Okay, want ik zat in mijn zetel. Maar 135 kilo terug, dus dat is dit. Maar zo nog eens zo'n uh, zo uh, drie patatenzakken. Drie hè? Zo, hè, hangt het er maar bij. En ik zat in mijn zetel, in mijn boxershort. Er was niemand thuis, dus ik had ook geen Marcel. Dus echt zo dat lijf zat ze in de zetel, zo... Family Guy, zo Simpsons gewijs. Zo, oh. Doritos in uw Dor navel. Wel ja, yeah, echt dat ik soms. Ze <laughs> hebben dat het zo wat gênant was. Dat, dat, dat ik zo die Doritos zo van die zweet zo bleef plakken. Dat ik dat er zo moest afwegen. zo, ah. op de rol dat ik zo kata haar wegdoe. Dat ik zo Doritos <laughs> <laughs> over mijn vet kwam zo te doen. Oh, ik heb nog een enchilada van gisteren. Terwijl ik ondertussen online aan het bestellen was voor mijn 4-uur ja, snacken. Zo, zo. <laughs> dat was ik allemaal aan het doen. Terwijl ik zo naar herhalingen van series aan het kijken ben. Om maar niet. Om mijn hoofd te Verlammen om zomaar niet geconfronteerd te worden met de realiteit dat bezig is. En dan stuurt die gast dat op dat moment. Ja. Terwijl ik zo mijn gezin bijna zo uit een gatnaald moest plukken. Zo, <laughs> of, wat heeft hij hier te zeggen? En, en toen was ik echt boos. Ja. Maar ja, ik krijg dat heel vaak. Of wat ik heel vaak krijg, ik durf niet meer te eten buiten. Of zo niet, als er te veel mensen zijn. Vooral boma's. Boma's, ik zweer het u, die zijn onverbiddelijk. Ja, ja. Die, die schamen zich ja, niet. Hè. Die nee, hebben nee. zoiets van: Kamal, jij komt op TV, ga ze van mij. Maar want ik, ben ik kom op één heel vaak, hè? Dus kijk, in, 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 ik ben niet zo bekend, vind ik, bij de jeugd. Hopelijk komt dat misschien uit de conferentie, maar bij de bommen, ik zeg: fucking Justin Bieber, hè? Als ik dan Desiree de Lille binnenga, fucking popster, hè? Michael Jackson, als ik nu Desiree de Lil een pannenkoek ga eten, die kijkt. Maar het probleem is, <laughs> die mensen, die zijn zo eerlijk. Ik ga een pannenkoek aan ik hem dat is niet goed, hè, jongen. Eh, maar ook deze, gelijk mijn bomma. Hè? Dus die denken ook dat die dan automatisch mijn bomma zijn. Die pakken dan soms, Kamal, die vetrol. Allee, deze kan toch weg? En die pakken dan echt zo'n vetrol. Kamal, ka, ka. Allee, zeg, ik zie dat zo, jij. Je wordt zo schoon vroeger op tv. Deze, dat kan er toch af, hè? En ik zeg, serieus? Holy shit, man. <laughs> ja. Holy ja. shit. En, en ik, ben zo, ik denk altijd van... Eh, want voor u is dat de tienduizendste keer, maar voor die mensen is dat de eerste keer. Dus wie ben ik om daar zo tegen u te vliegen? Snap ik echt, ja. Ik ben wel boertig is ja. boertig, hè. Ja. ja. maar het is zo, nee, maar, het is zo, maar wat... Die bedoelen dat niet slecht. Hè? Ja, ik, ja, weet ja. ik Merk dat wel, dat de is. intentie is niet altijd slecht. Kijk, je mijn bomma soms ja. dat, dat gebeurt ja, ook ja, ja. Heel vaak? Ja, 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 ja. ja echt ja. waar. Waar mijn vrouw dan bij zit? Zeg, maar dan hem goed, hè? Want het is een wat vollerkes aan het worden, zeg zo. Kolor. Ja. En dan denk ik, ik kan niet boos worden op Truus. Dat is lief nee. bedoeld. Ik heb ooit een met madame gehad. Dat was ook een van de beste. ik stond met mijn mama op straat, die ook al niet meer zo jong is, want die is 82, denk ik, mijn mama. Maar die... wij stonden waren met twee aan het babbelen. Er komt ineens een nauwe vrouw voorbij. En die had ooit een. Ik heb ooit zoiets meegezongen in een Elvis' tribute in de Rome. En die was daar toen. Dat is een mega-Elvis van, en die zegt: een Elvis. Dat was ongelooflijk. Hè. Die ja, zegt die dan: die, die kijkt naar mijn moeder. Dat is. Ah, we zijn. Hoe je de Nelvis kan zingen. Ongelooflijk. Die een andere flauwe, sievere, dat ga je allemaal dood, Daar moet ik niks van nemen. Maar die Nelvis. En die was al En ik dacht: die is juist heel mijn leven getorpedeerd. Hè. Maar wel met de beste bedoelingen dat je kunt nemen. Die trekken hun nagen van geen kloten iets oh, aan. Hier, ik heb onlangs nog wacht. Hè. Ik ga eens, eens even zien of ik het terugvind. Maar dat soort berichten krijg ik. Constant. Hoe ouder, hoe, hoe groffer. Die mannen hebben scheid, denken die Kamal. Die is van mij. Ah, ja. ik, ik ga het gewoon voorlezen. Hè. Hier. Mm -hmm. Ik ga haar naam natuurlijk niet zeggen. Uh, kijk. Hier. Kamal, ik vind u een toffe man. Eerlijk en oprecht. Uiterlijk doet er niet toe. Dat, dat krijg ik, random. random. Oh, te goed. Te goed. Dat is, dat, dat is wat ze in het Engels noemen een backhanded random. compliment. Dat is, dat. Als in, eh, voor een dikke is dat niet lelijk. Ja, Zo, dus dat ik... soort uitspraken. Ze nee, jij lief. Je ja. Ja, ja, ja. bent een lelijke een dikke, erger. maar je ja, bent ja. een lieve, dat compenseert. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat je tegen Constant. Constant. En, Constant. Maar ik vind dat wel straf. Ik snap dat je zegt. Dat zo Als jij op straat loopt, kun kunt niet met de wafel op straat lopen. Nee, nee. nee. Ja, ik deed in het begin. Ik, was nog niet, ik wist niet dat dat ging gebeuren. Maar de laatste keer dat ik het had, uh, was een cultuurmarkt in Antwerpen. En uh, ik weet nog, een uh, komiek, Latif was aan het optreden. En ik was aan het kijken, maar dat was op de mer. Eh, en ik was een, een broodje aan het eten, zo'n osmoske. Zo. Echt gewoon een osmoske, dus dat is niet speciaal. En ik kwam naar mij zitten, zo'n madame. Zeg, zo, je, zou je dat nou wel doen? En hey, je wordt vroeger zo schoon. En toen dacht ik, ik ga niet meer buiten eten. Daar, daar stop ik mee. Zelfs in een tankstation of zo. Hè. Of, of nog eerder, als ik een appel heb, dan ik goed mm -hmm. van ons madame op zijn minst een appel eten per dag. En dan zeggen die, ja man dat is goed. Goed bezig, joh. Daar had ik nog het hardste van allemaal. <laughs> omdat ik weet, ik doe dit niet vrijwillig. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik wil geen complimenten krijgen omwille van dingen die ik doe uit dwang. <laughs> ik zou dat toch... Eens... Alleen dat is misschien wel moeilijk moeilijke vraag, maar als je, zo, je het in een hele weg hebt afgelegd, hè, van dat gewicht ja. tot... Of dat je nou mooi wordt of niet, dat laten we dat niet bieden. Hè. Maar dan komt dat erbij. Is dat, hoe komt dat? Dat eigenlijk jij, ik bedoel, je moet er niet slim of dom voor zijn, maar je, je denkt zo na over het leven en toch is dat een straat dat zo moeilijk is. Want je ziet het, op het moment is zelfs een artikel geschreven denk ik, of gezegd, of in een interview van. Je ziet het er bijna bij komen omdat je zo aan het gaan bent. Dat is toch raar dat je zo'n rationele mensen en toch. Een emotionele eter, hè? dat is wat ja, dat jij zei. daar ja? merk ik bijvoorbeeld voor Ludo hmm. van Kempenhoud, dat ik. Ik had een mop dat iets met alcohol was. En, en dat was eerst Ludo, omdat dat de meest duidelijke associatie is. Maar ik heb dat eruit gehaald. En ik heb Lies Betringen dus Er zijn genoeg mensen bij NVA die geen mop kunnen steken. Mm. Maar um, ik heb dat eruit gehaald. uit respect, omdat bij hem is het echt een drankprobleem. Hè? Dus dat, dat is een ziekte. Alcoholisme is echt een ziekte. Um, en ik voel dat. Dat is, dat is hervallen en terugopstaan, hervallen en terugopstaan. En ik heb dat ook. Ik ben, zo, ik ben als mens... Hè, uh, Heel veel komieken hebben terecht een ego, dat hoort erbij. Want ik als jij een columnant vertellen op het podium en jij vindt dat jij interessant genoeg bent om honderden mensen naar u te laten luisteren. Um, nu, ik vind dat bij een comedian beter dan bij een columnist. Want bij een columnist is dat gewoon: hier is mijn mening, pakt maar. Wij zeggen nog om naar mij te luisteren, kreeg je een mopje in de plaats. Ja. Dus, dus hé, er is een ja. afweging. Maar hoe. Um, we moeten op zijn minst u nog entertainen voilà, terwijl dat voilà. wel. Dus, dus, ja, ja. dus dat, dat is niet gratuit. Wij moeten, er, wij moeten werken voor uw aandacht. Maar. Um, ik heb niet echt een grote ego. Alles wat ik doe, en, en dat klinkt heel, graag ongelof, heel vaak ongeloofwaardig, daarmee dat ik het ook niet zo graag zeg, maar ik doe dit eigenlijk omdat van waar ik kom, mijn verleden, mijn geschiedenis, mijn familie, mijn context, ik ben echt aan het knallen voor, om deuren open te doen in de hoop dat mensen die misschien meer getalenteerd of nog vlotter, nog beter, nog slimmer, dat zij door een deur kunnen die eigenlijk tot voor kort relatief dicht is gebleven. En, en ik wil gewoon een voorbeeld zijn. En, uh, dus ik doe dat niet vaak uit ego, maar. Het probleem is, dat is een beetje mijn karakter. Ik doe heel weinig dingen echt voor mezelf. Ik, 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 euh, omdat mijn grootste. Allez, zo. Ik, ik vind mijn eigen zo nooit echt goed genoeg. Zo, het is nooit. Ook de conferentie. ik ben super fier. Want ik heb echt super hard gewerkt. En ik denk dat het echt leuk gaat worden. Ik doe ook zo wat nieuwe dingen. Ik ben super fier. Maar in mijn hoofd zie ik alleen maar wat nog niet af is. Met alles. Straks ook na dit interview ga ik denken: dat heb ik niet goed gedaan. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik was niet grappig genoeg. Altijd. Elke minuut had ik zoveel druk. Constant. Omdat. Niet, niet omdat ik naar buiten ga denken, mijn ego is niet gestreeld omdat ik dit niet goed heb gedaan. Omdat ik denk, oh garme oh, garma, Andris, oh garma, Alex, ze hebben, een, uh, hebben een, een podcast en ze willen een goed resultaat. En ik heb dat niet goed genoeg gedaan, want ik had daar iets beter moeten ik had daar een betere coach. En zo, zo ga ik naar huis, constant. Ik ga optreden en dat is niet goed, en dat is niet goed, en dat is niet goed. Ook in mijn relatie denk ik heel de tijd, Zij verdient beter en dat, dat, dat is constant, denk ik. Waar, waar, waarin ik faal. Dus ik heb nooit. Het, het, ook dat van die truus, hè. ik ben boos op mezelf. Waarom eet je nu buiten? Je valt nu af. Dan moet ze dan niet zich oh, oparmen. Ze heeft nu naast u moeten kunnen zitten en zeggen en dat is niet leuk voor haar. Dus constant geef ik mijn eigen de schuld van alles. Dus ik ben echt zo streng voor mezelf. Het minste van kritiek dat ik krijg, ben ik niet boos op die andere. Ik zie Fucking loser, Kamal. Debiel, dat je zei. Hè? Je, je hebt mensen al garmen uit hun comfortzone gehaald, want ze moeten op je kritiek geven. Debiel, je bent alles aan het verpesten. Constant is dat altijd tijd door mijn hoofd aan het gaan. Tormeer dat ik zo hard ga, want ik ben iets aan het compenseren, maar ik weet niet waar. Ik ben een gat aan het vullen, maar ik weet niet wat dat gat is. En, en soms heb ik goesting om te roepen. Dus nee, dit is goed genoeg. En had die bakken struus. Ik eet wat ik wil. En soms wil ik dat, dan denk ik, ja, nee, want... Voor mij is dat de duizendste keer, maar voor haar de eerste keer. Dus wie ben ik om dat te zeggen? Of wie ben ik om commentaar te geven op tv? Wie ben ik... maar, je moet zeker zijn dat dat voor haar ook niet de eerste keer is dat die <laughs> je het foest tegen iemand tegen zegt. Waarschijnlijk, maar. Geet maar... je, je bepaalde soorten, en ik snap wat dat je bedoelt, hè, keihard. Maar ik heb wel bij, bij heel veel van die mensen, denk ik ook. Het is, het is niet altijd goed dat je iedereen anders de schuld geeft van alles. Hè. Dus dat, je kunt dat hebben dat je zegt, je eigen aandeel in dingen zien. Ik vind ik, dat ik een mooie eigenschap, hard. maar niet eigenschap, als je alleen je eigen aandeel moet ziet. Er zijn ook gewoon veel mensen, wat dan er straks ook zei: als iemand je Vitrol-vest en zegt, hé hey, manneke, dat is ook gewoon een boer. Hè. Ja. Dat je soms ook denkt van, hé. Hey, ik zou het niet bij iedereen aanvallen. Seriously. En daarom dat je dat deed. Dat je dat... Ja, want dan, dan, door dat eten kan ik dat managen. Waarom? Omdat je druk, hè? dus je wilt op een of andere manier. Controle over iets hebben. Ik wil iets kapot maken, maar ik kan niet roepen tegen mijn vrouw, of ik kan niet boos zijn, of ik kan niet uh, over een project zeggen dat ik eigenlijk niet graag doe, maar toch moet doen, want anders krijg ik geen kansen meer misschien, want ik ben eigenlijk niet goed genoeg, dus ik moet profiteren van, van alles wat ik krijg. Dat ik zo denk, weet wat, ik me gewoon kapot en dan, uh, dan vergeet ik het. Ik denk, als ik geen moslim was, was ik alkolieker. Of, of, of drugsverstand. Sowieso. <laughs> De islam is het enige <laughs> dat, 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 dat mij weerhoudt om alkolieker te zijn. Mm. Dus ik denk. En, en weet je waarom uh, ik dat leuk vind? Ik ben het enige slachtoffer. Ik maak alleen mezelf kapot. Terwijl ik, zeker sinds ik getrouwd ben, probeer ik daar wel harder op te letten, omdat ik eigenlijk wel besef dat, ja, dat ik kapot niet meer het enige enige slachtoffer. Voilà. En als we aan kinderen denken en dat soort dingen. Ik weet dat niet meer. En eigenlijk is dat iets wat me helpt om op mijn eten te letten, omdat ik. Eten is niet meer hetgeen dat ik mezelf kan aandoen, want ik doe dat wel iemand anders aan mijn vrouw. Je mag dat niet onderschatten. Die heeft mij leren kennen toen ik 75 kilo was, super sexy, net in de slimste mens. Maar die gaat goed ja. Alles alle chance get. dat er geen. <laughs> <laughs> niet goed geld, teruggaranties met <laughs> 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 gemeentes. Ja, Ja, die gaan zich niet over politici. No. <laughs> Scam of the century. Ja, ik zeg dat ook vaker. <laughs> 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 Vijf jaar later is er Ninty in zijn broekje op ze van de straat. Fuck. Hier moet ik aan mee leven. <laughs> Verborgen gebreken. Man. Ja, dat is echt, duidelijk. Da. Dat is echt, een Here's another couple of pounds more for you to love, honey. Dat is echt. Waarin ring gaat nou Oh, blop. Ja. Nee, dat had wel zin. Ik wilde oh. de bovenop zitten. Dat is echt, duidelijk. Oh. Doe de gang waar ik mooi. Als ik hier bovenop kon liggen, dan overleefde het misschien niet. Zie Waar zit ik aan? <laughs> Benchpressen, jongen. Come on. <laughs> Misschien dus een personal coach te nippen. You can do it, you can do it! En dat voor maar 50 euro per uur. Oh. Uh. Dus dat is de, ja, ik zeg ook heel vaak: ik zeg, ja zijn ze in het zakje, zit geweest. Een uh. arco-aandeel. maar uh. <laughs> ja. Daarmee dat Chris Peters me ook dun wil krijgen. Dat oh. op de redden. Dus ik heb eigenlijk heel veel respect. En onlangs, mijn vrouw doet nu heel, veel best, heel hard haar best om mij te laten afvallen. Die maakt zo pottekjes klaar en zo fruitjes en die snijdt mijn appeltjes. Want je weet, bij het minste dat slecht gaat, ga ik terug chips eten. Dus echt waar, ik ben eigenlijk een prachtvrouw. Maar zo bakjes allemaal. Allez, en door meer dat ik eigenlijk mezelf haatte dit jaar en dat ik dat in de krant toen zei. Mm. Ik, heb, ik vind het eigenlijk super erg, want ik ben in dikker. Zij heeft eigenlijk niks van het leuke van mij. En het enige wat ze nu kreeg, dit jaar was mijn bullshit, omdat ik met de stress van van alles zit. Dus ja, zie, ik doe het nu terug. alles schuld mm -hmm. op mij steek Terwijl mijn vrouw ook gaat. Die ziet dan zo al die appeltjes te zijn. Denk, oh, kijk man. Als hij stress heeft, dan wil hij hem niet eten zoeken. Hij wil direct eten. Dan zo appeltjes en dan een soep en thermos. Een, echt de beste thermos gaan zoeken, zodat hij altijd warm blijft. Dat dat ook geen excuus is. Die is zo hard mee bezig. En, en, en ik denk in ja, mijn ja, je wilt gewoon je investering terug. <laughs> Daarmee denk ik dat ik denk dat. Als je het dan, 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 dan wel eens niet op je wagen stekt, dan is het ook direct gemeen. Ja, nou, <laughs> zo. ja, nou, ja, ja dan is het ook je. Nou, je wilt gewoon je investering terug, Het is dus niet dat ga je met mij het ziet. <laughs> <laughs> en wel, dus daarom ging het niet goed. <laughs> nee. Dus ermee ja, dus, dus eten zo wat een ventiel, eigenlijk, dat is mijn enige ventiel. Hmm. Nu, ik besef steeds meer, dat, eten, dat ik daar ook slachtoffers mee maak. En, en nu ook met de conference, nu ben ik daar ook harder op aan het letten. Ik ga nu ook naar een psycholoog en probeer dingen te plaatsen en een ruimte te geven, uh, omdat ik, ik, ik draag heel veel druk op mij, wat eigenlijk ook absurd is. Maar ergens ben ik wel blij. Allee, je moet je middelen tien jaar geleden. Op mijn 18e was ik net afgestudeerd op het Severus College. Terwijl ze daar toen al zeiden: van ja, Kamal, allee, We hopen dat je. Allee, toen ik jonger was, tegen 18, hadden ze het wel door. Van, ja, we hopen dat je hier op deze school wel gaan aarden. Ik kon mijn rekeningen niet betalen. Ik, ik woog toen op het laatste jaar van, van ja, mijn 18e 170, 180 kilo al. Hè, op je 18e. Een um, en arme dingen. En hier sta ik nu, tien jaar later, me aan het voorbereiden op vier Arenbergen. En dat wordt uitgezonden op Canvas. Dus ik, Dat vind ik zo graaf. Maar. Daarom heb ik heel veel druk. Ik heb heel vaak, ik heb niet zoveel schrik van, ik ben niet grappig genoeg of het, gaat, het draait heel weinig om mij. Maar de enige schrik die ik heb voor de conferentie... ook als mensen in de zaal zitten, is, ik hoop niet dat dat slecht is, want ik wil niet dat ik de reden ga zijn waarom mensen misschien een andere Marokkaan of een andere dikzak of een andere jonge kerel geen kans niet meer geven, omdat ik de aanleiding was om hun vertrouwen in mijn profiel weg te halen. Mm -hmm. Zo sta ik dus op dat podium. Hè? Mm. Van, als ik dit niet goed doe, ben ik het aan het verpisten voor alle honderden die na, die na mij komen. Dus ik ben niet bezig met, oh, hopelijk vinden ze mij goed ben ik fantastisch. Dat is, niet... is wel goed dat dat uiteindelijk een andere manier is om toch een gigantisch ego te hebben. <laughs> ja, voilà. Ja. Om toch te denken, ik ben... Eigenhandig verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn <laughs> ja, ja, van duizenden waar. mensen die <laughs> eigenlijk... na mij gaan komen. Dat ik denk, misschien zijn die ook gewoon wel funny en die zijn ook een dikke. en lukt dat wel, ze. Ah, dat dat denk is, dat is zo... het funny eraan. Want onlangs wat... was er in de joke ja. zo'n een, een, een kerel, een Marokkaan, Ali te die, was zo een, ook een dikke, en, 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 en oké, okay, hij, hij, hij was een beetje gechoked. Uh, ja, dat wist ja. niet meer wat hij moest zeggen, dus ik vond dat wel heel jammer voor hem. Maar je voelt wel... Allee, ik zie daar misschien wel wat potentieel in. Eigen... Toen dacht ik dat voor eerst. Ik zeg, was ik mijn eigen wijs? Waarom moet ik dat? Allee... Ik moet het gewoon niet verpesten, misschien. En zij lossen dat zelf. Als die goed ja. genoeg zijn, komen die er zelf ook wel. Als je als het verpest, dan verpest het uiteindelijk ook alleen maar voor je eigen ja, wel Dat hoop ik. Als het uiteindelijk... dat is, dan ben ik blij. Ja, ik snap ik wil wel... niet dat je ik... iemand anders moet compenseren voor mijn nee, dag. Ik, ik snap zeker wel. Het, 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 eh, je, je merkt dat ook heel veel eh, vroeger in Amerika met zwarte acteurs en komieken en zo. dat die ook altijd een soort verantwoordelijkheid met zich meedroegen. van ik ben een spreekbuis voor ja. een volk. En als ik het verkloot, dan maak ik het misschien moeilijker voor iemand anders. En wat ze ook altijd zeggen met mensen die, als je Jackie Robinson had, die door de kleurbarrière ging. en de eerste was dat in Major League Baseball speelde. je had er letterlijk van zeggen, die heeft de deur geschot voor heel veel anderen. Hè? Letterlijk. En zo je en zo er nog hè, veel zwarte atleten, waar je dat van kunt zeggen. Jesse Owens of Joe Louis, of Muhammad Ali, of al die gasten die zo deuren hebben geopend wat natuurlijk cool is, maar het wil ook niet altijd zeggen dat omdat je dan niet super goed of zo of iets fout doet dat je de deur dicht slaagt voor iedereen. He, dat... Het nee, wil dat niet altijd gelijk, zeggen. Maar het is, het is, het is... Je, je, allez, ik denk, ik denk wel dat het is tegelijkertijd mooi dat je dat, dat je dat meepakt, want dan zit je bewust van een bepaald soort verantwoordelijkheid dat je al dan niet hebt, want. He, ik ja, zeggen maar, dat, ja. Misschien doet, doet uw gemeenschap dat wel hè, en hebben die ze weten, de Kamal laat tenminste zien dat het voor ons ook kan. Dus dan kun, je, dan kun je inspirerend zijn. Maar ik denk niet dat het gezond is als je dat allemaal op je eigen schouwers ah, draait. Ja, en dat doe, dat doe ik heel Daarmee ben ik dan ook ja. altijd overeen, van Die stressmomenten, dat, ja. dat zo eventjes een half uur per dag dat ik het vergeet. Maar Allee, ik probeer daar wel veel gezonder mee om te gaan. Maar het is, het, is, het is dat wat je zegt: dat als ik op dat podium sta. Maar dat is ook een beetje noor, allee, normaal, niet? Maar vanuit de context waar ik kom. Ik, ik, ik en mijn zus bijvoorbeeld, we moesten werken op onze vijftien jaar. Werken we in de HGM. Ik weet dat nog? We was kleren plooien. En uh, er was in één keer 200 euro verloren. En, en, en het was zo gericht mijn schuld. En uiteindelijk heb ik het ja, ja. gewoon nergens teruggevonden. Maar ik die opbouw om dan thuis te komen. En wij moesten dat geld afgeven, want wij moesten de mazoetketel vullen op uw vijftien. Dus dat was, ik ben opgegroeid met dat verantwoordelijkheidsgevoel. Heel hard, mijn gezin en mijn familie heeft heel hard op mij vertrouwd. Van, komaan Kamal, niet verpesten, niet verpesten, niet verpesten. Je zit daar nu, verpest dat niet, op die niet, niet verpest dat niet. Dus ik heb alleen maar verpest dat niet, verpest dat niet, verpest dat niet van mijn eigen familie. Maar, maar ze bedoelen het goed, hè. Maar mm -hmm. tegelijkertijd ook van, ja, niet mijn familie. Zo, allee Kamal, je bent er nu, hè. ik heb een kans gekregen, niet verpesten, hè jongen. En zo, dat was dan wat paternalistisch eigenlijk. Mm -hmm. Of soms zelfs, ja... Zo van, wij hebben jou iets een kans gegeven, niet verpesten. Dus ik hoor alleen maar niet verpesten, niet verpesten, niet verpesten. Dus in mijn hoofd, ja, dat klinkt zo heel ruw of zo, ben ik niks waard, maar ben ik precies gewoon een vehikel dat, moet, dat ervoor moet zorgen om een kans van iemand te optimaliseren. Goed te brengen, zodat mm. iemand anders misschien zonder die druk verder kan. En dat is de druk die ik voel. Mm. Niet, ik moet dit allemaal oplossen. Nee, mijn droom is eigenlijk dat ik al die bullshit op mij pak. Eh, uh, mensen die zeggen, ik mag je hier alleen maar als uh, Marokkaan of, of niet verpesten. Zodat hopelijk de generatie na mij of, of, of mensen die nu gaan beginnen, allee, niet alsof ik de grote manier of zo ben, dat die gewoon zonder die bullshit hun ding kunnen doen. Dat is mijn droom. Ja. Of je nu een Ali bent, of je zijn een Jos, of je zijn een Bjorn, of je zijn arm, rijk, dik, dun, dat maakt me allemaal niet uit ik ben bereid om al die bullshit op mij te pakken want dat zit nu toch een beetje in mijn karakter met de grote droom dat misschien de generatie na mij of de groep na mij gewoon hun fucking ding kunnen doen zonder al die bullshit erbij te pakken en dat zij gewoon gelukkig kunnen zijn en met hun metier of met hun dromen van hun comedies of tekenen of of, of werken of boekhouden of vuilnisman of wat dan ook dat jij gewoon kunnen doen met zo weinig mogelijk bullshit dat ze zich niet schamen om te zijn wie ze zijn en dat is mijn groter project ik zeg altijd voor mij is comedy geen, um, geen doel maar een middel um, want ik vind het allemaal supergraaf en ik hou echt van wat ik doe, maar in mijn hoofd doe ik dat omdat er iets groter is. Ik weet nog niet wat. Het is misschien in de buurt van wat ik net heb gezegd, maar ik doe dat allemaal omdat ik, ik inderdaad iets wil bereiken, wil inspireren, wil helpen, druk wil verlagen. En als me dat lukt, dan ben ik geslaagd. Ik ga niet geslaagd zijn na de conferentie dus Ja, ha, daar heb ik toch eventjes hey, hey, geregeld, hoewel mijn droom als kind wel is uitgekomen. Hè. Echt letterlijk mijn kinderdroom komt over drie weken uit. Mijn kind, echt, tot en Hoste host te kijken, Lana, Michael, dat droom. Mijn kind, maar dit is absurd. En eigenlijk de eerste keer dat ik het zo echt zeg voor mezelf, over drie weken komt mijn kind, Vivian Kamal. dat. Oh, stel je voor, een droom hè, niet een doel hè, echt gewoon een droom hè, komt uit. Dus mijn ego is eigenlijk wel gestreeld, maar ik voel dat dat niet het eindpunt is. Er moet iets gebeuren met dat momentum voor andere mensen. En Misschien moet ik die druk niet dragen, maar ik voel die wel en ik kan die gelukkig ook wel aan, um, maar ik moet gewoon beter leren omgaan met dat eten. En dat is nu mijn volgende stap. Maar hopelijk volgend jaar ga ik het wat rustiger aan doen. Misschien hopelijk een tweede conferentie. En ik heb wel aan mijn vrouw beloofd om het dit jaar wat rustiger aan te doen, zodat ik wat meer met het leven kan bezig zijn en wat minder met alle bullshit er rond. Kamal Karmach, mogen al uw andere dromen even hard uitkomen als degene die dat jij uh, net, net hebt beschreven. Jij staat dus in de Narenberg, dat is uh, fantastisch. Ga allemaal kijken, mochten er nog kaarten zijn. Ik denk dat er een vierde in verkoop is. Het is gingen. net open. 29 december. 29, 29 december. Dus allen daarheen. Uh, ik denk dat wij ook gewoon komen kijken ah, als dat we dat kunnen. Was, zou -zo. ik. ik zou ah, toch nog dat één dat ding is. willen uh, uh, vragen. Je zoekt een entrepreneur. Je hebt ooit donuts, een donutshop gehad. Dat was niet moeilijk om, dat, om mensen te verkopen. En zeker niet om mij en Alex. Maar uw ander plan was kontspray. Zouden we dat misschien nog even snel kunnen pitchen? Donuts, makkelijker voor ons. <tiedert> Het is een reëel probleem. Want we hebben, hebben een infrastructuurprobleem. In Vlaanderen hebben we een infrastructuurprobleem. Namelijk heel veel mensen die spoelen tegenwoordig meer en meer vochtige doeken door. Maar onze leidingen kunnen dat niet aan. Want die raken uiteindelijk verstropt. En dat kost ons miljoenen per jaar. Om dat weg te halen. Tegelijkertijd, mensen zijn nu helemaal luxe gewoon en willen hun kont soms met een fris gevoel afvegen. Dus ze gebruiken het toch. Je hebt ook wegwerpbare toiletdoekjes, maar dat is bewezen dat die eigenlijk niet echt werken. Wat is het idee? Um, er is een, een dude geweest die hij heeft uitgevonden en hij heeft gezegd: kijk, ik heb een spray uitgevonden met probiotica, dus dat is super gezond en super natuurlijk. En als je dat gewoon spuit op, een, op, een, op normaal toiletpapier, dan kunnen daarmee eigenlijk, vochtig toiletpapier, dat wel door de buizen kan. Nu, normaal, verkrumbeld. Het toiletpapier, als dat nat wordt, maar hij heeft zijn nozzle, de spray, zodanig ontworpen dat dat een, een, een vochtig effect geeft zonder dat dat papier kapot gaat. En door die probiotica wordt uw kont ook echt proper. Niet gewoon natter, maar echt proper. De bacteriën die gaan eruit, want die probiotica eten ze op en dan gaat dat weg en dat passeert gewoon heel proper langs de leidingen. Dat is de kontspray. Dat was het uh, mooiste einde aller tijden, compleet naar de te golven, met een fucking kantspray, seriously. Maar aan de andere kant wel 100% cool, want dat was eigenlijk wel een van de vragen, maar je wordt zo schoon aan het afronden dat ik dacht, deze ga ik gewoon... Het moment laten zijn, maar je uh, kontspray nu al fan van eigenlijk. Dus uh, als je dag kopen, dan koop ik dat wel van u. Oh, dat wel goed. Uw donuts, daar wou ik vanaf blijven, want die waren te lekker. En dan woog ik <laughs> ook 140 kilo. Dus, uh, en ja, dus 140 woog, nee, nooit, nooit. Maar ik, ik ben wel een snoeper en ik ah, ben ja. ook een, een emo-eter. Ik ben ook iemand dat altijd een beetje. Ik heb nooit over-overgewicht gehad, maar ik moet wel altijd erop letten. Want ik ben ook een yo-yo. Ik ga ook heel hard op en af. Dus, en sport uh, je uh, ja, sport uh, Ja, ik doe oefeningen thuis. En, en sinds een paar maanden denk ik terug aan, uh, aan boksen. Ja, ik heb nice. heel lang gevechtsport gedaan hè, toen ik jonger was. Duurden ja, we dan toch? We zijn nog altijd bezig eigenlijk. Misschien nog één ding: boxing stars. Ga je er ja. ook al mee gedaan? Hoe was ja. dat voor u? Ik vond dat zalig, maar ik heb gevraagd om mee te mogen doen. Hè. Dus dat is zo niet BV-achtig van mij, maar dat was de periode dat ik net door de 100-barrière ging. Ja. En ik heb toen gebeld naar de programmadirecteur van VTM, naar uh, Dave. Ik zeg: doe het, ik wil meedoen. Man. Deze vind ik echt leuk. En dan had ik een excuus om te trainen. Het was eigenlijk ja. puur daarom. Ja. Um, omdat ik zo die, die moed niet vond. En hij heeft dan een dag nog eens gemist: Oh ja, chill, doe maar me mee. Mm. En dan is het begonnen en ben ik gaan trainen. En ik had vroeger al geboxt. Mm -hmm. um, en, en, en toen mocht ik meedoen. En dan had ik, ja, ik ben echt, zoals ik al zei, een perfectionist. Dus ik was echt zo afgetraind. Allee, niet lichamelijk, maar mijn conditie. Dus ik ging uh, lopen in het park twee uur aan een stuk. En ik weet met boksen, of met de regels van Boxingstars. Dat was dan drie minuten hard gaan naar rust. Dus ik deed spurten van drie minuten. Dus toen mm -hmm. ging dat mijn hartslag niet over de... Dat was toen 200 ging. En dan... Drie minuten lang. En dan ging kapot. ik kapot. Nee, nee, niks ervan. En dan terug even rust en terug drie minuten lang. En ja, mijn conditie was dan niet normaal hard. En dan moest ik tegen Peter Goossens vechten en zijn mm -hmm. ribben zijn gebroken geweest. Ja. Nog altijd, denk ik. Alleen niet nog altijd, maar ik bedoel, ja. hij heeft daar heel lang last van gehad. Omdat ik die had gebroken. En daarna moest ik tegen Bill Barberis. Mm -hmm. En ik vond het niet fair want ik heb eigenlijk nooit mijn verhaal kunnen doen. Dus kijk, <laughs> dit is wat er is gebeurd. Hè? Mm -hmm. Want iedereen vindt dat ik heb verloren, maar moreel ben ik de winnaar. Want. Ik, als je begint met boksen, dat is niet verplicht, maar oké, okay, ik was hoffelijk. Ik deed zo, hè, van vusje. Ja, ja. Nu, wat doet die gast in plaats van vusje? Hij geeft me gewoon een lap op mijn kop. Ja. Snap je? En uh, naar het schijnt is dat ook een techniek. Ik weet niet of hij dat zo heeft bedoeld, maar naar het schijnt is dat een intimidatietechniek. Niet begroten, direct gaan met ja, de ander. Ja. Zo overwelmd. En dat ja. was ik ook. Ja. En dan heb ik iets fout gedaan. Want ik wist hoe ik hem moest verslagen. Snap je? Gewoon proberen in te boksen, slagen en op punten te winnen. Dus ik wist dat mijn conditie was ook goed genoeg om dat vol te houden wat hij niet verwachtte. Nu waar? Toen hij dat deed, kwam gewoon de Marokkaan niet meer naar boven. Ik weet niet, waar... ik denk ik, ik, ik dat je het kunt horen. Als je ooit die beeld moet slaan, ken ik je zo. En je niet hey Hé, Zan! Dat is niet En op een gegeven moment, ik was niet meer proper aan het boksen, ik was gewoon. Ik was gewoon aan straatvechten, straat aan het vechten. Ik ja. Was, ja, dat is eigenlijk wat ik kwam. En op een gegeven moment stond ik. Allee, het is je lang ik zeg kort hè. Dus dat, Op een gegeven moment is dat gewoon dat zo, in die serie. Dat je met zijn gezicht zo vasthoudt En nu zo. Uh, ja, ja, dat ja, was ja, ja. eigenlijk aan het gebeuren. Hè, zo. Ja. En hier, bam. En dan ben ik even neergegaan. Maar ik kon nog. Want ik stond op en zei: Nee, ik wil terugvechten. Ik kan terugvechten. Maar dat mocht niet, want Vité mogen dat niet riskeren, maar ik was ja, ja. niet knockout of zo. Nee. Maar blijkbaar zou hem normaal gedisqualificeerd moeten zijn geweest. Oh, want rabbit in... punch. Gewoon niet van achter op iemand voilà. zijn pennen Dus nee. ik heb gewonnen. Nee. Maar ja. In de media hè? en, en de, de, hoe noemt dat de fake, fake news? Hè? Nee, ja, ja. Ja. Ja, gewoon, ja. Ik hebt eigenlijk heel uw show over de vierde macht gewoon daarover. Ja, Ik ben gewoon nog gefrustreerd omdat de media niet correct bericht heeft gegeven over Fuck you, Bill Barberis met uw smerige techniek. Ja. Go fuck yourself, buddy. I would have kicked your ass. Ah, jij moet meedoen, dat zou wel goed zijn. Oh, man, nee. Yeah. Oh. Nee, dat kon ik niet doen. Nee, ik ken mijn eigen ja, veel gezond, het is dat Eigenlijk is dat, nee. dat is letterlijk brood en spelen, want dat dacht ja. ik soms ook wel. Het ik doe dat alleen nog okay. maar om, om, om wat fit te blijven en omdat ik ook enorm hard hou van die sport, hè, sinds kind af aan. Ik heb heel lang andere gevechtsporten gedaan, hè, karate en kickboksen en dat soort dingen, maar... Ik vond gewoon heel dat, het, het mooie van boksen. Vind ja. ik cool. Ja, de techniek. Hè? En dat is wat ik graag doe. En al de rest dat is niet meer voor mij. Maar dan nee, gewoon, ik. <laughs> I don't care anymore. Ik heb echt zoiets. Nee, dat, dat heb ik niet meer te bewijzen of zo. Nee. Maar ja. Je, ah, wel, maar je doet dat alleen maar. Allee, want ik deed het ja. ook niet. Je doet dat eigenlijk puur om. om allee, of bij mij was dat toch om echt gewoon fietsen zijn en, en dat mm -hmm. ik vond het een heel schoon sport. Ja. Maar ja, toch die rabbit punch? Is ja, uh, maar ik snap het. Ik snap, okay. het, ik snap het, ik heb alle chance. Ik heb dat vroeger gedaan, wedstrijden met Kyokushinkarate, waar ook oh, okay. vol contact is. En dan, ik weet wat dat. Ik heb mijn eigen ooit getest tegenover mensen en gezien hoe zit het wanneer dat geklop kreeg en hoe reageerde. En dat weet ik over mijn nagen, Dus dat hoef ik nu niet meer te doen of uh, zo. Dat is me deze keer. Wat dus, uh, leuk is om om uh, iets mee te maken, dat wel. Yeah. Ik vind het wel leuk om iets mee te maken, zo. Yeah. Dat kan ik kan me wel voorstellen. Dat was wel een schande, Borgerhout was echt teleurgesteld. Hè? Echt waar. Nog nooit, moet... die mannen, het Borgerhout, zo, zo mijn crew, nog nooit hebben die naar mij gekeken. Die kennen mijn shows niet, die kennen niet, geïnteresseerd interesseert hen in allemaal geen zak. Hè? Maar toen ik bokste, dat was een erezak in Borgerhout. Ik mm -hmm. heb een man, een zak. Want Bilbao Beris is ook van Borgerhout. Mm -hmm. Alleen hij woont in Borgerhout. Dus op een gegeven moment, in Borgerhout was er een strijd tussen zo, stereotype Borgerhout-Marokkaan en zo dat nieuw. Eh, Salonsocialisme burgerhout yeah. Burger de bakfiets-Burgerhout. Dat op tv was dat gewoon een match, hè. maar in Burgerhout was dat de strijd. Yeah. <laughs> Marokkanen versus Salonsocialisten. Yeah. Dat was deze dus cultuur. Verslagen door een salonsocialist, <laughs> voilà. is er uh, mogelijk? De meest ruggegraatloze bevolkingssoort dat er bestaat. Rabbit punch, Alex. Rabbit punch. Die moeten vals spelen om te winnen. Dat voilà. kan niet anders. Dat kan niet anders. Nee, nee. Zo, daar zijn we echt. Kamal Karmash, heel veel uh, succes met je met tour. Doet, uh, doet dat heel goed in de Narenberg ook, want dat is eigenlijk een beetje de onofficiële première, zullen we maar zeggen. Ja, um, voilà. zoals, we, zoals we ervoor al zeiden eigenlijk, dat is een kinderdroom dat het komt. Dat is amai. mega cool, want weinig mensen kunnen dat zeggen. Ja, dat... Gaan je ouders komen? Of nog nee. altijd niet? Nog altijd niet. Nee, nee. Je nee, weet, <laughs> nee, nee. die snappen dat echt niet. Die snappen mm. mijn stress niet. Die snappen... Ja, die... Als dus moeder bel, waarom kom je hier zo weinig? En dan leg ik dat zo uit. En als moeder snapt dat dan en zeg: ja, ik heb het druk, mama. Ah, ja, dat is mm -hmm. toch niet goed van u. En dan, dan haakt zij neer. Dus mm -hmm. dat is gewoon in casseren en veel tijd geven als het klaar is. Sorry, ik heb het ik echt te veel helemaal niet erg Dat is helemaal, dat is helemaal, uh, tijdens die tijdens die helemaal niet erg. Gon hij niet terug naar buiten en begint niet zo'n hele hoop de dingen te doen. Maar ze vonden het niet leuk, ze vonden het super. <laughs> okay. Je hebt dat ka goed gedaan. <laughs> dat is mega tof. het is, is een ka coole aflevering. Je moet niet draait donuts en 15 pakken chips gaan eten. Nou, nee, deze nee. Aflevering. Dat is oh goed. Je hebt dat goed gedaan. Je zit oké. Okay. En dat wordt ook een goede show. Ik ben er zeker van. Cool. Want okay. je weet ook over cool. wat dat je babbelt. Dus dat is heel cool. Ik Kamal, Karmach. Ook al komen uw ouders niet zien en geven ze u nog altijd dat een is. schuldgevoel. over die fucking show in de Narenberg. die al voorbij is tegen dat deze podcast eindelijk is afgerond. Merci, ja. Merci dat je hier wordt. Merci. Veel succes en uh, wij komen in ieder geval graag kijken en right. wij raden dan iedereen aan voor de zalen waar nog tickets zijn, met er niet veel zijn als ik mm -hmm. al gemerkt heb, ga langs en ga kijken. Dit was het voor ons voor deze keer. Kamal, merci voor af te komen. Ja, merci, merci, ik ben merci. Alex, dat is Andries, dat was het weer voor Welcome to the AA. Volgende week zijn wij hier weer terug, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome ah ik zender jullie zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste de feest. Rivers op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.